Het is 7:30. Ik wil graag deze vergadering openen. Vergadering van de Raadscommissie van Ommen. Leden van de commissie, hartelijk welkom. Mensen op de publieke tribune, uiteraard ook van harte welkom. Fijn dat er zoveel mensen zijn vanavond. Uiteraard ook de mensen die thuis meeluisteren, meekijken. Welkom. Hiermee is de opening van deze vergadering voor elkaar. Inventarisatie insprekers. Er hebben zich 2 insprekers aangemeld. Mevrouw Roels en de heer Hoogendorp bij respectievelijk de agendapunten 6 en 5. En in die volgorde zullen we dat ook behandelen. Ik zie niet dat er nog meer insprekers zijn. Nee. Dan hebben we hiermee agendapunt 1 gehad. Mevrouw Roels is ook toegezegd enige vaart te maken met de agenda, zodat zij op tijd weer naar een volgende verplichting kan. Dus u wordt verzocht daar aan mee te werken. Gebruikmaken van het spreekrecht sla ik even over. Dat gaat snel. 4. Vaststelling van de afsprakenlijst, rekeningcommissie van 30 oktober 2017 en ook tegelijk maar de raadscommissie van 2 november 2017. Er zijn geen opmerkingen over binnengekomen. Ook nu niet, zie ik. Dan zijn we bij agendapunt 5 dat we overslaan. En bij agendapunt 6 krijgt de eerste inspreker kans om in te spreken. Mevrouw Roels, gaat uw gang. U weet dat u 5 minuten hebt en u bewijst uzelf een dienst door daar 4 minuten van te maken. Gaat uw gang. Oh ja, nu ook. Goedenavond, geachte aanwezigen, wethouders, raadsleden, burgemeester is er niet, zie ik. Die wou ik trouwens nog bedanken. Oh, daar, sorry, sorry. Oh, mijn eerste blunder vanavond, komt er nog meer. Maar burgemeester, ten eerste willen Ben Wursten en u en ik ons u hartelijk bedanken dat u ons zo goed te woord hebt gestaan. En dat hebben we zo erg op prijs gesteld dat wij een reporter die ons al uitgenodigd voor een tv-uitzending gelijk hebben afgezegd. Zo van nou, geef eerst een kans. En het plan van aanpak ligt er. Onze dank ervoor, ook namens de bewoners. Ik heb een paar punten opgesteld. Het plan ligt er dus. Hoera! Er staat bijvoorbeeld in, bewoners moeten niet alleen naar eigen belang kijken, maar naar het algemeen belang. Dit is trouwens waar wij steeds mee bezig zijn. Wij proberen de veiligheid van onze 2 straten te bevorderen. En daarom sta ik hier ook, ondanks dat ik straks weg moet en zelf een eigen lezing moet presenteren, waar mijn man en vriendin nu even zijn ingevallen. Dat is dus de reden. Een meneer uit de Dansen belde me woensdag. Die fietst altijd door onze straat. Niet met de auto, maar met de fiets. Ik ken hem niet. En hij zei, Ella, weet jij wel dat de Schuringstraat, Julianenstraat, dat ingesproken moet worden op donderdag? Nou, dat wist ik weer niet. Ik had niet goed opgelet. Dus daarom ben ik hier. Ik acht het belang van de straten zo hoog met iedereen om ons heen, dat ik echt dus even 2 anderen heb gezet voor mijn eigen lezing. De postbode klampte me aan. Die zei, 2 weken geleden heb ik 3 kwartier langer gedaan over het rondbrengen van de post in deze 2 straten ten gevolge van het drukke rijden en het snelle rijden, omdat ik niet kon oversteken. De buurman van ons, die biedt hulp aan overstekende klanten die niet zelf de weg over durven. Dat is toch echt niet normaal, vinden wij. Een man uit de Bouwmeesterstraat trof mij en die zei, er stond een vrouw met een rollator aan de ene kant van de weg. Ze durfde niet oversteken. Ze had al een kwartier daar gestaan. Ik heb haar geholpen. Ikzelf vorige week 's avonds moest 7 minuten wachten voor ik kon oversteken. Ik denk, dit is toch echt niet normaal. Plan van aanpak ligt er, maar naar ons idee moet er nu iets gebeuren. Het puntje handhaven komt opnieuw. Duurt veel te lang. Straks is het kalf verdronken en dan is het punt nog steeds niet gedempt. Met handhaven zou je vandaag al kunnen beginnen of morgen. Gebeurt er niks, nou ja, dan gaat echt fout. Ik heb dus mezelf het recht in eigen handen genomen en alvast een wijkagent gebeld. De wijkagent zei tegen mij, ik neem voor jullie contact op met de verkeerspolitie. En houden jullie dit vast? Iedereen weet het, er gebeurt niks. En dan denk ik ook, er zijn langs de A-wegen allemaal snelheidscontroles. Maar hier zijn fietsen, scholieren, ouderen,
gevaarlijk. Haal de voorrang uit onze straten. Het is zo'n gewoonte. Die mensen die racen het door. En er staat dan in die schriften van die wij gekregen hebben, plan van aanpak. Schuringstraat gemiddeld 40. Julianenstraat gemiddeld 35. Nou, dit is een utopie. Vergeet het. Vergeet het echt. Ga mezelf kijken. Dan rij ik altijd achter de verkeerde mensen aan, denk ik. Want daar klopt niks van. En ik zie het ook. Als je de voorrang uit onze straten zou halen, dan, is dat, dan wordt dat een hele andere weg. De Koevoordeweg is gemaakt als rondweg, maar die wordt daar nog steeds niet voor gebruikt. Waarom mag men op de Koevoordeweg maar 50 rijden, terwijl 70 daar makkelijk kan? Er is geen fietspad, er is geen stoep. Maak het aantrekkelijk voor mensen. Jullie hebben dat toen allemaal afgeserveerd. Heb ik niet begrepen, totaal niet. Velen hebben dat niet begrepen. Verder, haal de vrachtauto's en het landbouwverkeer, waar geen bestemmingsverkeer is, uit onze straten. Handhaven, weer dat puntje politie, haal ze erbij. Wij verzoeken jullie dus ook vriendelijk. Wij hebben nu een stap genomen naar de politie. Alsjeblieft, doe dat ook als gemeente. Deze Julianenstraat, Schuringstraat worden grijze wegen genoemd. Nou, heel mooi grijs, maar wij krijgen de grijze haren van. Geef deze grijze wegen een kleurtje. Doe wat zwart-witte strepen erop, heb je zebra's. Geef al iets meer kleur aan ons grijs bestaan. Alsjeblieft, doe wat. Dat moet toch niet te veel gevraagd zijn. Wij willen geen drempels en geen inrichtingsverkeer. Met inrichtingsverkeer krijg je dat er nog harder gereest wordt. Ze hebben geen tegenstand. En met drempels is het alleen maar boem, boem, boem. Ze rijden even hard door. Dus dat helpt ook niks. Willen we ook niet. Wij willen gewoon handhaving, zebrapaden en de voorrang eruit. En de koe voor de weg, slagenweg, rondweg. Fietsers bijvoorbeeld, die steken niet over als ze van de Lidl naar het Molenpad rijden. Waarom niet? Ik snap het. Ik bedoel, maar als ik achteruit rijd met mijn auto en ik zag niks links, rechts, dan in één keer zit er een fietser achter. Als ik die aanrijd, ligt hij wel met zijn hoofd op de weg. Dan is hij er niet meer en dat is mijn schuld. Ook niet goed. Veel tips gehad van anderen. Sluit de weg af, neem foto's van de auto's, ga je auto in de straat parkeren. Ik denk dan, dat moet allemaal niet nodig zijn. Doe wat, doe op tijd wat, handhaven. En wij moeten als bewoner niet alleen die taak op ons nemen. Please, ga handhaven. Spreek de politie aan. En dan dat gemiddelde verkeer heb ik hier nog staan. Waarschijnlijk is dat gedaan bij stilstaande auto's of bij een bocht. Het is echt een utopie. Namens alle bewoners en de mensen die belang hebben hierbij, onze dank. En zeker voor de veiligheid van onze burgers en jullie burgers. En nu moet ik echt naar mijn eigen lezing. En ik hoop dat jullie allemaal ons willen steunen. Alvast onze hartelijke dank namens de bewoners en namens de postbode en de krantenjongen. Ik heb zoveel gehoord. Dank u. Dank u wel. U hebt u zelf een minuut tekort gedaan. Wilt u even blijven staan? Want er zijn misschien vragen. Mijn lezing. Nee. Gaat uw gang. In ieder geval de heer De Vries, maar zijn er nog meer? Niet? De heer De Vries, gaat uw gang. Niet te lang, hè? Dat hebt u gehoord. Ja, het klinkt misschien heel belachelijk, maar u doet volgens mij een heel goed voorstel. Namelijk van die mooie strepen op de weg. Heeft u ook nagedacht waar dat zou moeten? En nou, doe maar bij ons voor het huis. Kan ik lekker oversteken. Vindt een heel goed plan. Maar wat Sorry, naar alle eerlijkheid. Twee plekken? Ja, ik heb twee plekken. Als je de rotonde hier naar de Schuringstraat gaat, dan natuurlijk iets verder. Want nu is ook daar, de auto's zetten gelijk weer gang. Dus als je dat nou iets verder doet, bijvoorbeeld voor het huis van Welink, wat me te binnen schiet zo. En dan inderdaad bij ons, wij zitten vlak bij de Schuringhof. En net wat ik zeg, de familie Touwen, die moet regelmatig mensen over. Echt. Maar heeft u dat ook als voorstel ingebracht, bijvoorbeeld in de discussie met de gemeente? Ik denk dat daar ook al brieven zijn rondgegaan. Weet je, er is ondertussen zoveel gebeurd, dat zal. Okay. Maar er komt straks ook zo'n werkgroepje, hè? Dus kijk, dan kan het ook ingediend worden. Maar vanaf nu zouden wij heel graag willen beginnen met handhaven. Ik zeg het, 's morgens om 6 uur word je al gewekt door auto's die brrr. Dank u voor uw antwoord. Ja. Heer Dunnewind. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag. U geeft aan dat u goed overleg hebt gehad met de burgemeester, met de portefeuille in deze. Hebt u daar gesproken over de voorrangsregeling waar u over sprak?
Dat heb ik naderhand gedaan. Dat is er toen even bij ingeschoten. We hebben 1,5 uur gesprek gehad, een open gesprek. En de volgende dag zat ik in de auto. Toen zag ik weer dat er een meneer bijna aangereden werd. En toen schoot me ineens te binnen. Als die voorhanger uitgaat, dan heb je gewoon... Dus daarna heb ik een brief ingezonden. En die is weer terechtgekomen bij de burgemeester. Dat weet ik zeker, want daar heb ik een antwoord van gehad van de mevrouw Jeanette Tillema. Dank u wel. Ja. We zijn verder. De heer Remmers, hoe kon ik hem vergeten? Gaat u gang. Dat zou ik denken. Dank u wel, voorzitter. We hebben maandag gelukkig al met een hele delegatie gesproken, maar nog één vraag daarover. Die voorrangssituatie die is natuurlijk heel interessant om dat eventueel te wijzigen. Er zit natuurlijk ook een link met de vechtkade. Daar staat ook nog het een en ander te gebeuren met eventueel wel of geen voorrang en dat soort zaken. Ja. En ik was heel benieuwd naar uw ervaringen op het moment dat bijvoorbeeld de Bissing is geweest. Want dan is die vechtkade afgesloten. Wat voor effecten dat heeft op uw straat? Ernstig. Heel erg druk. Mega druk. Dan kom je echt eigenlijk de weg niet meer over. Echt. Dat is echt erg. Dan rijdt er mega veel verkeer door onze straat. Kijk, en als dit een beetje afgeremd wordt, dat mensen daar niet meer zo hard kunnen rijden, dat ze nu al een vette boete krijgen, dan gaat dat echt wel veranderen. Dan nemen ze koe voor de weg, slagen weg wel. En daarom pleit ik voor 70 kilometer daar. Het is echt erg als ze bezig zijn. Ik dank u. Dat laatste hebben wij gelukkig ook gedaan. Dank u. Dank u. Dank de heer Remmers ook. U mag weer gaan zitten en als het agendapunt behandeld is, krijgt u nog gelegenheid om eventueel te reageren. Dat kan dus niet. Ik ga nu echt naar mijn eigen lezing. Ik moet een lezing geven. Ik wens u allen een hele fijne avond. En hoopt ons dankzij die minuut dat ik nu kan gaan. Dat waren er wel 4 volgens mij, maar dank u wel. Dan geef ik meteen maar het onderwerp in bespreking. Het lijkt me wel zo handig. Dan na dit agendapunt de volgende inspreker. Wie kan ik op dit punt het woord geven? Ik ga het rijtje af. De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. In april hebben we de verkeersvisie hier in deze raad vastgesteld. En we hebben eind juni hebben we met elkaar een motie aangenomen, waarbij we spraken over de veiligheid van de Schuringstraat, Julianastraat. En een van de dingen die daarin naar voren kwam, wat mevrouw Roelofs ook al even aangaf, was de handhaving. Wat is nou het resultaat geweest van het overleg met de politie over de handhaving op de Schuringstraat, Julianastraat? Dan hebben we het over snelheid, maar ook zeker over de gesloten verklaringen. Als we kijken naar het plan wat nu voor ligt, er worden allerlei dingen, een kader wordt voorgesteld om daarmee in te stemmen. Gaan we het paard niet een beetje achter de wagen spannen? Wat is nou het effect? Stel dat we nou eerst eens goed gaan handhaven. Is het dan nodig? Vraagteken. En dat is echt een vraag waar we eigenlijk best wel een goed antwoord op zouden willen hebben. Als we kijken naar het kader, wat de uitgangspunten die voorgesteld worden, wat voor ruimte geeft het de bewoners dan nog? Want als ik het even snel ga opsommen, dan is het 50 km per uur. Ik heb een aantal technische vragen gesteld waarbij aangegeven wordt dat de voorrangsregeling alleen bij 50 kilometer wegen dat het inmiddels borden kan, maar niet zeg maar met de weg van rechts, want dat is een andere regeling. Dat schijnt met duurzaam veilig vastgelegd te zijn. Wat voor ruimte hebben de inwoners dan nog dat ze daadwerkelijk input kunnen leveren op dit plan? Er is een meting gedaan uit de technische vragen. Daar komt naar voren het antwoord daarop, vandaar dat ik er even op doorvraag, is dat er in januari, op begin volgend jaar, een nulmeting gehouden zal gaan worden. Dus eigenlijk is er nog niks vastgesteld wat nu echt de snelheid is geweest. Hoeveel auto's hebben dat daadwerkelijk te hard gereden? Dus wel een gemiddelde is bekend, maar niet daadwerkelijk hoeveel zijn er nu die te hard hebben gereden. Is het niet handig om eerst de feiten echt vast te stellen om vervolgens zeg maar daadwerkelijk infrastructurele maatregelen te gaan toepassen? En dat is misschien een technische vraag, maar wat ik al zeg, dat komt voort uit de beantwoording van de technische vragen. Wat is nou de status van het duurzaam veilig? Is dat, want ik weet, we hebben een wegenverkeerswet, we hebben een BABW. Maar wat is nou duurzaam veilig? Wat is de juridische status? Als we daar nou niet aan voldoen, schieten we daarmee een bok? Voor zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u. Dank u wel, de heer De Jonge. Ja, hij doet het. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst hebben wij het stuk beoordeeld naar aanleiding van de motie die ik samen met de heer Remmers van de LPO heb ingediend op 29 juni. Er is die is met algemene stemmen aangenomen, een heldere opdracht naar het college om een aantal dingen te doen. Ik zal maar niet
zeuren over dat het voor de begrotingsbehandeling uitgevoerd moest worden en dat het nu na de begrotingsbehandeling ter tafel ligt. Want het gaat eigenlijk in onze optiek en volgens mij iedereen om het doel, om die straten, die beide straten, en er zullen nog wel meer volgen, om die veilig te maken. Voorzitter, als ik naar het stuk kijk, en volgens mij gaf het CDA-fractie dat ook al aan, dan zie ik in het stuk een aantal punten opgenoemd waarvan ik zeg van nou, dat is te snel. Want de opdracht was om samen met de bewoners te kijken van welke maatregelen er nodig zijn. En als ik een van die punten opnoem, dan kreeg ik wel een beetje jeuk van de 50 kilometer. Want in mijn optiek, en dat is ook dan zal ik hem in een vragende zin ombouwen, van waarom moet het nou per se 50 kilometer blijven, die weg? Want we hebben ooit hier al eens gesproken over inrichtingverkeer, dat was niet wenselijk. Dan zou toch die 30 kilometer met de voorrangssituatie aanpassen, zou in onze optiek de beste oplossing zijn. En de vraag is dan van waarom is dat niet mogelijk? Ja, voorzitter, ten tweede, want die 20.000 euro die gevraagd wordt, want, ja, die hebben wij er graag van over, maar ik vind dat nogal een behoorlijk bedrag. Er zijn heel wat ambtenarenuren en ik zou graag willen horen van waarop dat bedrag gebaseerd is. Dan de volgende, die bijeenkomst die u gaat houden om input te halen bij de bewoners. Welke input ziet het college dan wat ze nog nodig heeft? Want er zijn al een heel aantal dingen zijn er al genoemd. Twee keer is hierheen gesproken. En er is ook een gesprek geweest, ik goed begrepen heb, met de bewoners. Van wat heeft u nu nog daadwerkelijk als college nodig om dit voor de zomer uit te voeren, zodat er een snel een veilige en een mooie situatie op die beide straten komt? Dank u wel. De heer De Vries. Voorzitter, dank u wel. Volgens ons is de problematiek in de Julianastraat niet nieuw, maar is er wel recentelijk ook door deze raad een adagium vastgesteld, namelijk dat wij in het centrum vinden dat fietsverkeer en loopverkeer voorrang hoeft te hebben. Dan is de eerste vraag die je zou moeten stellen, is deze weg nou een centrumfunctie, heeft die een centrumfunctie of niet? Nou, uit de hele tekst van de inhoud van het verhaal wordt gezegd dat het wel degelijk een functie heeft richting centrum. Het gaat sowieso om bevoorrading van het centrum, maar het gaat ook om erftoegang tot het centrum. Met andere woorden, volgens ons valt deze weg gewoon onder de centrumfunctie die we benoemd hebben en dient dus ook op deze weg gewoon fietsverkeer en voetgangersverkeer voorrang te hebben. Dat leidt er ook toe, en daar hebben we ook al eerder gepleit en overigens in een eerder verkeerscirculatieplan was dat ook vastgesteld, was er sprake van een 30 kilometer weg. Vervolgens is er vastgesteld dat dit een doorgaande weg moet zijn naar de brug toe. Nou, ons is in ieder geval niet gebleken dat dat noodzakelijk is, omdat we de Koevoordeweg hebben voor ontsluiting van de brug. Dus de vraag die wij hebben om te beginnen is van, kan iemand mij nou eens uitleggen waarom dit een doorgaande weg in het centrum moet blijven? Dat is volgens ons niet helder. De tweede vraag is dan vervolgens, kan je niet gewoon daadwerkelijk verkeersmaatregelen nemen die ertoe leiden dat deze weg ook de mogelijkheid geeft aan mensen om normaal over te steken? Waarom worden er gewoon niet twee zebrapaden gelegd in deze weg? Dan krijg ik te horen dat dat in Ommen niet gebruikelijk is. Maar wat in de rest van de wereld wel gebruikelijk is, waarom kan dat in Ommen niet ook gebruikt worden? Dat vraag ik me dan ook vervolgens af. Wat is er zo bijzonder aan Ommen dat we dat hier gewoon niet geregeld kunnen krijgen? En als laatste dan, daar hebben we het ook al vaker over gehad, we hebben gezien dat, zal maar zeggen, de voorbeeldfunctie van handhaving bij scholen, dat werkt. Waarom wordt er hier door de politie niet gewoon ook bij voorrang gewoon een voorbeeldfunctie uitgeoefend en wordt er gewoon gehandhaafd op deze weg? Dat is volgens mij de eerste actie die je zou kunnen doen als gemeente. Natuurlijk heb je de medewerking van de politie nodig, maar dat leidt volgens mij direct tot verandering van gedrag van burger. Want je weet gewoon dat je gepakt wordt. Dus de vragen zijn, waarom krijgen we nou deze notitie op deze manier voorgelegd, terwijl er allerlei goede alternatieven zijn die gewoon niet in overweging genomen worden? Dat is ons belangrijkste kernpunt bij dit verhaal. Dank u wel, de heer De Ruiter. Dank u wel. Nadeel van niet meteen als eerste aan de beurt zijn, is dat de vragen die je zelf bedacht had al gesteld zijn door collega's. En dat is hier ook het geval. Bedankt. Dat scheelt het eind, dank u. Gaat u gang, Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou nee, we hebben toch wel een paar andere vragen en opmerkingen. Dus ik laat mijn beurt niet voorbij gaan, helaas, misschien.
Ja, er zijn inderdaad. Waarom niet gewoon handhaven? Waarom niet gewoon een flitspaal neerzetten? En wat kost dat? Dat is een kortste weg en het heel simpele. En dan kun je heel, ten eerste instantie kun je dat gaan handhaven. De tweede, de vraag, opmerking van D66, terecht. Het is een centrumfunctie. Het is erftoegangsweg plus 50 kilometer weg. Maar volgens onze informatie, die wij van de ambtenaren gekregen hebben, als je dat, de snelheid daar wil verlagen tot 30 kilometer, dan mag je geen zebrapaden aanleggen. Dat is een hele vreemde, maar volgens onze informatie is dit in de verkeersregelingenwet zo, namelijk dat je alleen zebrapaden aanleggen mag als het een 50 kilometer weg is. En als je dus dat gaat afwaarderen, dan mag je geen zebrapaden aanleggen. Dan zou ik pleiten voor handhaven van de 50 kilometer weg met zebrapaden in ieder geval. Dat is verder weg ook de goedkoopste oplossing. De ontsluiting bij de Koevoortweg opwaardeerde naar 70. Dat had volgens mij vooral te maken met de kosten die ermee gemoeid waren. En ten tweede, in verband met de aanleg van de parkeerplaats bij het museum, zou je die 70 kilometer pas naar later kunnen gaan doen. En de kosten die dat meestal meebracht, die vonden wij dermate dat het wat uit de hand liep. Ja, en dan die 20.000 euro voor dit onderzoek vinden wij ook wel aan de hoge kant, moet ik zeggen. Ik wil graag misschien een nadere toelichting hoe dat nou tot stand gekomen is. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ten eerste, maar om te beginnen de waardering dat er in ieder geval een plan van aanpak ligt. De motie die we samen met de VOV hebben ingediend is toen unaniem aangenomen. En dan is het goed dat er in ieder geval een vervolg op komt. Desondanks toch nog wel een paar op- en aanmerkingen. Want we hebben natuurlijk eerder inderdaad over deze zaak gesproken. Nou, terugkomend op de 70 kilometer, om die gelijk maar te pakken. Wij waren groot voorstander inderdaad om er wel 70 kilometer. En we hebben toch wel enigszins gegrinnikt bij de kosten die toen naar voren kwamen. Want toen heb ik ook gezegd van andersom, van 50 naar, van 70 naar 50 was het een vervanging van twee borden aan iedere kant één. En nu ineens hingen er heel veel kosten samen. Terwijl volgens mij de borden waarschijnlijk nog in de opslag liggen bij de buitendienst. En volgens mij zo weer terug kunnen komen. Dus dat mag volgens mij het probleem niet zijn. En daarmee stimuleer je wel dat er toch anders gereden wordt. Dat inderdaad een bepaalde route die wij voor ogen hebben, dat die gestimuleerd wordt. En aan de andere kant, en daar gaan we het nu over hebben, de andere routes onaantrekkelijk gemaakt worden. En hoe zou dat kunnen in onze ogen? En daar hebben we ook met inwoners gelukkig contact over gehad. We hebben toen al bij de verkeersvisie gesproken over een andere inrichting. We hebben toen een vergelijking gemaakt met de Hardenbergenweg, waar het je niet wel uit je hoofd haalt om daar boven de 50 te gaan rijden, want boven de 30 in dit geval. Want dan is het cirkel heen en weer en een beetje zigzaggen. Verder zijn we ook wel benieuwd naar de deadline aan het onderzoek, want die zien we hier nog niet terug. Wanneer kunnen we resultaten verwachten? 20.000 euro is een hoop geld, dat ben ik met de vorige sprekers eens. Aan de andere kant, als het leidt tot een goed resultaat, dan zouden we daar wel over willen praten. Maar wanneer zien we dan resultaat? En wat kunnen we in de tussentijd doen? Want als dat resultaat te ver weg ligt, dan zien wij inderdaad graag vanaf, wij zo spreken morgen, een aantal zaken geregeld. Eén daarvan is inderdaad handhaving. Daar is denk ik genoeg over gezegd. De zebras is al over gesproken. Maar we hebben nog een paar andere punten. Er zijn borden neergezet over vrachtwagens die daar niet toegestaan zijn. Wij hebben begrepen dat die op een dusdanig ongelukkige plek staan, heel kort op de rotonde, waarbij je dus eigenlijk het bord al voorbij bent voordat je door hebt van hey, hier mag ik niet zijn. En met de vrachtwagen keren valt niet mee. Dus dan is het inderdaad, nou ja, dan maar de gok nemen. De pakkans voor lief nemend en dan toch maar doorrijden en dan maar hopen dat het goed afloopt deze keer. Verder ontbreekt het aan alternatieve routes voor die vrachtwagens. Er is niet echt aangegeven van waar ze dan wel langs moeten. Ze zullen best hun eigen tomtom hebben om te weten waar ze dan wel of niet mogen komen. Maar op het moment dat je dan geconfronteerd wordt met zo'n bord wat misschien niet in je tomtom staat, dan is het toch wel zoeken van hoe kom ik hier dan weg. Want je komt eigenlijk geen kant meer op het moment dat je dat bord tegenkomt. Dus daar zouden we misschien al eerder al iets aan kunnen doen. Nogmaals, we sluiten ons aan bij alle andere sprekers over handhaving en dat soort zaken. We willen graag in ieder geval die deadline horen en wat we eventueel kunnen doen als dat te ver weg ligt. Tot zover eerste termijn. Dank u wel voor die vragen. De heer Wendt, gaat erom. Voorzitter, dank u wel. Ja, communicerende vaten. Dat is wat ons betreft eigenlijk wel een beetje de kern van dit stuk. Want dat betekent dat alles wat we doen op de route, ook over de markt, van invloed is op de verkeersdrukte op de Julianastraat en de Schuringstraat.
En andersom natuurlijk. Het is daarom van belang dat we alle zaken die we in gang zetten, waar dan ook op deze beide trajecten, goed te overwegen en te bedenken welke gevolgen ze zullen hebben. Uiteraard blijft het lastig om het gedrag van mensen te voorspellen als we iets zouden veranderen in de situatie. Maar feit is wel dat verkeersstromen, net als al het andere wat stroomt, voornamelijk de weg van de minste weerstand kiest. Om een goede afweging te kunnen maken heeft de ChristenUnie daarom de volgende vragen. Want waarom wordt er niet gekozen voor een inrichting als 30 kilometer weg? We willen immers bereiken dat er zo min mogelijk snelheidsverschil tussen snel en langzaam verkeer ontstaat. En bij inrichting als 50 kilometer weg wordt er vaak toch alweer harder gereden. Dus waarom ligt de nadruk op ontsluiting en ligt niet de nadruk op erftoegangsweg? Terwijl je dat qua passend bij de doelstellingen wel zou verwachten. Dan de vraag of we dit uiteindelijk gaan realiseren of niet. Het stuk geeft aan dat de kans reëel is dat het niet gerealiseerd kan gaan worden. Dus waarom gaan we dan nu al €20.000 uitgeven en er vervolgens dus waarschijnlijk niks mee doen? Het lastige is natuurlijk dat het oplossen van de problematiek rond de markt wel in onze begroting, dat we dat wel in onze begroting hebben opgenomen. Maar de problematiek rond de Julianenstraat, Schuringstraat niet. Is het college dan van mening dat de raad hier budget voor moet vrijmaken? En zo ja, waar zouden we dan financiële ruimte kunnen vinden? Het feit van de communicerende vaten dwingt ons immers bijna om het als geheel aan te pakken. Om onnodige en extra overlast te voorkomen. Dus onze vraag is, hoe ziet het college dat? Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De portefeuillehouder. De heer Verkerk, gaat u gang. Ja, ben in beeld. Ik dank de raad voor stevige behandeling van het onderwerp en ook de inspreekster voor haar strijdvaardigheid. Dit is natuurlijk een dossier wat speelt in om en omdat iedereen die situatie daar kent en ook ervaart. Als aanwonende of als chauffeur of als betrokken verkeersdeelnemers van elders. Ik wil de raad toch even terugnemen naar de kern van het voorstel. De kern van het voorstel is om vooruitgang te maken met die aanpak. Juist omdat er zoveel ongemak over bestaat. Met dit besluit zou u €20.000 ter beschikking stellen om zaken verder uit te werken. Want bij de motie die in juni is aangenomen, unaniem, heeft u er geen geld bij gedaan. Dat moet zich goed realiseren. Ik had gehoopt op het voor de begroting te brengen. Dat is door werkdruk niet helemaal gelukt. Dus vandaar dat die hier nu wel ligt. Dus met dit besluit spreken we nog een keer uit dat het aangepakt moet worden. En in brede zin, als het aan mij ligt. U spreekt uit dat u €20.000 ter beschikking stelt om zaken voor te bereiden en te begeleiden. Dat moet je breed nemen. Wat mij betreft, daar kun je ook al wat uitvoeringsdingen van doen die nodig zijn. En u spreekt uit dat we nog een keer een avond of een middag of een dag, dat kan mij niet schelen, gaan doen waarin we met alle betrokkenen nog eens een keertje de plannen doornemen en kijken waar de plannen tekortschieten. Dus alle ruimte voor de bewoners om zich er goed van te gewissen wat er mogelijk is en wat er kan. Nogmaals, we hebben met wat aanwonenden gesproken in een vorm van een werkgroep of actiegroep. Maar daarnaast hebben we ook nog wel anderen daarbuiten gesproken die ook hun zegje daarover gedaan hebben. Dus er is een vrij brede belangstelling en ook een vrij brede belangenvertegenwoordiging in dit dossier. Moet u niet onderschatten. Het is gewoon de dwarsroute door Ommen. En daar hangt heel veel samen, hangt heel veel van af. Dus het is ook niet eenvoudig om de meest optimale oplossing te krijgen. Waarom? Ja, waar de een voordeel bij heeft, heeft de ander nadeel bij. En dan is het aan uw raad om het algemeen belang te formuleren en te kijken hoe of die in die end gaat. Maar er komt dus nog een hele grote bijeenkomst waarin het plan in concept gepresenteerd kan worden en waarin er bijgesteld kan worden. Daar is ook wat geld voor nodig. Dus we zitten volop in het proces. We spreken wederom het commitment uit. We geven wat procesgeld. En wat mij betreft ook de eerste maatregelen kunnen eruit bekostigd worden. En dan gaan we, in de loop van de winter zal die bijeenkomst zijn. Dan gaan we zien waar de vlag erbij hangt. Dat is de kern van het besluit
wat we hier voor ons hebben liggen. Daarnaast hebben de verkeerskundigen en de planologen en allerlei andere mensen gekeken. Wat is nou het frame of het format of de belangrijkste functie van deze weg? En dan is het passen en meten en al die belangen bij elkaar brengen. En dat staat in het stuk wat het format ongeveer zou moeten zijn. Het betekent dat het snelheid wat gedempt moet worden. Dat betekent dat de overloopmogelijkheden via zebrapaden erin moeten. Als dat niet duidelijk genoeg is, dan zeg ik het. Als men twee zebranen wil, ik heb er indringend tot mij genomen. In ieder geval bij het stukje bij de Lidl waar je rustig over moet kunnen steken. Dat die is voor mij helder en op een andere plek waarschijnlijk ook wel. Een aantal van u hebben geroepen over het duidelijk maken aan doortrekkend vrachtwagenvervoer dat ze de omrijroute moeten nemen. Ik neem op mij om zo snel mogelijk, en kijk even die kant op, te kijken of de borden goed staan waar ze nu staan. En dat we dat nog indringender duidelijk maken. Dat doortrekkend verkeer van landbouwvoertuigen en vrachtvoertuigen echt indringend wordt gesommeerd om de omrijroute te maken. Die maatregelen kun je op korte termijn al doen. Een ander punt is 30 of 50 kilometer. Ik heb dat in de vorige vergadering ook gezegd. Het is heel jammer dat u in dezelfde vergadering of daaromtrent gezegd hebt. Nou, de koe voor de weg toch maar niet 70. Ja, dan gaat het hier of daar opstoppen. Want ja, dan gaat men dan toch gemakkelijker wat gebruik maken van de Julianenstraat en de Schuringstraat. Omdat je via de Koeverderweg niet kan doorrijden. Dat is ook precies de reden waarom wij zeggen, je kan eigenlijk niet goed op 30 kilometer gaan zitten als je de Koeverderweg op 50 laat. Want dan gaat het echt opstoppen en opstroken. Daar krijg je ook last van in het verkeer wat voor de Mulletbrug staat. En je krijgt ook last van opstroping bij het verkeer langs de vastende dijk, de vechtkade. Zo gaat het nog één keer. Het is een communicerend vat. Het verkeer stroomt naar het laatste punt. Dus je moet echt heel goed kijken hoe je die snelheden koppelt aan de rest van het verkeer. En het is mijn sterke indruk dat je niet op 30 kilometer in de Julianenstraat kunt gaan als je niet die Koevorderweg en de slagen verder gaat inrichten als de grote ring om ommen. Ik geef het u maar mee. Het een kan niet zonder het ander. Het zal ook geld kosten. Dat is een belangrijke voorwaarde om die Julianenstraat luw te krijgen. Dan moet echt gewoon de omliggende route moet je opwaarderen. Je zal ook echt iets steviger nu moeten ingrijpen op het verkeer op de vastende dijk vechtkade. Dat zou niet linksaf mogen de Julianenstraat in en dan eens kijken wat er dan gebeurt. Dus dat moet je echt in een breder perspectief bekijken. Ik geef het maar mee, je kan niet alle belangen honoreren. Daar is gewoon het speelveld te klein voor. Dus dat even over 30 kilometer en de omliggende uitrijroutes. Ik heb al gezegd dat er een bijeenkomst komt. Daarin kunnen mensen kijken naar het conceptplan. Dat kost ook een beetje. Wat mij betreft kunnen we al beginnen met borden om vrachtwagens nog een keer duidelijk te maken waarom men om moet rijden. Dat zijn wel zo'n beetje de belangrijkste dingen. Een heel belangrijk punt wat u allemaal heeft gezegd is de handhaving. We hebben dat nog weer eens een keer op een rij gezet met de politie. En dat is voor u een teleurstellend betoog. Dat heeft ermee te maken dat politie wel eens controleert. Maar goed, dat moet incidenteel gebeuren met een lasergun. Dan moet je er echt uren staan. En dan is de pakkans ook nog niet zo heel erg groot. Waarom? Omdat de maximumsnelheid van 50 km per uur niet zo vaak wordt overschreden en ze gaan pas bonnen schrijven met 57 km per uur. Dus die kans dat je dan werkelijk met een dag met zo'n laser kunt. U moet er om glimlachen, tribune, dit is mij zo gemeld. Dus ik vertel wat de politie rapporteert. Dus dan moet je echt 57 rijden en dat gebeurt niet zo vaak. Het controles houden met een radarapparaat of een vaste flitspaal. Daarvoor zijn in de beleidsvorm van de politie beleidsregels en protocollen. Daarvoor moet je toch wel hele forse overtredingen hebben, meermalen met letsels en allerlei ongelukken. Anders is dit een te zwaar middel in dit geval. Dus de politie is redelijk terughoudend in mogelijkheden om via versterkte capaciteit
nog meer aan handhaving te doen. Dat wil niet zeggen dat ze het niet doen, zeker niet. Maar ja, je hebt betrekkelijk weinig treffers als je daar heel veel energie in stopt. De politie zegt dan ook, we hebben liever gewoon dat de straat nogal stevig wordt heringericht, ook fysiek. Want daarna wordt handhaving veel gemakkelijker. Wat men ook zegt, in het vrachtwagenverkeer is het toch wel handig dat we één integraal vrachtwagenverkeersbeleid in het hele centrum hebben, waardoor handhaving mogelijk is in plaats van een wat versnipperde aanpak die we nu hebben. Dat is dus wat de deskundigen erover zeggen. En misschien is dat best te betwisten, maar goed, dat is mijn beste weten op dit moment. Ik vind ook dat het nader ter sprake mag komen en ook verder kan worden uitgezocht. Dus de politie heeft gewoon het liefste een hele harde herinrichting van de weg met vaste elementen. En dan wordt het vanzelf fysiek ook minder makkelijk om wat harder te rijden. Dan kan je het ook veel beter handhaven. Dat is de route die zij aanbevelen. Zo duidelijk wil ik daar wel over zijn. Dus dames en heren, wat we hier hebben is het kader, de duiding van de weg, de verdere verstandhouding met de andere wegen die daarop uitkomen en nog een aantal elementen die daarin zitten. En daarvoor is wel nodig dat we de brede verkeersafwikkeling van Ommen daarbij in oogschouw nemen. Ik heb er net wat over gezegd. En voor 20.000 euro kan je nog verder bijeenkomsten houden. Je kan verder onderzoek doen. En wat mij betreft kun je met de eerste maatregelen beginnen. Dus wat dat betreft is dat wel een begin van de aanpak. En ik hoop dat we er in het voorjaar gewoon al mee aan de slag kunnen. U bent klaar, neem ik aan. Ja. Wie van de commissieleden? De heer Dunnewind. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb het betoog van de portefeuillehouder gehoord. Het is mij volstrekt helder wat er in het stuk staat. Alleen wat ik niet begrijp, is er komt een bijeenkomst voor bewoners. Dat staat ook in het stuk weergegeven. Dat wordt in januari ergens een keer gehouden. Maar dat betekent dat we vanavond in de procedure de uitgangspunten wel gaan vaststellen. En in die uitgangspunten, daar staat onder andere in, wat we net allemaal hebben aangegeven, de 50 kilometer per uur enzovoort enzovoort, daar staan die daar opgezond. Dan zeggen we vanavond of op 30 november in de raad zeggen we daar eventueel ja tegen. Dan betekent dat het vaststaat. Wat voor nut heeft het dan nog dat we zeg maar met de bewoners om de tafel gaan om te inventariseren, terwijl het plan eigenlijk al vaststaat? Dus dat is echt mijn vraag van, is het dan voor de bühne om zoiets te organiseren of is het echt dat we daadwerkelijk met de bewoners iets voor het voetlicht willen brengen? En dat is ook dus de vraag die ik net gesteld heb, hè. Als we dit dan vaststellen, wat is dan nog de ruimte voor de inwoners? Dat is echt een vraag waar ik nog geen antwoord heb gehad. Dank u wel. Ik wijk even af van de orde en geef de portefeuillehouder gelegenheid om meteen te antwoorden. Ja, nou ja, u mag ook, als deze raad zegt het mot en het zal 30 kilometer zijn, dan moet u ook de consequenties aanvaarden. Dat is een helder verhaal. Alleen mijn vraag is, wij moeten nu vanavond zeggen van dit zijn de uitgangspunten, dit wordt ons voorgelegd, er wordt een plan van de aanpak voorgelegd en er wordt van de bewoners gevraagd om mee te denken met een werkgroep enzovoort. Alleen dit staan wel binnen de kaders die we van tevoren al hebben vastgesteld. Het is heel simpel mijn vraag, hoeveel ruimte is er dan nog voor de inwoners? Dus als wij nu gewoon zeggen als raad we gaan voor 30 kilometer, dan snap ik dat het geld kost. Ja, en een behoorlijke ingreep op allerlei andere verkeerskundige situaties en een aanpak van de koe voor de weg. En ik denk een verdere versobering van de weg langs de Vecht. Dat is wel de consequentie. En als u dat wilt, ja, nou, dan gaan we daarmee werken. Dank u voor het antwoord, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, volgens mij zijn we allemaal nog zover niet. En ik moet eerlijk bekennen dat ik de relatie zeg maar, tussen de 50 en de 70 kilometer met de 30 kilometer op de Julianenstraat en Schuurstraat niet zo zie hoor. Want volgens mij als we die afwaarderen de 30 kilometer zal het verkeer eerder geneigd zijn om rond te gaan. Maar voorzitter, even toch weer terug in het stuk. Hè, want ik had gehoopt dat we dit als hamerstuk in de raad zouden brengen. Maar daar lijkt het in mijn optiek, en dan zal ik me gelijk een voorschot nemen, want daar lijkt het nog niet op. Want ik wil wel eens even aan de nieren proeven, ook hier van de raadsleden, dat we toch teruggaan naar die 30 kilometer. Want dat is voor mijn fractie in ieder geval van wezenlijk belang. Ja, voorzitter, want ik heb de portefeuillehouder horen zeggen voor die 20.000 eurotjes. Daar kunnen we ook nog wat uitvoeringsdingen voor doen. Er staat volgens mij iets
in het stuk van dat daar een plan voor geschreven wordt. Dus ik zou ook graag willen horen van welke maatregelen er dan voor die 20.000 euro ook direct snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden. En eigenlijk, voorzitter, van, ja, dat sluit ook wel een beetje aan wat het CDA-fractie vraagt. Van als wij met dit stuk akkoord gaan over 14 dagen, van hoeverre timmeren we het dan dicht? Hè? Want ik beluister goed wat de portefeuillehouder zegt. Van, dan wordt het 50 kilometer punt uit. Dus wat mij betreft zijn we zover nog niet. Dus ja, eigenlijk mijn vraag is voor de uitvoering voor die 20.000 euro. Van welke zaken gaat u daar op korte termijn voor uitvoeren? Ik blijf afwijken, de portefeuillehouder. Maar die 20.000, ja, als u die in de zak houdt, nou ja, dan kunnen we andere dingen mee doen. Ik zeg er nogmaals bij, bij de motie heeft hij geen dekking gegeven. Dus dan gaat het of naar onvoorzien of we stoppen het in de tweede beerrap. U kent de systematiek. En als u zegt, nou ja, we willen dit niet doen, of we willen nog eens een hele andere variant proberen, kost het wat tijd. Nou, dan hou je wel je geld op zak, maar in de tussentijd gebeurt er niet zoveel. Ik probeer aan te geven wat je op de korte termijn zou kunnen doen aan uitvoeringsmaatregelen. Nou, volgens mij heb ik al gezegd, nog eens een keer heel goed kijken naar die vrachtwagenomrijsignalen. Dat moet al voor de brug, misschien ook op andere plekken. Ik weet niet hoe ingewikkeld het is om twee zebra's al voor de verdere oefeningen uit neer te leggen. Ik zou dat denken dat dat zou kunnen. En misschien zijn er nogal wat dingen aan laaghangend fruit te bedenken. Maar goed, dat is in het kort het antwoord. Nogmaals, er komt gewoon ook nog een bijeenkomst. Dan kunnen alle betrokkenen, alle, hè, dus dat zijn ook... De mensen die belang hebben bij de bereikbaarheid van de winkels. Je zal toch met vrachtwagens bij winkels moeten kunnen. Je zal kosten moeten maken als je zegt, nou ja, we willen de voorrangssituatie op de Ommen of op de Julianastraat afschaffen. Nou, dan moet je extra beveiliging hebben op de kruispunten waarin rechts voorgaat. Je kunt toch wel voorstellen dat je daar ook iets aan de inrichting moet doen. Dus zo zijn er nogal wat maatregelen nodig als je die kant op gaat. Maar goed, als deze raad echt heel indringend zegt, we willen zien en meemaken wat een 30 kilometer betekent, nou ja, dan neem ik de oefening gewoon mee terug. Dan praat je over hele andere dingen. Dank u wel. Voorzitter, ja, ik wilde niet geen interruptie plegen, maar ik had toch wel, want ik heb in het begin in de eerste termijn al aangegeven van dat ik er niet zo'n groot punt van zou maken van dat de motie op het onderdeel van het presenteren voor de begroting niet uitgevoerd is, hè? Want het gaat om het doel. Maar als ik de portefeuillehouder hoor zeggen van ja, maar u heeft geen budget erbij gesteld, hè, dat klopt. Maar dat was nou juist de bedoeling, voorzitter. En daar wil ik dan wel graag een reactie van de portefeuillehouder op. Dat was nou juist de bedoeling van die zinsnede van graag voor de begroting 2018 een plan te presenteren. Want dan hadden wij met z'n allen, want we hebben met z'n allen die motie aangenomen, kunnen kijken van wat dat betekent voor de begroting, voor die budget. He, dus waarom vraag ik dan aan het college van, want als ze zo graag, het college kan me bij voorstellen, die dekking had gezien, waarvoor is dan dat plan niet voor de begrotingsbehandeling 2018 gepresenteerd? Portefeuillehouder. Ja, het is gewoon niet gelukt door tijdsdruk en ingewikkeldheden. En I'm so sorry. Ik kan ook geen ijzer met handen breken. Dus dat is de vraag is gesteld, het antwoord is gegeven. De heer De Vries. Voorzitter, ik heb het betoog van de portefeuillehouder gehoord. En feitelijk betekent dat dus in handhavingsgeval dat de minimumsnelheid op deze weg 57 km per uur wordt. Ja, dat vind ik echt onaanvaardbaar. We hebben al eerder gepleit, of zal men zeggen, voor het voorstel wat we origineel in de verkeersvisie hadden. Dat was die 30 kilometer weg. Ik hoor meer collega's daarop ingaan. U geeft aan dat daar ook budget bij hoort. Nou, ik denk dat we die weg wellicht wel eens zouden moeten begaan om te bestuderen of dat een oplossing geeft. Maar ik zou ook in overweging geven, want u komt ook terug op de Varsenerdijk. Ik denk dat we dit veel integraler zouden moeten bekijken. Wij zouden echt moeten vaststellen van waar vinden wij nou dat het verkeer wat door Ommen moet eigenlijk langs moet. Dan denken wij aan Koevoordeweg en de omgang, zal ik maar zeggen, via de Balkenweg. Dat is echt de route die wij altijd in het verkeersplan voor ogen gehad hebben als doorgaand verkeersroute. Nou, het lijkt me, als we dat nou als uitgangspunt vaststellen, we stellen bovendien vast dat deze weg een
toegangsfunctie heeft en bovendien ook nog een verbindingsfunctie tussen de ene kant van de binnenstad en een ander deel, waar ook relatief veel oudere burgers wonen bovendien, dan denk ik dat we gewoon met elkaar moeten vaststellen dat wij deze weg wel als 30 kilometer weg willen. Nou, dan hebben we een aantal hele harde kernpunten in onze verkeersvisie en laten we die uitwerken. Juist. De heer De Ruiter, niet. De heer Moerman, niet. De heer Remmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard heb ik ook het betoog gehoord. Ik ben in ieder geval blij met een aantal toezeggingen op het gebied van de borden om daar alvast nu vooruitlopend naar te kijken. We zitten inderdaad wel met een paar punten. Ik hoor heel veel collega's nu inderdaad van de Koevoordenweg is de doorgaansweg. Ik ben het dan met de portefeuillehouder en dan denk ik dat we daar de consequenties van moeten dragen. En dat 70 dan waarschijnlijk een hele mooie oplossing zou zijn om dat te stimuleren. Dus misschien kan dat dan alsnog plaatsvinden. Blijft dan wel met de vraag zitten die we toen ook gesteld hebben van waar dan ineens die kosten vandaan komen. Want dat blijft voor mij een groot raadsel. Ik zou het wel heel op prijs stellen als in het onderzoek, als we zover komen, in ieder geval wel de varianten naast elkaar gelegd zouden kunnen worden. Van enerzijds 30 kilometer op de Schuringstraat met misschien dan de 70 op de Koevoordenweg, wat mij ook wel een logische consequentie zou lijken. En alle consequenties van dien qua inrichting. En daarnaast de variant met de 50 en de zebra's, want ik begrijp dat die combinatie uitgesloten is, om te kijken van, en ik denk dat er genoeg expertise in de landen is om te kijken van wat de consequenties daarvan zijn en wat dat betekent voor de doorstroom. En ik denk inderdaad dat we zoveel mogelijk moeten stimuleren dat de voorrangsroute, Koevoorderweg, Balkenweg, zoals we die met z'n allen hebben vastgesteld, dat die zoveel mogelijk gestimuleerd en gebruikt gaat worden. En dat we de wegen die door onze kern lopen, en zeker in integraal, hoe meer integraal, hoe beter. Maar dan hebben we ook te maken met de Vechtkade en dan de Chevroletstraat, die dan eventueel extra bezet gaat worden. En dan alsnog de Schuringstraat. Dus die communicerende vaten zijn er wel degelijk. Dus pak het zo integraal mogelijk op en dan graag twee varianten naast elkaar. Zowel met de 30 als de 50, met alle consequenties van die. En dat laatste was uw vraag. Heeft de portefeuillehouder behoefte om daarop te reageren? Ja, nee, ik merk hoe stevig de raad erin zit. Nou, daar houden we van, stevig raad. Als u zegt, nou ja, we willen toch echt alles uit de kast halen om 30 kilometer van te maken. We aanvaarden de consequenties die dat heeft op de verdere verkeerscirculatie. Daar kun je er met collega's over praten. Ik heb even snel naar de wethouder gekeken die, nou, die durft het wel aan, als ik er straks niet meer ben. Dus we kunnen die route op, maar dan moet ik ook echt zeggen, daar zitten zware consequenties aan. Want dan moet je ook in gesprek met iedereen die te maken heeft met de Koevoorderweg, met de oversteekbaarheid, want dat ga je dan wel 70 rijden. Dat telt ook eisen aan de veiligheid met het oversteken en met het kruisend verkeer. Dan moet je ook echt zorgen dat er doorstroming komt naar de Balkenweg toe. En met het verder verkeer luw maken van de Vassendijk en de Vechtkade, zodat ze dus niet meer linksaf kunnen, de Ommerstraat in, of de Julianenstraat in. Ja, dat heeft ook vergaande consequenties voor mensen die daar gemaakt zijn. Dus dan pak je in één keer toch weer opnieuw de grote verkeerscirculatie in Ommen. En als u denkt, deze raad is krachtdadig en slagvaardig en moedig en niet bang voor weerstand op belangen die daar strijdig mee zijn, dan moet u die missie aangaan. Dank u wel voor dit antwoord. Is dit ook het antwoord wat de heer Wendt gevraagd zou hebben? Gaat uw gang dan. Voorzitter, dank u wel. Ja, het kwam zo net ook al even te sprake van dat wat ons betreft ook wel van belang is om gewoon eens even te kijken van waar hebben we nog financiële ruimte. Dus stel dat er inderdaad dat de raad zou kiezen om het 30 kilometer te maken. Wat kunnen we dat dan bekostigen en waar moet dat dan vandaan komen? En dan hoorde ik ook even, volgens mij, de portefeuillehouder zeggen dat we eventueel ook die opwaardering van de Koevoordenweg van 70, of van 50 naar 70 ook zouden kunnen bekostigen vanuit die 20k, of heb ik dat niet goed gehoord? Dat heeft u helemaal verkeerd begrepen. Ja, nee, begrepen, dit is een grote operatie. Ik laat mij vertellen dat er ook nog financiële mogelijkheden bij de provincie liggen. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ja, misschien vinden zij het ook wel interessanter om dan in één keer vrij robuust de verkeerssituatie in Ommen dan aan te pakken. Misschien dat daar aantrekkelijkheden in liggen. En de gedeputeerde zegt, nou, daar wil ik dan wel meemaken.
een jaar voor de verkiezingen. Dat kan. Dat sluit het niet uit. Maar nogmaals, als u die oefening inzet, en wij zijn bereid om dat even naast elkaar te zetten, ik weet niet hoe snel dat kan. Ja, nou ja, goed, dan gaan we dat even heel grofstoffelijk bekijken. Maar goed, ik heb net gezegd wat ik heb gezegd. En daar zal de publieke tribune u ook op aanhouden. En ook mensen die op dit moment niet op de publieke tribune zitten. Dank u wel. Dan hebben we hiermee de behandeling van dit agendapunt gehad. Ik heb zelf toezeggingen geconstateerd van de portefeuillehouder dat hij in ieder geval gaat kijken naar zebra's. En in de tweede plaats. Dat was die ook. En in de tweede plaats dat hij nalaat gaan of de borden wel op de juiste plaats geplaatst zijn. En dat zijn maatregelen die nu alvast getroffen kunnen worden. Maar ik kom tot een andere gedachte. En dat is dat dit natuurlijk in ieder geval een bespreekpunt is. Daar hoef ik eigenlijk de commissie al niet eens om te vragen. Maar ziet het college misschien ook reden om dit stuk nog aan te houden en te komen met een stuk zoals u dat net een aantal keren hebt beschreven? Als ik mij met zaken bemoei die mij niet aangaan, dan hoor ik dat ook. Ja, het college is eenstemmig van mening. Eenstemmig, hè? Dat het aangehouden kan worden. En we zullen het. Die toezegging doe ik dan nog een keer. We zullen het topprioriteit geven. Dan dank ik u voor deze inbreng. Dan hebben we hiermee agenda punt 6 gehad. Gaan we over naar agenda punt 5. We doen eens een stapje terug, zo gezegd. Dan vraag ik de inspreker, de heer Reinier Hogendorp, om zijn verhaal te houden. U hebt net gezien, 5 minuten. Ja, dank u wel. Ik heb een kleine presentatie die ook klaar staat. Die kan ik hier bedienen. Dank u wel. Bijzonder om hier te staan. Ik kan u eerlijk verklappen dat dat best wel een dubbel gevoel voor mij is. Ik doe dit niet dagelijks, eigenlijk nooit. Ik ben ook eigenlijk Ommenaar. Ik ben hier geboren. En toen ik 18 was, toen ben ik verhuisd. En ik, iedere keer als ik hier terugkom in Ommen en als ik zo kom aanrijden, dan denk ik wel van, jee, hier gebeurt wel wat. Het is wel fantastisch om langs, nou, over die wegen waar we het net over gehad hebben, om daar te rijden. En dan realiseer ik me ook wel van ja, dat is wel gewoon het effect van jarenlange plannen maken. En een visie hebben en daar naartoe werken. Daar zit ook wel een beetje het dubbele. Want vanavond gaat het ook over Ommen Zuid. En ook dat is het effect van jarenlang plannen maken. En nou, mijn vader Jan Hogendorp, ik ben vandaag woordvoerder van hem en nog 13 andere woningeigenaren in de Wolfskuil. Die hebben een andere zienswijze. En u weet natuurlijk ook al wel dat dat eigenlijk al 30 jaar teruggaat. Ik heb het dossier doorgenomen, de eerste aanvraag van hem, van mijn vader, dateert uit 1992. En u heeft dat afgewezen. En dat, nou, hè, dat heeft zich zo een aantal keer herhaald. En u mag ook best wel van mij weten, op een gegeven moment denk ik ook van, nou ja goed, we hebben het geprobeerd, het lukt niet, het is klaar. Maar daarvoor vind ik het altijd wel fijn dat ik het zelf begrijp, dat ik het zelf kan uitleggen en dat we dan ook samen een glas wijn kunnen drinken en zeggen van oké, het is afgelopen. Maar ja, dat kan ik nog niet. Dit is uiteindelijk ook het huis van mijn vader waar het over gaat en uiteindelijk gaat het over heel Ommen Zuid. Mijn opa heeft het gebied daar in de Wolfskuil, heeft hij daar woningen gebouwd. In de jaren 90 is dit huisje gebouwd. Hè? Het vorige huis wat er stond is gesloopt en dit is er neergezet. Met medewerking van de gemeente. We hebben er nog een paar jaar gewoond en het was fantastisch. En sindsdien, hè, dus zeg 25 jaar lang, heb ik van mijn ouders gehoord. Later, als we gepensioneerd zijn, gaan we daar wonen. Dat is echt wel ons ultieme droom. En dat maakt natuurlijk ook wel dat iedere keer om de 10 jaar dan toch zo'n kans zich aandient. En dat we die dan toch proberen aan te grijpen. En dat is geen kwestie van we hebben tijd over. Dat is ook niet een kwestie van ja, hè, we veranderen de datum en we dienen hetzelfde stuk in. Maar het is ook wel gewoon meer. En
In het raadsvoorstel heeft u ook wel gelezen, hè? Daar wordt u ook wel gewezen op het feit dat één onderdeel eruit gehaald moet worden. Het onderdeel wat eruit gehaald moet worden is dat dat telkens ons verzoek wordt afgewezen. En dat klopt, het wordt ook telkens afgewezen. En om wisselende redenen, en de rode draad daarin is dat het of een precedentwerking zou scheppen. Een andere reden is dat het te kosten zou gaan van het recreatieaanbod. Of weer een andere reden is dat het niet mag van de provincie. En ze zouden maar zo allemaal stuk voor stuk waar kunnen zijn. De laatste keer, volgens mij was dat ongeveer 10 jaar geleden, toen stond mijn vader hier waarschijnlijk. En toen had hij voor zijn gevoel, was hij er bijna. Toen tekende er in de raad zich een meerderheid af. En net op het allerlaatste moment, nou ja, zo'n vergadering kan kantelen. En dat kantelde in het nadeel en vooral onder het mom van het recreatieaanbod. Hè. Het is echt gewoon nadelig voor het recreatieaanbod in Ommen en dat vinden we wel belangrijk. En dan is het toch wel een beetje zuur om datzelfde jaar 2007, om dit in de krant te lezen. Dit is wat er gebeurt. Hè. Mijn vader doet een verzoek. Kan ik hier wonen? En vervolgens zien we dit. Dan gaat het me niet om het park, maar het gaat me om de systematiek. Het gaat erover over één huis versus 60. En een paar jaar later, 2011 is het volgens mij, dan staat dit in de krant. Hè? Het Reggehuis daar, die omgeving met die huisjes die permanent bewoond worden. Waar de bestemming recreatie is. Wat nog steeds de bestemming recreatie heeft. Dat moet een woonbuurt worden, dus 2011. En uiteindelijk is het in 2011 is het wachten op het juiste moment. Soms denk ik wel eens van, ja goed, hè, volgens mij is dit het laatste moment dat wij dit nog kunnen doen. Misschien is dit nu ook wel het goede moment waarnaar gerefereerd wordt. Uiteindelijk bij het vaststellen van het gemeentelijk ontwikkelplan is daar ergens ook al wel in voorzien. Ik heb even een foto gemaakt, hè. Dit is een deel daarvan in het deel wonen, het deelgebied wonen, zit ook het thema recreatie en toerisme. En in dat vakje staat dan van, nou ja, we gaan doorontwikkelen van enkele in de woongebieden aanwezige verblijfsrecreatiebedrijven. Dus 2013. En eigenlijk is dit nu de huidige situatie. Hè? Het is gewoon om en uit. We hebben het niet over buitengebied, voor zover ik weet ligt dat buiten de reggen. Ik heb begrepen dat ook wel, hè, als we contact opnemen met de provincie, dat daar wat, hè, dat het soms ook weer even zoeken is van, oké, maar hè, wat is nou vigerend? Is dat het ene plan, het andere plan? Het overlapt elkaar een beetje en ik snap dat dan op een gegeven moment reparatiewetgeving nodig is om alles gelijk te trekken, om het ook goed te maken naar de toekomst toe. Maar er zijn een aantal recreatiegebieden en dat klopt. Een heel groot gedeelte daarvan, dat is ook gewoon de Wolfskuil. En de Wolfskuil, dat is echt een fantastisch mooi. Dat is gewoon een heel mooi gebied. En mijn vader heeft een aantal van u daar ook rondgereden om ook zijn zienswijze daar te laten zien. En dit zijn gewoon willekeurige huizen die daar staan. Die staan daar nu. En ze zijn allemaal bosrijk. En ik weet niet of u eraan af kunt zien welke permanent bewoond worden en welke niet. En welke wel die status mogen hebben en welke niet. Ik kan het in ieder geval niet. En dat zit ook ergens, hè? Dat is volgens Google hoe dat gebied eruit ziet. Dat is ook gewoon een mooi bosrijk gebied. En ik snap ook ontzettend goed dat de gemeente Ommen ook echt wel vooruit wil met dit gebied, met Ommen-Zuid. Ik hoorde de term lommerrijk wonen, landelijk wonen in Ommen. Of schaduwrijk wonen, dat zou ook kunnen. Ergens is er de keus gevallen om dit gebied dan op te delen. Ergens wordt dan beargumenteerd dat in dit stuk, dat dit blijkbaar een deel bewoond gebied en een deel buitengebied is. De benedenreggen, dat is op dit moment gewoon de grens daarachter, daaronder, ten zuiden daarvan, daar begint het buitengebied. Meneer Hogendorp, ook ja, ik ga al door de uw tijd. Lichtbeelden, u bent al over uw tijd heen. Sorry, ja, daar ga ik door. Dank u wel. Dit is het voorstel. We gaan het buitengebied, gaan die grens gaan verschuiven. Dat komt een stuk noordelijker liggen. De zwarte cirkel middenin, dat is het woongebied. De Wolfskuil, dat wordt buitengebied. En met buitengebied moeten we terughoudend omgaan. Daar zit
ook in dat dat ene park, zeg maar vanaf 2007 zo'n beetje rode draad begint te worden, dat is nu, dat wordt gezien als stedelijk gebied. Dat snap ik niet. We hebben woningen in de Wolfskuil. We hebben net foto's gezien. Op een of andere manier is ergens iets stedelijk gebied en ergens iets buitengebied. Ik heb gevraagd om een foto. Dit is de grens. Links is het wonen en rechts is het buitengebied. En wij denken dat het ook anders kan. U hoeft niet die grens aan te passen. U hoeft niet om de zuid die grens van het buitengebied verder naar het noorden op te trekken. Die kunt u gewoon bij de reggen en de spoorlijn houden. Er is geen reden voor. U kunt ook gewoon dat perceel, terrein, kunt u ook doorontwikkelen. En u kunt ook deze eigenaren van woningen de mogelijkheid bieden om lommerrijk te wonen. Het zijn er 14, twee wonen er al permanent. En een aantal die hebben helemaal niet de ambitie om daar permanent te wonen, maar anderen wel. En het kan. Ik zal afronden. Ja, dank u wel. Ja. Ook in het huidige voorstel zitten gewoon aantal uitzonderingen. Middenin zit u een donkergroen vlekje met een zwarte cirkel eromheen. Dat is een deel buitengebied in het bewoonde deel van Ommezuid, in uw voorstel. Het zal ongetwijfeld een verklaring hebben. U zit links, ziet u wat gele vlakken. Dat is bewoond in het buitengebied. Ik wil u aangeven, er zijn allemaal mogelijkheden. Het is misschien niet zo zwart-wit als dat het voorgesteld wordt. En ook de verwijzing naar het provinciale onderzoek, dat gaat over verpaupering. Ik heb u een foto laten zien en ik heb niet de indruk dat over ons gaat. Eigenlijk wat we van u vragen en wat ook onze zienswijze is, inderdaad, werk toe naar dat mooie lommerrijk wonen. Bied wat meer mensen die mogelijkheid. Maar er is geen noodzaak om die grens met het buitengebied zo op te schuiven. Die kunt u gewoon handhaven. Als dat zo, mocht u toch besluiten dat dat echt nodig is, hou dan die Wolfskuil bijeen. Vier straten die allemaal hetzelfde heten, Wolfskuil. Dat is onze zienswijze. Dank u wel. Wie van de commissieleden heeft behoefte om te reageren, vragen te stellen? De heer De Vries. U gaf net aan in een slide of twee terug dat het heel goed mogelijk is om woonbestemmingen toe te kennen zonder precedentwerking. Kunt u dat nader uitleggen? Dat is namelijk een mogelijkheid door het gebied heel specifiek te omschrijven. En als we genoeg kenmerken kunnen vinden waarom de Wolfskuil als dit voorbeeld maar bijzonder genoeg is. Bijvoorbeeld omdat alle straten zo heten en omdat het daardoor één geheel is. Nou, dan kan ik me voorstellen dat er geen ander gebied in Ommen is waar vier straten ongeveer hetzelfde heten. Het is maar een voorbeeld. En ik denk dat er in het verleden ook andere voorbeelden zijn waarin er ook wel ontwikkelplannen geweest zijn waar het ook mogelijk was om zonder precedentwerking te ontwikkelen. Dank u wel. De heer De Ruiter, gaat u gaan. Dank u wel. U gaf ook aan dat u nu weet, er zijn twee bewoners die het wel willen en de rest wil het niet. Of ik vat hem even zo samen in ieder geval, ze willen het niet allemaal. Dat kan op dit moment de situatie zijn, maar wie garandeert mij dat het over 3 jaar niet heel anders is? Ja, zoals ik het bedoelde was dat dat ik spreek namens 14 eigenaren waarvan er al twee een permanente status hebben, dus die wonen daar al permanent. Mijn ouders die zijn al in de 70, die hadden misschien wel een paar jaar eerder met pensioen willen gaan en daar kunnen wonen. Ik denk dat plan misschien ook wel bijgesteld is. Ik ben er met u eens. Ik kan u geen aantallen geven. Ik weet wel dat meneer Roerade, die woont in Rotterdam en die heeft dit, volgens mij woont u daar prima. Daar is op dit moment geen inschatting van te maken hoeveel huizen dat er zijn. De vraag is ook of dat echt relevant is, omdat het aantal woningen beperkt is en omdat de mogelijkheden er zijn. Dank u wel. Wie van de commissieleden nog meer? Niemand. Dan verzoek ik u weer te gaan zitten en u kent de volgorde
eerst behandeling. Daarna krijgt u nog de gelegenheid om eventueel nog weer een nawoord te spreken. Dan geef ik nu het onderwerp in behandeling. Wie van de commissieleden? In ieder geval de heer Wendt, die gaat rechtop zitten. Ga de gang. Ja, voorzitter. We kunnen hier op zich wel kort over zijn. Bestemmingsplan buitengebied herziening om een Zuid. Een stuk zoals ook al door de inspreker gezegd is van wat uitvloeisel is van het beleid dat we al een tijd geleden hebben ingezet. En ook conform natuurlijk het gemeentelijk omgevingsplan. Wat ons als ChristenUnie bij dit soort stukken altijd vooral interesseert is de zienswijzen en hoe die zijn afgehandeld. En in dit geval zijn we van mening dat alle zienswijzen adequaat zijn afgehandeld. En daarom kan het stuk wat ons betreft als hamerstuk naar de raad. Dank u wel. Wie van de commissie? De heer Remmers, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is inderdaad een stuk wat natuurlijk in die zin eerder ter sprake is geweest. En op zich zijn wij ook zeker tevreden met de nauwkeurigheid waarmee er gewerkt is en de reacties die opgeschreven zijn. Desalniettemin wil ik zo snel mogelijk bijspreken naar de tweede termijn, omdat ik gewoon toch wel heel nieuwsgierig ben naar de reactie van de portefeuillehouder op de inbreng van de inspreker. De argumentatie die wordt aangedragen. Een aantal dingen zien we terug in de zienswijze behandeling in de stukken, hoe erop gereageerd is. Er komen natuurlijk toch weer een aantal zaken naar boven. Dus ik ben heel benieuwd naar de reactie op de inspreker. Heer Moerban. Ja, voorzitter, dank u wel. Goed, ik kan me daarbij aansluiten. Het gaat inderdaad op beantwoording naar aanleiding van de inspreker inderdaad. En dan vooral ook wat betreft het al dan niet of wel of niet handhaven bij het recreatiepark de Reggehuus. En wat is nu de actuele status daarvan en waarom zou er wel of niet kunnen gehandhaafd worden? Dat was het. Dank u wel. De heer Rijp, niet. D66 niet. De heer De Jonge. Ja, voorzitter. Nou, op zich, ik moet wel aangeven dat het vrij lastig was om door het stuk weer heen te worstelen. We hebben het al een keer op hoofdlijn naar de orde gehad. En ik moet zeggen, ik had wel wat meer waarde gehecht aan een briefje waarbij zo'n kort A4'tje van wat de verschillen zijn en wat de aanpassingen waren. Want je moet wel vrij ver zoeken van wat betekent het nou precies. Ja, voorzitter, en als het gaat om permanente bewoning, wij hebben dat de vorige keer ook al aangegeven. We vinden het wel verrekte lastig datgene wat er op het Reggehuis gebeurt, op het Reggehuispark. Want daar zit dan vol met arbeidsmigranten die in onze tiek een permanente bewoning daar hebben. Die wonen misschien wel in Warschau of weet ik waar, maar die wonen daar toch permanent. En wij vinden dat zeer, eigenlijk niet uitlegbaar aan de burger van waarvoor die mensen daar, met alle respect, hè, want ze doen wel mee aan de Nederlandse economie, maar waarvoor daar wel permanent bewoond mag worden en op een andere zaak niet. Dus daar zou ik wel graag een antwoord op willen hebben van het college, van hoe zij daar tegenaan kijken. Want als ik het goed begrepen heb, liggen daar ook nog wel wat plannen, althans een verzoek om wat te doen. En in onze optiek had dat ook wel gehonoreerd kunnen worden. Ja, voorzitter, en geluisterd hebben naar de inspreker, want dat maakt het voor ons vrij lastig. Want het werd aangegeven van precedentwerking. We hebben de afgelopen tijd nog gesproken met mensen op Gietermeveld, de Lindenberg. En die willen ook allemaal permanente bewoning. Voorzitter, en mijn fractie heeft contact gehad met de Belangenvereniging Vrij Wonen. En daar een uitgebreide discussie mee gevoerd over de voor- en nadelen van permanente bewoningen en waar hun tegenaan lopen. En eigenlijk zegt die vereniging van wij willen graag op alle plekken in Nederland dat daar de recreatiewoningen of bepaalde recreatiewoningen die niet meer gebruikt worden voor recreatie, dat je daar permanent kunt bewonen. En de laatste gegevens wat die aangeven, die belangenvereniging, die zegt ja, we lopen tegen de muur op, want het is landelijk en provinciaal beleid. En eigenlijk lees je dat ook in de zienswijze, dus dat sluit er wel een beetje bij aan. En kortom wat ik daarover wil zeggen, want ik zou ook graag dat het stuk doorging als hamerstuk naar de raad, want volgens mij is het daar nu wel tijd voor. Zijn wij op hoofdlijnen wel te porren voor permanente bewoning dan wel bepaalde recreatiewoningen om te turnen, maar dat wel binnen de kaders. En het zou me goed lijken om eens een keer hier in deze raad een goede discussie over te voeren, dus dat stel ik nu ook voor. Dus kortom, eigenlijk is mijn enige vraag van hoe de relatie zit tussen het Reggehuis, permanent bewonen, de rest en hoe het college daar tegenaan kijkt. Dank u wel. Ik heb begrepen het CDA geen. We kunnen ons aansluiten wat de
aangegeven, voorzitter. Prima, bedankt. De portefeuillehouder, gaat in gang. Ja, op verzoek van de heer Remmers ga ik in op de visie van de inspreker. De inspreker die geeft in feite aan van wij willen de bestemming recreatief omgezet hebben in wonen. En in de zienswijze beantwoording staat exact waarom dat niet mogelijk is. En wat ik dan verder zie, dat is van... men is het niet helemaal eens met hoe het woongebied en het buitengebied is ingericht. En ik denk dat het komt omdat de vader van de inspreker van mening is dat binnen de bebouwde kom, binnen het woongebied, het gemakkelijker zou zijn om de woonbestemming te verkrijgen in plaats van een recreatieve bestemming. En dat is gewoon niet waar, want of je nou binnen de bebouwde kom zit, binnen wonen of in het buitengebied, als de bestemming recreatie is, dan mag het niet permanent gewoond worden. Provinciale Staten is ermee bezig geweest, dat staat ook in de zienswijze, maar dat heeft niet geleid tot andere zaken. En ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen aan die zienswijze, zoals die beantwoord is. Dat is klip en klaar en helder gebeurd. Ook over hoe de grenzen bepaald zijn. En dan de handhaving. Ja, handhaving is een thema in deze raad. Ook in de zienswijze is aangegeven van hoe er gehandhaafd wordt en niet hoe vaak er gehandhaafd wordt. Wij hebben nog een brief aan u te schrijven met daarin aan te geven van hoe het zit met de handhaving. En ook vanuit dat budget zal ook de handhaving hier moeten gebeuren. Op het Rijgehuis. Tot zover mijn beantwoording. Dank u wel. Ik kijk of de vragen voldoende beantwoord zijn. Ik zie geen vingers omhoog. Begrijp ik goed dat dit een hamerstuk wordt voor de raad? Wil iemand daar een bespreekstuk van maken? Geen bespreekstuk, dus hamerstuk. Dank u voor uw medewerking. Dan krijgt de inspreker nog de gelegenheid om, als hij dat wil, te reageren. Kort. Nou ja, als ik even heel eerlijk ben, is mijn dubbele gevoel wel redelijk verdampt. Dit is natuurlijk mosterd na de maaltijd. Volgens mij heeft u net een hamerstuk aangenomen en u geeft mij beleefd het woord, waarvoor dank overigens, om daar dan alsnog op te reageren. Maar u stelt mij ook de vraag van, oké, maar hoe kan dat dan en hoe gaat het dan en... hoe zit dat dan met precedentwerking en kunnen we dan, is het dan niet mogelijk om in recreatiegebied permanent te gaan wonen? Ik stel gewoon voor dat u zich verdiept in de route die er met het Rijgehuis gelopen is. Dat is gewoon jarenlange planning. En dat is toegevoegd aan het deel bewoond gebied in het gemeentelijk... Nee, maar daarom vind ik het ook zo goed om daar met u over van gedachten te wisselen en vragen te stellen en antwoorden te kunnen geven. Want in het gemeentelijk ontwikkelplan zit er in het gebied wonen, staat alleen dat recreatie doorontwikkeld wordt. Ik heb daar niet kunnen lezen dat er in dat gebied, dat deel van het bestemmingsplan, dat daar recreatie zit. En dus daarvan weten we dat park, dat gaat geen... Dat heeft geen lange termijn als recreatiepark. Daar is al wel eerder afgesproken dat dat doorontwikkeld wordt. En dan snap ik niet. Als de Wolfskuil ook onderdeel kan worden van bewoond gebied. Waarom dat niet zou kunnen. En het wordt hier gepresenteerd als een feit dat het niet kan. En nogmaals, ik ben geen deskundige. Dus als uw deskundige dat zou zeggen, dan oké. Handhaving, ja. Ik heb nog geprobeerd. Het Rijgehuis afgelopen week nog gekeken. Hoe zit het daar? Ik ben nog langsgereden. Het heeft een receptie. Ik weet niet of u nog geprobeerd heeft om er een huisje te huren. Ik wel. Nou, ik kan het niet. 10 jaar aan de gang. Ik snap ook wel dat het uw probleem is. En ik snap alleen... wat ik graag hoop is dat u ook begrijpt dat het voor
mij als woordvoerder voor deze 14 eigenaren dat het niet uitlegbaar is. Het is niet uitlegbaar. Dat zou zo mooi zijn als ook een gemeenteraad naar inwoners kan uitleggen hoe besluitvorming tot stand komt. En hoe kan het dat het hier afgewezen wordt en dat daar gewoon onder het toeziend oog dit plaatsvindt? Dank u wel voor uw nabrander, zo gezegd, voor uw bijdrage. Ik denk dat de commissieleden ook deze woorden wel zullen meenemen. Ja, waarin? Oh, sorry. U mag meenemen waarin. Ik weet niet zo heel goed hoe dit dan gaat. Maar het is nu, uw beurt is nu voorbij, zo gezegd. Oké, okay, nou, maakt daar een eind aan. Dank u wel. U mag weer gaan zitten. Commissieleden, ik zit met een vraag en die moet u beantwoorden. Juist, hij is al beantwoord. Tot 9 uur pauze. Dan hebben overigens ook de mensen op de tribune gelegenheid om andere doelen te kiezen. Als zij dat willen natuurlijk. Gaat u gang. Ja, voorzitter. Ga maar los. Goed. Het is iets later geworden dan 9 uur, maar u bent helemaal weer verfrist en vol goede moed. Wij vervolgen onze agenda bij agenda punt 7. Het beleidsplan Samen tegen Armoede 2018-2020. U hebt een ingewikkeld exemplaar op uw tafel gevonden. Maar dat hoeft u vanavond niet te behandelen, mag u thuis lezen. We gaan nu het beleidsplan behandelen. En mevrouw Makkinga is de eerste die het woord wil. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Als zelfstandig ondernemer mag ik altijd graag mijn vleugels uitslaan. En ik vind het nu ook bijzonder dat ik dat raadslid ook mag doen, dat we ook gaan over Hardenberg. Want helaas, of misschien gelukkig, ik weet het niet, Hardenberg staat nog genoemd in de notitie die wij voorgelegd hebben gekregen. Laatste pagina. Maar ik vind het prima hoor, dus ik weet alleen niet of het in Hardenberg ook prima vindt. Goed. Dit even terzijde. Voorzitter, het CDA is best content met dit beleidsplan. En vooral ook de uitgangspunten en beslispunten zijn wat ons betreft helder omschreven. Complimenten. Maar we hebben nog wel een aantal vragen of aanscherp suggesties. En de eerste is dat wij de zorg delen van de participatieraad. Namelijk dat het in de kern gaat om maatwerk. Maatwerk, dat wil zeggen ondersteuning. Ondersteuning bieden, aansluiten bij de situatie van diegene waar het om gaat. En als ik dan in het beleidsstuk kijk, dan staat er een van de doelen is een eenvoudig en benaderbaar aanspreekpunt. Betekent dat er inderdaad echt ook contactpersonen beschikbaar zijn? Bijvoorbeeld contactpersonen à la plaatselijk belangen. Of een budgetcoach waar inwoners een beroep op kunnen doen. Graag een toelichting hoe die menselijke maat, dat maatwerk in de praktijk wordt opgepakt. Dan tweede vraag gaat over mobility mentoring. En ons inziens is dat een prima aanpak, maar waarom wordt het pas in 2019 hiermee gestart? En waarom niet al wat eerder met training en ook training on the job, dus meteen in praktijk brengen? Dus waarom niet al het komende jaar? Een participatiefonds voor volwassenen. We hebben de indruk dat we hier wat doorschieten. Eerst was het declareren achteraf en nu een steekproef af en toe. En ook hier gaat het in onze ogen om maatwerk. Projecten als Weg achter de Graniums, misschien kent u dat wel, of het Geluksbudget, die hebben ons geleerd dat juist het gesprek voeren met inwoners, wat je met dat budget kunt doen en hoe je op die manier weer deel kunt en wilt nemen aan die samenleving, dat gesprek is juist dat extra duwtje in de rug. En ook graag een toelichting, hoe gaan wij dat nu doen? Want dat werd ons niet geheel duidelijk. En is er ook verbinding tussen dit plan en het nieuw normenschap? Dus met aandacht van hoe kunnen we inwoners ook bij het nieuw normenschap betrekken? En in het plan staan de resultaten vermeld, van wanneer zijn we tevreden? Nou, helemaal goed, alleen wat ons betreft had het wat smarter gemocht en ook nog wat met wat meer pit. U zegt van nou, als we in 2020 alle formulieren aangepast hebben in begrijpelijke taal. Nou, 2020 is over 2 jaar, wat ons betreft zou dat ook wel in 2018 gerealiseerd kunnen worden. En doe dat dan met een meeleesgroep, bijvoorbeeld mensen van Samen Sterken. Nou, is dat ook de bedoeling? En tot slot, voorzitter, er worden in het stuk diverse organisaties genoemd waarmee we samenwerken. Alleen wat wij missen, is de verbinding van die partners met actiepunten, oftewel eigenaarschap. Hoe zit het nu? Welke organisatie is nu aanjager
voor welk actiepunt of voor welk thema. En nou, stille armoede is al wat vaker hier benoemd. Kunt u nog iets zeggen hoe we vooral ook deze groepen in het vizier krijgen? En de bewindsbescherming, dat neemt toe. Of beschermingsbewind, sorry, ik zeg het verkeerd. Beschermingsbewind, dat neemt toe. Maar een goede voorlichting, zegt u dan, dat is heel erg belangrijk richting organisaties. Maar wat betekent dat nu voor onze eigen stijl van dienstverlening? Hoe gaan wij daar op inspelen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze maatwerkvraag slikken we in. Die is al aan de orde geweest. Er is last van dat het best wel een aardig goed stuk is. Zo hier en daar wel wat op af te dingen. En dat willen we graag ook niet nu aan de orde brengen, maar vooral tijdens de raadsvergadering als bespreekstuk met u behandelen. Blijft er één vraag over voor dit moment, voorzitter, en die gaat over het plan zelf, waar in 2018 een rare piek in de kosten van de zorgverzekering zijn opgenomen, de collectieve zorgverzekering. En misschien dat u daar een verklaring voor heeft. En dat was, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Bermes, gaat in gang. Dank u wel, voorzitter. Over het stuk inderdaad leuk, mooi om te lezen. Toch bij het eerste punt al liep ik er tegenaan dat er twee verschillende dingen worden verwoord. Want er staat een eenvoudig en benaderbaar aanspreekpunt voor elke inwoner. Dat is dat de mensen naar je toe komen. En vervolgens wordt er een verklaring gegeven dat we gaan zenden. En dat we naar de mensen toe gaan om de communicatie te verbeteren zodat iedereen wordt bereikt. Nu is mijn vraag, wat is nou het doel? Is het nou het doel dat er echt een aanspreekpunt is? Of is het het doel om de communicatiemiddelen te verbeteren en de taal eenvoudiger te maken erin? Dan wat ik, waar ik tegenaan loop is eigenlijk het punt tussen volwassen worden vanaf 18 jaar. Wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt. Financieel, waar mensen veel op tegenaan lopen, is dat ouders vanaf 18 jaar, bij hun kinderen die 18 jaar zijn, nog steeds verantwoordelijk zijn voor een stukje levensonderhoud en studie. En daar gaan ook de kosten zitten. Want we hebben nieuwe regelingen en er wordt middelbare school is vergoed. Er zijn een heleboel dingen gratis, studieboeken zijn gratis. HBO, MBO kost geld. En dat is vanaf 16, 18 jaar is dat een hele zware lastpost. En niet iedereen verhuist, dus niet iedereen gaat gelijk het huis. En ik mis daar een beetje het punt van, ja, volwassen worden is leuk, vanaf 18 jaar, maar financieel nog niet helemaal. Hoe ga je dit ondervangen? Want dat is eigenlijk tot 21 jaar is die grens. En dat zou ik eigenlijk nog wel terug willen zien in dit punt. Zodat je niet in één keer in een gat keldert aan twee kanten. En ook inderdaad wat de collega's wel aangaven van, er mag wel wat meer pit in. Mag wel wat smart worden, de definities om te hopen. Het is niet meetbaar. Dus het is leuk om te zeggen van we hopen dat we wat bereiken. Ja, en als je het niet hebt gehaald, dan heeft het beleid ergens toe gediend of niet. Het is continu we hopen wat te hebben. En ik denk maak het concreet. Zeg wat je wil hebben, wat je doel is om te bereiken. En de punten terug te laten komen erin. Tot zover. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Ja, het beleidsplan Samen tegen armoede. Dat is hartstikke mooi, de titel is goed en dat onderschrijven wij ook. Maar hoe realistisch is dit? Ik bedoel eigenlijk om de armoede helemaal weg te krijgen. We willen het wel. We krijgen nu wat tools, we gaan met wat dingen werken. Maar is het wel realistisch? Want als ik verder in het stuk lees dat de intentie is om scholen te gaan opzoeken om jongeren leren financieel gezondere keuzes te maken, prima. Dat moet vanuit de gezinssituatie gedaan worden en ook vanuit school, prima. Maar verder lees ik dan dat ook het verenigingsleven erin betrokken gaat worden. En dan denk ik, oh ja, en hoe gaan we dat doen? Is er hierover contacten geweest met de verenigingen? Ik denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging. Moeten de besturen dat doen? Moeten de begeleiders dat doen? Hoe realistisch is dat? Dan hebben we het over het budgetplan. Het is mij niet helemaal duidelijk of dat al uitgedeeld is aan de scholen. Of er al meer gewerkt is. En vooral wat de resultaten daarvan zijn. Als ik dan kijk naar de inkomenseffectrapportage, dan wil ik wel graag weten wat hieronder precies verstaan wordt.
En wordt er ook getoetst vanuit de nulmeting? Daar hebben we het wel eens vaker over gehad. En als je bepaalde dingen wilt gaan doen, een rapportage, dan moet je een uitgangspunt hebben. Die mis ik hierin. Er staat over geldzaken die ontwikkeld worden. Geldplannen, dat noemt men het startpunt. En dat is al in 2016 door 61 inwoners gebruikt. We zouden graag willen weten hoe hun ervaringen hierin zijn. En het is ook al eerder gezegd, in het stuk staat over inwoners, niet vestigde achtergrond, ZZP'ers, jongeren. Maar neem alsjeblieft ook mee de stille armoede. En ik noem het ook gewoon de agrariërs. En vergeet natuurlijk ook niet, dat zegt de participatieraad ook, mensen die niet goed Nederlands kunnen lezen of schrijven. En ook mensen die niet goed geletterd zijn. Want er zijn er meer dan we denken. Nou, dan hebben we het over mobility mentoring. En waarom pas in 2019 voldoende getraind? En wat doen we in die tussentijd met de mensen waar het om gaat? Want het is nu 2017, oké, bijna 2018. Maar tussentijd gaat de wereld wel verder. En dat gaat ook voor het fonds wat ontwikkeld gaat worden om educatiekosten te gaan betalen. Dat kan ook pas in 2020. En vandaar wat al eerder gezegd is, ja, wat meer pit eronder en erachter, dat is gewoon prima. Ik heb het in het begin gezegd, er wordt ergens in het stuk geschreven, we zijn pas tevreden als niemand meer wordt uitgesloten van sociale, culturele en educatieve activiteiten. Is dat geen utopie? Want we kunnen de wereld heel mooi willen voorstellen, maar het moet ook haalbaar zijn. Ik ben geen zwartdenker, wat dan ook, maar ik wil wel graag realistisch blijven. Dan staat er, aan het einde van het stuk, waarom de recidivisten worden uitgesloten, niet meer worden uitgesloten van schulddienstverlening bij een derde verzoek binnen 15 jaar. Kunt u me dat nog eens onderbouwen? Met name wil ik dan graag iets meer weten van, goh, als je maar doorgaat, dan krijg je altijd wel weer je centen. Word je altijd wel geholpen? Nee, ik zei het verkeerde. Word je altijd wel geholpen? Daar zou ik graag toch een nadere uitleg over willen hebben. En dan die collectieve zorgverzekering, die piek die er komt en daarna weer terugvalt naar 2017. Daar zou ik graag ook een verklaring over willen hebben. Ik dank u wel. En ik dank u. Ik denk mevrouw Pol. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Ik zit even te kijken, want wij hebben natuurlijk ook allerlei vragen. Diegenen die weggemaaid worden, die ga ik ook niet weer herhalen. Wat ik wel wil herhalen is het maatwerk en met name dat de participatieraad dat heeft benoemd. En een positief advies heeft gegeven over dit beleidsplan, wat natuurlijk hartstikke mooi is. En ze geven hierbij het advies om te focussen op maatwerk en niet zozeer in te zetten op regelgeving. En dat werk zeer belangrijk wordt geacht. En vrijwilligerswerk een uitkomst kan bieden als voorportaal naar werk. Mijn vraag is, zijn er eventueel mogelijkheden om binnen een uitkeringssituatie aan vrijwilligerswerk te doen? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maatwerk kan ook geleverd worden via mobility mentoring, zodat de hulpverlening beter aansluit op de persoonlijke situatie van inwoners. Want deze situatie veroorzaakt chronische stress en dat vermindert het lange termijn denken. Nou, dat weten we allemaal wel. Maar mijn vraag daarop specifiek is, hoe wordt mobility mentoring ingezet om gedrag en het denken te veranderen? Want dat kon ik niet helemaal goed vinden. Eens even kijken. Wij hebben gemerkt dat het in het stuk staat dat het aantal mensen onder beschermingsbewind gestegen is en wel explosief. Terwijl het nieuwe beleid binnen het huidige budget zal worden uitgevoerd. Daarbij is €400.000 slechts 1% van de totale begroting van Ommen. In mijn ogen is dat echt minimaal. Kan de wethouder uitleggen hoe dit beleid budgetneutraal kan worden uitgevoerd? En verder is er voor 2017 €400.000 begroot. Nou, dat heb ik al gezegd. Terwijl er €393.550 is uitgegeven. Dus €6.450 minder.
Kunnen wij als gemeente aan het bedrag dat over is een eigen invulling geven? Bijvoorbeeld het ten gunste laten komen aan het verlagen van de aanvraagprocedure van de langdurigheidstoeslag? En verder zegt u in het stuk tevreden te zijn als onze inwoners tevreden zijn over de dienstverlening. En gaat een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Prachtig. Maar zijn er dan momenteel geluiden over klanten die ontevreden zijn? En hoe gaat u die klanttevredenheid dan verhogen? Verder, de nadruk komt te liggen op preventie en vroegsignalering. Er bestaan geluiden dat bijvoorbeeld de thuishulp aan vroegsignalering kan doen. Kunt u vertellen hoe de privacy van de betreffende mensen gewaarborgd kan worden bij preventie en vroegsignalering? Even kijken, daar had de VVD al over gevraagd. En dan tot slot, ik zal het kort houden, niet dus. In Hardenberg bestaat er naast de voedselbank ook een kledingbank. En wat ik zou willen weten is of er in Ommen ook een mogelijkheid is om dat hier te realiseren. En dat waren mijn vragen. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. De notitie, de beleidsnotitie en de plan van aanpak, dat zijn wat ons betreft zijn prima verwoord. Daar kunnen we ons op zich prima in vinden. Maar zoals een aantal andere collega's ook al aan hebben aangegeven, wij zouden toch wel even iets meer smart willen hebben. Nou, het is de wethouder denk ik wel bekend dat wij dat ten aanzien van de bijstandsgerechtigden graag een concrete doelstelling zouden willen zien. Maar ook als ik kijk naar de verwoording, punt 7 van plan van aanpak is stevige toegang en klanttevredenheid verhogen. Ja, stevige toegang, dat is wel een heel abstract begrip. Dat zouden wij graag wat tastbaarder willen hebben. Mevrouw Pol gaf het ook al aan. Wanneer zijn we tevreden? Ik citeer, we zijn tevreden op het moment dat de actiepunten tot tevredenheid zijn uitgevoerd. Ja. Dat lijkt me een redelijke cirkelredenering. Het gaat mij niet om dit te badineren, want ik vind het stuk op zich goed. Daar kun je gewoon niet op tegen zijn. Maar ik denk wel dat we met z'n allen toch concrete doelen moeten afspreken, doelstellingen. Dat gaat ook op voor mensen die gebruik maken bijvoorbeeld van de voedselbank. Kunnen we dat reduceren? Kunnen we daar de zaken in verbeteren? Dus ik zou graag van het college, in casu de wethouder, horen van hoe we dit meer smart gaan maken, zonder nu al elk punt eruit te lichten. Dat was het, voorzitter. Dank u. De heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben het armoedebeleidsplan met interesse gelezen. En vanwege de zeer fraaie vormgeving, en we hebben vanavond ook wat aangetroffen, vroegen wij ons wel af of daarmee ook de inhoud al in beton gegoten is. Want we vroegen ons af in welke mate wij als gemeenteraad nog wijzigingen zouden kunnen aanbrengen als wij dat nodig achten. Het beleidsplan leest op zich prettig. Wat ons betreft hadden er ietsjes minder herhalingen in hoeven te staan. Het document is 12 pagina's groot, en inclusief de bijlagen. En we constateren dat die 7 beslispunten in totaal 5 keer genoemd zijn. Dus dat leek ons wel voldoende. En we vonden ook de inhoud, maar het is ook al een paar keer gememoreerd, niet erg smart geformuleerd. Maar we beseffen wel dat het hier gaat om een beleidsplan. Maar toch. Meneer de voorzitter, wij hebben afgelopen week over het armoedebeleidsplan een aantal technische vragen gesteld, schriftelijk, die vooral meer duidelijkheid moesten scheppen over het budget wat er nu voor ligt. En zeker als dat wordt bezien ten opzichte van het huidige armoedebeleidsplan, 2014-2017, maar ook vooral de tussenevaluatie die we vorig jaar gehad hebben in september. Daar is ook een heel schrijven van geweest. En we hebben ook nog even naar de kleinsmaagelden gekeken. Maar goed, de meeste vragen zijn naar tevredenheid beantwoord, dus ook onze dank daarvoor. En een aantal antwoorden lokken toch ook alweer uit een vervolgvraag uit. Zo hebben wij bijvoorbeeld gevraagd van wat nu precies de voedselbank de komende jaren tegemoet kan zien aan ondersteuning. En daarbij is aangegeven €3700 per jaar voor de komende 3 jaar. En dat bedrag stond er eigenlijk ook al de afgelopen jaren. Echter in de tussenevaluatie van vorig jaar hebben we in beslispunt 4 opgenomen dat de voedselbank structureel ondersteund zou worden tot een bedrag van maximaal €10.800. En dat had dan vooral met huurkosten te maken.
Onze vraag, speelt dit nog? Andere vraag is, er is toen ook gezegd dat de voedselbank vanaf het derde kwartaal van 2016 voedselpakketten per week ging uitreiken in plaats van één keer per twee weken. En ook dat de vraag aan het toenemen was. Dus wij vragen ons dan opnieuw weer af, is die 3700 euro, die er al jarenlang staat, is die voldoende ook voor de komende jaren? Verder zien we dat de term mobility mentoring in het stuk, en dat is handig als je een pdf hebt, dan kun je gaan tellen, 16 keer genoemd wordt. Dus er wordt nogal hoge verwachtingen over uitgesproken. Maar anderzijds is dit fenomeen ook eigenlijk pas onlangs komen overwaaien vanuit Amerika. En er zijn ook vraagtekens of het in Europa wel werkt. En we lezen over onderzoeksprogramma's op dit punt die wel 5 jaar lang kunnen duren voordat die resultaten opleveren. En dan zijn onze vragen van, zijn onze verwachtingen rond de mobility mentoring niet te hoog gespannen? Aangezien we niet eens weten of de methodiek zal aanslaan. En kan de wethouder aangeven of en welke resultaten er al in Nederland behaald zijn met mobility mentoring? En een van de tools binnen mobility mentoring is belonen. Maar dan ook echt geldelijke bedragen. Mensen met geldelijke bedragen belonen. Dat is gewoon een van de tools die in die systematiek zit. En steden zoals Tilburg en Almelo en Amersfoort hebben daar al gebruik van gemaakt. En een van onze schriftelijke vragen was ook dat we navraag hebben gedaan van wat wordt er nou precies aan budget gereserveerd voor mobility mentoring. Want we zien natuurlijk in een kleinsma gelden wel 5000 euro staan. Dat is een incidenteel bedrag. Maar waar zit hij dan in 2018 en 2019? Nou, het antwoord was van dat het ook bij die 5000 blijft zoals die genoemd is voor 2017. En wij vroegen ons af, als je dan dit programma een goede kans wilt geven en je gaat dan ook de tool belonen, ga je gebruiken, hebben we dan aan 5000 euro voldoende om hier echt een succes van te maken? Geven we het een goede kans? Dat is eigenlijk onze vraag. En aan het eind blijven wij dan, als we alle plussen en minnen, want ik heb nog veel meer dingen gevraagd over budget, maar die zijn goed beantwoord. Maar als je dan echt alle plussen en minnen bij elkaar optelt, dan blijft er bij ons toch nog één centrale vraag over. En dat is eigenlijk van waarom ligt het totale budget van het armoedebeleidsplan, zoals het nu voor ligt, zo afgerond op 400.000 euro. Terwijl er in de tussenrapportage vorig jaar is aangegeven dat de kosten voor 2016 al waren opgelopen naar 482.000 euro. Dus een kleine ton hoger. En dan zit hem dan vooral in de post bijzondere bijstand. Waarbij de werkelijke uitgave in 2016 boven de 2 ton lag. Terwijl we nu in het budget een maximaal 83.000 zien staan. Dat is een heel groot verschil. Nou, we hebben daar wel een antwoord op gekregen en daar bleek ook uit dat in het budget wat dus nu voor ligt alleen de noodzakelijke kosten worden opgenomen. Maar dat de extra bedragen voor vervoerskosten, schuldenregelingen, duurzame gebruiksgoederen en woonkostentoeslag daar niet bij zitten. Zou je die wel meetellen, dan zouden we weer appels met appels vergelijken. En dan kom je dus weer uit op 220.000 euro. Dus onze vraag is ook van waarom nemen we dat dan zo niet mee in het budget? Want dat zijn toch kosten waar we dan toch elk jaar weer opnieuw tegenaan lopen. En nog een andere vraag, en daar is door de collega's ook al wat op geweest, is van dat we toch zien dat er duidelijke risico's zijn. En we zien dus kostenopdrijvende factoren, zoals het instellen van een collectieve ziektekostenverzekering, waar een enorme run op is. We zien ook de nauwelijks bij te sturen kosten rond bewindvoering en de extra impulsen in zaken preventie. En dan is toch ook wel onze vraag van, is het budget zoals het nu voor ligt wel voldoende voor de komende jaren? En tenslotte, meneer de voorzitter, wij steunen het voorstel om af te stappen van het feit dat inwoners op declaratiebasis het meedoenfonds voor volwassenen, zoals dat nu genoemd wordt, moeten aanspreken. En daarmee voorkomen we dan toch dat ze eerst geld moeten gaan uitgeven, terwijl ze dat eigenlijk in feite niet hebben. Anderzijds wordt er nu wel gesproken over een soort van controle, wat dan steekproefsgewijs wordt uitgevoerd. Ik meen dat het CDA daar ook over begon. En wij vroegen ons af of je de mensen niet achteraf, en je stelt ze financiële middelen beschikbaar, of de mensen gewoon achteraf niet met bonnen of aanwezigheid of weet ik veel kunt vragen of ze gewoon bewijs kunnen overleggen dat ze gebruik gemaakt hebben. En een andere, iets minder elegante optie is natuurlijk om de rekening naar de BOH te laten sturen, maar ik kan me daar wel een aantal argumenten voor verzinnen waarom dat misschien niet zo handig is. Maar goed, hoe kijkt de wethouder hier tegenaan? Dank u wel. Wethouder, gaat uw gang. Of gaat u gangen, geloof ik. Ja, want er zijn heel veel vragen over gesteld. En dat klinkt raar, maar daar ben ik ontzettend blij mee.
Want ik vind armoedebeleid wel een van de belangrijkste thema's in deze raad. Want het gaat wel over iets. En er is inderdaad erg veel werk gemaakt van dit plan. Met de participatieraad, de mensen zelf. Ze hebben ook meegelezen. En dat is ook denk ik de verklaring waarom het ook nogal behoorlijk leesbaar is. Want ze hebben zelf meegeholpen aan de tekst. En het leidt af en toe tot herhalingen. Dat is ook op vraag hoor. En ja, kijk, dit is een drukproef. Natuurlijk, teksten gaan veranderen. Dat kan nog makkelijker. Het is dus niet in beton gegoten, hoorde ik. Maar de wil om er wat aan te doen, is wel in beton gegoten. En daar mag je mij aan houden. Laat ik de vraag toch maar even successieflijk nalopen. Er waren best wel veel, maar ik doe mijn best om zoveel mogelijk ook te pakken. Allereerst mevrouw Makkinga. De participatieraad heeft inderdaad gezegd van god, pas op dat je niet weer teruggaat in de regels. Maatwerk is cruciaal. En dat heeft dan ook wel een betekenis voor de manier waarop je werkt. En dat doen we op twee manieren. De eerste is in de ambtelijke organisatie kijken van goh, wat betekent dat nou om dit als een uitgangspunt te hebben? En mevrouw Werner had het trouwens ook over. Kijk, het begint met een eenvoudige aanvraagprocedure. We hebben tot nu toe vaak gedacht van goh, weet je wat? We gaan één ambtenaar centraal stellen en dan komt alles bij elkaar en dan komt het goed. Nou, dus niet. Begin dan maar eens gewoon aan de poort bij al die aanvraagstukken, formulieren, et cetera. En zorg ervoor dat die wel bij één punt komen. Zodat daar de mensen voor worden ontzorgd. Dat is één. De tweede is dat we inderdaad een vereenvoudigingsslag doorvoeren. En daar hebben wij een zeer hoge ambitie. Om namelijk alles in 2020 klaar te hebben. En ik weet niet hoeveel u weet van ambtelijke regels, ambtelijke formulieren, wettelijke regels, et cetera. Als ons dat lukt, dan zijn wij denk ik in Nederland top of the bill. Maar het gaat niet alleen om verbetering van formulieren en eenvoudiger passages. Maar het gaat ook om alles wat eronder zit. En dat is veel en ingewikkeld. Want je hebt te maken met natuurlijk je eigen wensen en regels. Maar nog veel meer ook met landelijke regels. En die zijn zeer strikt. Er zijn ook een aantal mensen die al het idee gaven van goh, kunnen we daar op dat punt niet een paar slagen maken. Maar dat kan gaan we doen. Maar vergis u niet, dit is echt een lange termijn verhaal. En daar moeten we inderdaad doortastend mee aan de slag. En dat doen we ook. Maar ga er echt van uit dat wij vanaf nu hard aan de slag gaan. En als wij 2020 halen, top of the bill. Dat is die. De andere. Dat is mobility mentoring. Daarvan hebben we gezegd dat we klaar willen zijn in 2020 met het invoeren van alles. En dat is ook geen sinecure hoor. Dat is ook niet even zo gedaan. Want wat je dan vraagt is dat je niet alleen van je ambtenaren de slag hebt van god, denk nou eens in van wat het betekent voor mensen om gedrongen door geldgebrek dingen te doen. En dan doen ze dus de foute dingen. Dat heeft dus ook betekenis van hoe je handelt naar die mensen toe. Maar dat is niet alleen voor de gemeente zo. Dat is voor alle organisaties die er omheen hangen ook. Dus dan praat je ook over de GKB. Dan praat je ook over Raad en Recht. Dan praat je ook over Humanitas. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Voordat we die ring van begeleiders en dergelijke allemaal in hetzelfde spoor hebben, zijn we bezig. En ja, daar zijn we al mee bezig. Sterker nog, de eerste training is al geweest. Nou, natuurlijk gaan we daar voortvarend mee aan de slag. Maar laten we één ding wel wezen. Het feit dat wij de organisaties in de goede spoor krijgen, wil nog niet zeggen dat we er daarmee zijn. Want het vergt natuurlijk ook een enorme omslag bij de mensen zelf. Want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Kijk, de mensen in Ommen, maar dat geldt natuurlijk voor heel Nederland, zijn natuurlijk al jaren en jaren en jaren gewend geraakt aan het moeten invullen van formulieren op een bepaalde wijze. Nou, denk echt niet dat je dat in een jaar klaar hebt. Nou, natuurlijk gaan we daar wel mee aan de slag. En natuurlijk zitten we daar bovenop. En natuurlijk ben ik blij als we dat in 2022 klaar hebben. Ook dat. Participatiefonds ouderen, slaan we daar niet een beetje op door, was de vraag van mevrouw Makkinga. Ja, dat kan, heel eerlijk. Kijk, wat wij hoorden, ook vanuit de doelgroep zelf, is van dat ze erg veel last hadden van al die bonnetjes en verantwoording, et cetera. Dat willen we dus losmaken. Aan de andere kant snappen wij ook wel dat het gaat wel om publiek geld. Je moet wel een stukje verantwoording en een mechanisme in hebben. Dus dat was voor ons de reden om te zeggen van, goh, laten we een selectieve spreekvoer doen. Het kan anders, maar dat is onze redenering. Daarom hebben we het gedaan. Is er een verband met het nieuw naberschap? Nou, ik denk wel in termen van visie.
De visie van het nieuw nabeschap en eigenlijk van het algemene beleid. Dat de inwoner in zijn eigen kracht wordt gezet. Dat we zeg maar aan ketenwerk doen. Dat we maatwerk pakken. En dat we zeg maar dat bij elkaar verbinden. Ja, die visie die zie je op alle onderdelen terug. De aanvliegroute van nieuw nabeschap is wel anders dan hier. Nieuw nabeschap, daar hebben we de hoop van dat de samenleving zichzelf, als het ware, weet te organiseren. En mensen zich verantwoordelijk weten voor hun eigen leefomgeving en voor de naasten. Bij het armoedebeleid willen we wel de mensen in hun eigen kracht zetten. Maar we snappen ook wel dat het nodig is dat we daarnaast gaan staan. Dus daar zal nog iets meer in nodig zijn. Dus er is een verband in termen van visie. Maar er is toch een iets andere aanvliegroute. Wanneer zijn wij tevreden? Ja, dat had ik ook verwacht. Zei ik ook tegen de ambtenaren. En wij gaan het nou eens een keer doen. Wij gaan een keer af van onze drie W's. Wat gaat hij doen? Wat mag het kosten? Wat willen we bereiken? Doelen. Weet je wat wij gaan doen? We gaan eens proberen een paar indicatoren neer te zetten. Wanneer zijn we tevreden? En ik heb gezegd, let op. De raad gaat zeggen, van nou kan het nog smarter. Ja, dames en heren, het kan nog smarter. Maar het is wel de eerste keer dat we dat dus wel een keer neerzetten. En het is echt niet zo dat we alleen maar op activiteiten cirkeltjes neerzetten. Want dat doet u toch wel het werk, vind ik, ernstig tekort. Ik zal er een paar pakken. Even waar het staat, weet ik wel wat er staat. Kijk, als wij zeggen bij wanneer zijn we tevreden, dan relateer je dat natuurlijk aan de doelstelling. En meneer Bongers heeft natuurlijk groot gelijk dat die doelstelling scherp moet zijn. Dus laten we daar elkaar op helpen. Als u vindt dat de doelstelling niet scherp genoeg is, prima. We hebben daarover het gesprek. Maar wanneer zijn we tevreden als we die doelstelling halen? Hè? Nou, dan moet je gewoon keihard zeggen van, voorbeeld bij de preventie, hè, maar dat noemde u een punt. Hè? Van als we in 2020 het gebruik van startpunt geldzaken door inwoners met 25% hebben kunnen verhogen. Lijkt me heel concreet. En ja, zo zijn ze niet allemaal. Eens kan altijd beter. En ik zal u helpen beloven dat het een volgende keer nog smarter gaat worden. Maar, kom op jongens, is dit glas half vol of half leeg? Het is wel de eerste keer, hè? We doen ons best. Als u suggesties heeft, graag. Dan gaan we daar met elkaar wel over hebben. Wie is eigenaar voor welk punt? Dat was wel een heel belangrijk punt wat mevrouw Makkinga neerzet. Want we hebben helaas iets te veel, zeg maar, ook op dit domein gezien, dat de vraag werd gesteld van, gaan we er eigenlijk wel over? Ik ben daar helemaal klaar mee. Gaan we er eigenlijk wel over? En we gaan ervoor. En we hebben niet voor niks een convenant afgesloten met een aantal organisaties. We zeggen van, oké, dit is de problematiek. En jij weet je dan eigenaar van dat onderdeel en van dat onderdeel. Dus in het kader van het convenant, waar gelukkig nu al meer dan 30 organisaties een handtekening onder gezet hebben, met dank aan Om het Samen Sterk, trouwens, die daar een hele goede rol in heeft gehad, gaan wij dus afspraken maken over die en die en die gaan daarvoor. Jazeker. En ja, hij heeft natuurlijk groot gelijk. De stille armoede, dat is een groot probleem. We hebben daar onder andere met de LTO ook over gesproken. Ik ben heel blij dat zij hebben aangegeven dat zij zelf een soort voorportaal zouden willen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de LTO, dat agrarisch eerder naar de LTO gaan dan naar de gemeente. Dus zo willen we er ook over hebben. Zoals het ook goed is dat mensen die nauwkerkelijk betrokken zijn, dat die eerder naar die diaconie gaan. Geef niet waar mensen geholpen worden, als ze maar geholpen worden. Dan, de heer Middelkamp had nog het punt van het maatwerk. Ik hoop dat ik daarmee dat ik voldoende heb gezegd, ook als hij uitgesproken is met de heer De Jonge. En tenslotte de zorgverzekering en de piek. Ja, dat is voor onszelf nog een grote vraag. We hebben natuurlijk in eerste instantie gezien dat die collectieve zorgverzekering een piek gaf. Maar natuurlijk praten we ook met de desbetreffende zorgverzekeraar, dat is Zilver Kruis. En elk jaar willen we gewoon scherp zijn op de tariefstelling en de kosten. Dat is de reden waarom we hebben gezegd van gewoon in eerste instantie, gewoon die 11 mil, die hebben we ook in de begroting neergezet, laten we die eens doen. Maar we gaan heel scherp monitoren van hoe dat gaat. En ik zeg u graag toe dat we, als er op dat punt ontwikkelingen zijn, dat ik u daarover ook informeer. Dan mevrouw Bernars. Ja, u had het in feite ook over het eerste punt, hè, van ga je nou zenden of ga je nou ontvangen. En ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat wat ons betreft dus een gecombineerde benadering is van vereenvoudiging van alle regelingen
En vooral dus eenvoudige taal, eenvoudige formulieren, één punt daarbij. Maar ook met middel van mobility mentoring, dat we dat maatwerk op kunnen pakken en individueel mensen kunnen begeleiden. Heeft een heel goed punt te pakken met de 18-jaarsgrens. Dat zien we op meer punten. We zien het ook in de zorg, bijvoorbeeld de jeugdzorg. En, nou, dat hebben we kunnen ondervangen door een soepele opvatting en beleidscontext van de WMO. Dat doen we dus in de praktijk. Dat gaan we hier ook doen. Maar dit is wel een, dit is ook wel een lastig hoor. Want ook hier spelen landelijke regels. Dus dat is wel koorddansen op de grens van de wet. Maar u heeft echt een punt te pakken. Want je ziet dat het oude adagium van met 18 jaar ben je weg, hè, gaat niet meer op in deze tijd. Maar die regels, die landelijke regels, die zijn nog wel zo. Nou, dan moeten we inderdaad met elkaar wel iets op zien te vinden. Dan mevrouw Schunselaar. Ja, zijn we niet te ambitieus? Ja, dat zijn we. En dat blijven we ook. Maar ja, we proberen natuurlijk wel met smart, steeds smarter wordende beleid, laat het dan zomaar uit te drukken, gewoon zelf wel scherp te houden. Zo van, goh, gaan we niet een stapje te ver. Ik denk overigens wel, we komen straks nog over de budgetten, dat we best wel een heel eind komen. En dat komt niet zozeer alleen door de inspanning van de gemeente, maar dat we juist met de doelgroep goed in contact zijn, dat de alle instanties die ertoe doen, dat we die in een goede ketenbenadering hebben. Dus dat is ook best kansrijk. Omme heeft op dat punt echt kansen om veel te bereiken. Dus laten we dat vooral ook doen. Ja, u zei terecht van, goh, we moeten ook het verenigingsleven erbij betrekken. Dat is inderdaad waar. Ik heb daar wel eens een gesprek over gevoerd. Ik ben daar ook wel een beetje dubbel in. Want in toenemende mate zie je dat verenigingsleven, ook het onderwijs trouwens, voor heel veel extra maatschappelijke taken wordt gevraagd. Hè? En je kunt ook overspannen zijn in de vraag. Dus ik denk dat dit punt wel een van de lastigste zal zijn. Je moet ook oppassen dat je mensen niet super belast met alle maatschappelijke vragen op te lossen. Uiteindelijk ga je sporten om te sporten. En dat geldt ook voor de, zeg maar, de bestuurders die dat willen doen. Ik merk dat er in Ommen best wel veel gevoel is voor een aantal maatschappelijke vragen, dat men best wel meedenken. Maar we moeten op dat punt wel toch ook enig maat betrachten. Dat is een andere vorm van maatwerk. Budget kom ik even op het laatst terug, nou, aan de hand van de opmerking van de heer Marsman. Een inkomenseffectrapportage. Een nulmeting is nodig, jazeker. En beschouwt u deze gegevens en dit plan als de nulmeting? Dat geeft dan ook een basis, hè, om vervolgens de komende jaren daarop door te gaan. Startpunt geldzaken. Ja, hebben we al. 61. Het feit dat we ermee doorgaan wil zeggen dat de eerste ervaringen goed zijn. Het is wel zo dat we ook daar vanuit de doelgroep horen. Dat is voor ons ook reden om na te denken over mobility mentoring. Van goh, de behandeling. De bejegening, de behandeling, dat kan nog een stukje sterker. Dus dat de mensen zich echt gekend voelen, dat het ook echt maatwerk is, dat kon nog een beetje beter. Nou, mobility mentoring gaat ons daar hopelijk in helpen. Ook u vroeg de aandacht voor de stille armoede, heb ik het over gehad. Nou, nadenken over taal, hè, goed Nederlands, daar heeft u volkomen gelijk in. Ik ben ook heel blij dat dit ook geschreven is in een taal dat herkend is op het niveau, hoe heet het ook weer, 3A in het vakjargon. Het komt erop neer dat, zeg maar, voor een beleidsstuk dit ongekend is qua taalniveau. Want de mensen hebben ze ook zelf meegelezen en er ook hele goede suggesties over gedaan. Hoe zit het nou met die mobility mentoring en die training? Als gezegd, wij zijn nu al begonnen met de training. De bedoeling is alleen dat we daar in 2019 ook echt helemaal mee klaar zijn. Dat we het ook, en dat wil niet zeggen dat we in 2018 niks doen natuurlijk. Maar we gaan gewoon met de ervaringen die we de komende maanden opdoen, gaan we gewoon aan de slag. Dan even kijken. De recidivisten, hoe zit dat nou precies? 15 jaar. Kijk, we hebben in tijd hadden we inderdaad het idee, en zo proefde ik ook, van goh, ja, als je nou 3 keer gerecidiveerd hebt, ja, je moet niet de mensen het idee geven van, ach, het maakt toch geen donder uit, want uiteindelijk kom ik wel weer, word ik wel weer geholpen. Dus we dachten van, weet je wat, na 3 keer is het uit, hè, en dan. Ja, en dan. En dan kom je tot de conclusie dat ze toch weer bijkomen. Want je laat de mensen niet verkommeren. Dat doe je niet. En dus moet je het beleid maar even omdraaien. Dan haal je de klem eraf. Dus dan zeggen we van oké, na 3 keer kan het wel. Maar het betekent wel wat.
En dan ga je er beter en meer op zitten. En dat hoort dan wel. Die kant hoort er ook bij. U had het ook over de piek van de Elfmeer. Dan mevrouw Pol. Ja, participatieraad. En daar ben ik trouwens heel blij mee met hun inbreng. Dat is een heel goed gesprek geweest. Maar we hebben wel geleerd van de vorige keer. Dus toen ze zeiden van, goh, we hebben zelf meegewerkt, hoeven geen advies meer uit te geven. Ik zei, nee ho, gemeenteraad wil graag zien dat jullie er ook nog een officieel advies uitgeven. En dat hebben ze dan ook gedaan. En ze hebben precies het punt van het maatwerk gepakt. En daar staan wij als college volledig achter. U vraagt nog van, goh, uitkering vrijwilligerswerk, kan dat? Antwoord ja. Sterker nog, we hebben zeg maar een ruime, dat speelde in de tijd met de garantie van, goh, heb je een bijstand, dan moet je wat doen, hè? En toen zei de staatssecretaris, nou, bijvoorbeeld bij mantelzorg is het mogelijk om daar een uitzondering voor te maken. Toen hebben wij gezegd, substantieel vrijwilligerswerk is er ook een reden voor. Dat betekent dus dat je zeg maar die terugverdien eis, dat je die niet hoeft te stellen. Je moet daar wel zorgvuldig mee omgaan. Want wat je natuurlijk moet voorkomen is dat doordat mensen goed in het vrijwilligerswerk zitten, dat de drive om naar werk te gaan er niet meer is. Dus dat is altijd wel een punt wat zeg maar speelt. Kijk, door het vrijwilligerswerk merk je dat mensen sterker kunnen worden. En dat is prima. En dat stimuleren we ook. Daar hebben we niet voor niks dat participatiespoor voor. Maar het moet er uiteindelijk natuurlijk wel toe leiden dat de mensen hun kansen pakken in de arbeidsmarkt die nou groeiend is. Het kan toch niet waar zijn dat allerlei werkgevers zeggen van, goh, we hebben een mismatch en we krijgen de mensen niet. En dat er andere mensen nog steeds in de bijstand zitten. Dus dat moet wel, dat verband moeten we wel steeds blijven zien. Maar uw antwoord, ja, het kan. En dat gebeurt ook. U had het ook over mobility mentoring en de gedragsverandering. Want dat is het met name wat nodig is. En dat is precies mijn punt van mobility mentoring. Betekent dus niet alleen iets voor de ambtenaren en de organisatie. Maar inderdaad ook juist voor de mensen zelf. En die gedragsverandering, die moeten we inderdaad gewoon in gesprek zien te oefenen. En dat is best wel lastig hoor. Misschien is het wel goed om daar nu iets van te zeggen. Want is dat nou allemaal bewezen en dergelijke? Nou, in Amerika is dat bewezen. En dan zeggen ze, ja goed, Amerika is een ander verhaal. Dat is ook zo. Is het in Nederland al bewezen? Antwoord nee, maar men is al wel bezig. In Alphen aan de Rijn heeft men nu het echt al doorgevoerd. En net zoals in Amerika zeggen ze wel van, ja, mobility mentoring is heel fundamenteel. En verwacht nou niet dat je na een jaar er al bent. Dus doe dit of doe dit niet. Maar geef het even tijd. Nou, dat is in feite ook het spoor wat wij zien. We zullen natuurlijk wel gaan monitoren. We gaan natuurlijk wel kijken na een jaar van, hey, gaan we de goede kant op? Als we het idee hebben van dat het niet aanslaat, ja, dan komen we bij u terug. Maar dat idee hebben we op dit moment absoluut niet. Want we zien ook vanuit de organisaties ongelooflijk veel positieve reacties op het fenomeen zelf. Dan, beschermingsbewind. Ja, dat is wel een lastige. Waarom is dat een lastige? Omdat dat iets is wat buiten onszelf staat. Beschermingsbewind wordt je opgelegd. En daar kun je geen donder aan doen als gemeente. Dat stijgt. En kun je dan niks doen als gemeente? Nou, dat is ook weer niet waar. Want dat is natuurlijk wel de achterkant, hè? Dus je kunt aan de voorkant, als je goed armoedebeleid hebt, wel zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen in beschermingsbewind komen. Daar is het preventief beleid opgericht. Dat nou helemaal lukt, is vers 2. Je merkt wel dat zeg maar rechters eerder tot beschermingsbewind komen dan vroeger. En waar het nou precies in ligt, dat weet ik niet. Zijn ze deskundigen ook over in conclave? Er is nog geen antwoord op. Wat wij kunnen doen, dat gaan we doen. Namelijk preventief er bovenop zitten. Dan vroeg u nog naar de dienstverlening. Klanttevredenheid, ja. Ik denk dat dat uiteindelijk het eikpunt is waar wij, hè, en als je het nou over smart hebt, hè, klanttevredenheid wordt wat ons betreft de belangrijkste indicator van, hey, gaat het goed met het beleid of niet? Als degene waar we het voor doen niet tevreden zijn, doen we natuurlijk iets. Hè, dan kun je prachtig beschreven hebben, dan doen we natuurlijk iets fundamenteel fout. Dus ja, we gaan op meerdere onderdelen die klanttevredenheid gewoon invoeren. Vergt even tijd, gaan we wel doen. Privacy. Dat vind ik echt eerlijk gezegd een van de lastigste. Want privacy is, laat ik het maar even plat zeggen, net even iets te vaak gebruikt in de afgelopen decennia om geen maatregelen door te voeren. Om zeg maar als organisatie informatie
bij jezelf te houden en niet te delen met andere organisaties. Daardoor zijn veel problemen maar half opgelost of niet opgelost, die door goede deling van informatie hadden kunnen worden aangepakt. En betekent dat nou dat zeg maar de burger maar moet laten gebeuren tussen door allerlei organisaties van wat is goed voor mij? Nee, natuurlijk niet. Dus wat er in de praktijk gebeurt, is dat wel bij de burger wordt teruggelegd van goh, we willen graag u helpen. Dat betekent dat we dit en dit en dit gaan doen. En dat betekent ook dat we gegevens gaan uitwisselen. De burger moet er natuurlijk wel zeg maar zijn toestemming voor geven. Zo zit dat wel, natuurlijk. Maar we gaan er wel op aandringen. We zijn wel een beetje ongeduldig. We willen het wel oplossen. De kledingbank, goede suggestie. Ik heb daar een tijdje geleden al eens een gesprek over gehad met nog eens en nog eens. Ik zal dat gesprek nog eens een keer heropenen. Want ik weet niet of er voldoende massa is hè, voor een kledingbank in Ommen, maar we gaan het sowieso even proberen. Dank u wel. De heer Bongers had het ook over smart. Nou, ik heb het algemene verhaal gehouden. Ja, als het gaat om de voedselbank. Kijk, dat vind ik nou direct een mooi voorbeeld. Maar je kunt zeggen van, goh, een stijging van het aantal mensen wat deelneemt aan de voedselbank is mooi, want dat betekent dat de voedselbank wordt bereikt. Maar, u snapt hem al, een stijging van het aantal mensen dat die voedselbank bezoekt, betekent dat het gewoon helemaal niet goed gaat met Ommen. Dus ja, wat wil je nou? Dus dat, smart is prima, maar we moeten wel precies weten wat we willen. Dus dat is nog wel eentje. En daarom gaan we ook niet door over één nacht ijs hoor, met dat smart te maken van het beleid. Want er zit wel wat onder en aan. Dan de heer Marsman. Met dank voor de complimenten voor de mooie vormgeving, dat houden we vast. Maar als gezegd, natuurlijk kan de inhoud van de tekst nog worden aangepast. Dank ook voor het compliment van de prettige lezing. Dat ga ik ook zeker teruggeven aan de doelgroep die hierin meegedenken. En die hebben behoorlijk wat tijd er ook in gestopt. Dus graag, prima. Dan had u een vraag over zeg maar het verschil tussen de tussenevaluatie en nu op een aantal punten. U noemde onder andere de voedselbank. Dat hebben we even nagegaan. Want ons is niet bekend dat daar problemen zijn. Nog in de levering, nog in het geld. Maar als u andere informatie heeft, ik ben graag bereid om dat gesprek nog even te openen. Om even zeker te weten of dat inderdaad wel klopt. En dan hoort u dat nog voor de raadsvergadering. Mobility mentoring heb ik er iets over verteld. Hè? Hoe dat in Alphen aan de Rijn gaat. Belonen. Ja, u heeft wel een fundamenteel punt gemaakt. Van maken we het wel voldoende waar? Dit ga ik echt even meenemen naar organisaties. Want ik vind ook dat zeg maar, dit niet alleen maar een dingetje moet zijn van de gemeente. Het belonen hoort ook bij al die andere organisaties die meedoen. Hè? Want dan heb je het ook bijvoorbeeld over, nou laat ik er een noemen, de vesten. Ik denk dat het heel logisch is dat ook de vesten er belang bij heeft dat er geen huurachterstand is. Nou, daar zijn best wel beloningsmechanismen op. Dus laten we dat belonen breder zetten en gewoon in het kader van het convenant al die organisaties uitdagen om te zeggen, goh, wat voor beloningspunten heb je? Ik vind het wel een heel goed punt. Belonen is inderdaad de prikkel. He, je gaat toch meer mensen vangen met een wortel dan met een stok, heet het dan. He? Dat gaat ook hier. Goed punt, neem ik graag mee. Dan, het totale budget. Ja, waar zit het dan nou in? Nou, ik denk dat het een beetje komt omdat de bijzondere bijstand een beetje een rubber budget geworden. Want het past zowel bij het armoedebeleid als natuurlijk bij een stuk WMO als enzovoort. En waar ga je het nou duiden? Kijk, u hoeft geen zorg erover te hebben dat het een en ander niet financieel is belegd. Dat is zo. Maar ik snap dat u wel graag inzicht wil hebben in van, goh, maar waar wordt het nou allemaal uitgegeven? Dus wat ik zal doen is, zeg maar, even op rij krijgen van, goh, hoe zit het nou precies met die bijzondere bijstand? En wat zijn nou die bijzondere kosten? Wat rekenen we nou in het armoedebeleid toe? En wat aan de WMO, et cetera? Dan heeft u dat overzicht. Dus nogmaals, het is wel in de begroting afgedekt. Het is alleen niet onder dit noemertje, in dit geval armoedebeleid, geschaard. Risico's duidt u goed. Collectieve ziektekostenverzekering, heb ik al iets over gezegd. Gaan we goed monitoren. Bewindvoering, heb ik dacht ik ook al iets over gezegd. En participatiefonds, dacht ik al. Voorzitter, dat was het. Dat gaan we na, of het hem was. Ik ga weer het rijtje af. Waar is het rijtje? Hier is het rijtje. Mevrouw Bakkerga. Dank u, voorzitter. Een heel goede toelichting van de wethouder. En je ziet ook dat het hem aan het hart gaat. Dat doet mij deugd. Ik wil nog één punt even aanstippen. En dat gaat namelijk over het participatiefonds.
Kijk, maar op zich, ik vind dat is juist prima, dat participatiefonds. Alleen waar het mij in mijn vraag om ging, is van, je kunt mensen geld geven en zeggen, nou, we doen af en toe een steekproef van of dat dan ergens aan besteed is. Maar uit diverse projecten, bijvoorbeeld de weg achter de graniums in Almelo en ook het geluksbudget, daar blijkt juist uit van als je mensen een budget geeft, dat je daar, als je dan ook het gesprek met die mensen voert, van waar word jij nou gelukkig van? En waar zou je dat dan voor kunnen gebruiken om weer dat contact met die samenleving of om weer mee te kunnen doen? Dat dat nou net dat duwtje in die rug is, dat mensen ook inderdaad het gaan doen. En daar ging het mij om. Kijk, ik bedoel, die controle, het gaat juist om het gesprek, denk ik. Want dan kun je aansluiten en bij de inwoners van waar hij of zij ook wensen, ideeën, et cetera heeft. En ik zou nog wel van, ik vind dat niet voldoende terug. En hoe doen we dat? Dank u wel, heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, allereerst mijn excuses dat ik tijdens de beantwoording van de portefeuillehouder even in gesprek was en een onderrondje had met mijn buurman, fractiegenoot. En ik wil u verklappen dat dat was omdat er niet de eerste keer, we hebben dat al vaker gezien, een vlieg min of meer dood hier op de desk belandde. Die hadden we hier. En, nou, precies, dat bedoel ik. En wij begonnen ons af te vragen, vandaar het onderrondje, van wat zou daar de reden van kunnen zijn en is er misschien hier een probleem in deze ruimte? Maar veel verder kwamen we niet, want... Oh, kijk, daar is er nog één. Nou, misschien voor later. Dat is niet het onderwerp voor nu, dus ik beperk me tot de beantwoording die u gaf op onze vraag. En in eerste instantie dacht ik van, oh, het komt doordat de premie van Achmea voor de collectieve zorgverzekering, dat die misschien gaat stijgen. Maar dan is het zo raar dat die in 2019 weer daalt. Dus u heeft althans voor ons niet begrijpelijk verklaard hoe nou precies die piek in elkaar zit. Misschien dat u daar nog één poging zou willen doen. We zijn in ieder geval verheugd dat als u een betere duiding zou hebben over die piek of anderszins over afwijkingen van het budget, dat u ons daar dan over informeert. Dat is natuurlijk heel fijn en prima. Maar misschien nog even een klein beetje aandacht voor de piek, voorzitter. En dat was hem. Mevrouw Werners. Bedankt, voorzitter. Ik heb heel snel ook het blad wat bij me lag nog even doorgenomen, want die vond ik wat uitgebreider dan alleen de stukken die wij hebben gekregen. Op zich wel fijn. Ik moet even één aandachtspuntje meegeven, want dat viel me gelijk op. Punt 2 en punt 5 is exact hetzelfde. Dus ik weet niet of dat de bedoeling is, maar als dat wel de bedoeling is, dan zou ik zeggen minder een punt. Werk hem bij. Maar het lijkt mij een interruptie. Wat wil ik graag bij u? De middelste pagina van de beleidsstukken, ja? Punt 2 en punt 5. Is alleen de titel anders, maar nee, nou, het is exact hetzelfde. Ja. Ja. Dat is even een aandachtspuntje die me, ja, die me opviel. Vervolgens. Ja. Ik, op het punt van of je aanspreekpunt, of je ontvanger of verzender bent, inderdaad, het is helder. Eigenlijk wil ik daar wat dieper op insteken. Het blijft mij toch te veel op zender zitten. Is ook iets wat ik veel al terug heb gekregen uit de gemeente Ommen, van mensen als er klachten komen. Indien ze er nu nog zijn, dat durf ik dan ook niet hard te maken, maar dan is het vaak op de persoonlijke kant. En dienstverlening kan twee kanten zijn. Het kan een zachte dienstverlening zijn, het kan heel persoonlijk zijn. Staat iemand, denkt iemand met je mee? Het kan een harde dienstverlening zijn door heel zakelijk in te stellen, inderdaad de formulieren te vergemakkelijken. En als er een nulmeting gedaan zou worden, is er een mogelijkheid dat er ook, als die meting gedaan wordt, dat er ook een punt komt dat er gekeken wordt naar de persoonlijke kant. We gaan mobility mentoring in. Daarin hoop ik ook dat daar het persoonlijke gedeelte vanuit het ambtelijke gedeelte naar voren komt, naar de personen met wie ze te maken hebben. Want armoede brengt vaak ook heel veel emotie met zich mee. Sta er dan ook voor open om daar wat mee te doen. Dus in die kant van in hoeverre is het ook nog steeds zenden en ontvangen vanuit ons. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Dank u wel, voorzitter. Kijk, voorzitter, de wethouder heeft zo vlammend betoog gehouden en zijn stuk zo goed verdedigd. En ik vergeleek het plotsklas met iemand wordt vader en dat joch of dat meisje, of die nou mooi of lelijk is, het is zijn kind en hij zal het verdedigen altijd.
Ik heb het stuk nog niet gelezen, tenminste dit nog niet gelezen. Dan ga ik nog eens even goed kijken. Ga ik nog even goed kijken, maar complimenten voor de beantwoording. Ik onthoud mij van commentaar. Mevrouw Pol. Ja, geen. Ja, ik had u het woord gegeven. Ik moet altijd het woord gegeven worden, dus ik wacht gerust en geduldig af. Dan heb ik dat niet gehoord. Excuus. Oh, u gaf een teken. Ja, nee, dat heb ik niet ontvangen, sorry. Zenden en ontvangen, hè? Ja. De VOV had een dingetje over een piek. En dat dingetje had ik toen ook, dus ik heb dat toen niet herhaald. En ik had ook een dingetje over die 400.000 euro. En daar heeft u bij de ChristenUnie wel enigszins antwoord op gegeven. Maar eigenlijk wil ik daar toch nog even wat dieper op ingaan. Kunt u daar iets meer over uitleggen? Ook over dat er geld over is van die 400.000 euro. En of wij daar misschien toch ook nog wat extra mee kunnen doen. En als wij, als ik u hoor, dan kunnen wij altijd geld hiervoor over hebben. Maar er staat in de stukken dat het budget neutraal wordt uitgevoerd. Hoe moet ik dat dan zien als alle kosten hoger worden? Bijvoorbeeld de collectieve verzekering en dergelijke. En het, ik zou zeggen het schrikbewind, maar het, het beschermingsbewind. dat was het. Dank u wel. De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, kan kort zijn. Terecht daagt de wethouder ons uit van, nou, als je het meer smart wil hebben, kom dan ook met suggesties. Onze suggestie zou zijn, laten we dat in het klankbordgroep Sociaal Domein behandelen. Okay. Wij vanuit de LPO hebben in ieder geval wel een aantal suggesties, maar ik denk dat als we dat interactief doen, dat er nog wel veel meer naar boven komt. Mooi. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. De heer Marsman, gaat u gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ook vanuit onze kant dank voor de beantwoording van de vragen. Wat betreft dat mobility mentoring, ja goed, daar is het een en ander over gezegd. Ik blijf nog steeds een klein beetje met de vraag zitten. Het is een echt best wel een heel erg ambitieus gebeuren. We hebben het net ook even gehad over beloningen. Ik bedoelde met beloning met name de mensen die daaraan meedoen. Dat die, ik zie voor Amersfoort bijvoorbeeld dat ze gaan tot bedragen van 1250 euro per persoon voor als een tool in dit gebeuren. Dan denk ik van, nou, dat is vier personen voor, en daar is het budget op en dan moeten we er drie jaar mee doen. Dus ik vraag me werkelijk af of die 5000 voldoende is. Even iets over die tussenevaluatie. Daar ben ik toch wat op het verkeerde been gezet, omdat daar blijkbaar voor een andere opzet gekozen wordt. Ja. En want net hoorde ik ook geld over. Ja, als je de tussenevaluatie leest, dan moet er dik geld bij. Ik noemde net al 482.000. Stond er voor 2016 en het budget is nu ongeveer 4 ton. Maar dat heeft te maken met zaken waarvan u net aangaf van dat ga ik uitzoeken. Ja, dan is het maar net hoe je het bekijkt of je dan geld overhoudt of dat er geld bij moet. Het is net naar welke kant je toeschuift. En tenslotte, meneer de voorzitter, ik heb geen signalen vanuit de voedselbank dat daar iets niet goed gaat. Ik heb alleen willen wijzen op het feit dat we vorig jaar in september een beslispunt hadden waarin stond dat wij structureel de voedselbank structureel zouden ondersteunen tot een bedrag van maximaal 10.800 euro. En dat had vooral met huurkosten te maken. En daarom ook mijn vraag van, speelt dit nog? Omdat ik nu signalen krijg dat het budget gewoon weer op 3700 wordt gezet, zoals het jarenlang heeft gestaan. Dus ik weet niet wat er speelt, maar mijn vraag is van, is dat niet meer aan de orde? Dat beslispunt wat we toen genomen hebben, is dat nog aan de orde? Tot zover. De wethouder, ga er gewoon. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan nog een paar vragen. Allereerst, ik heb mevrouw Makkega nu goed begrepen. Als het gaat om het participatiefonds, namelijk het gaat niet om de controle, maar juist het gesprek vooraf. En juist als je, zeg maar, bijvoorbeeld door middel van mobility mentoring met de mensen in gesprek gaat en juist rekening houdt met hun situatie, hè, want dat is juist de inzet, kan dat gesprek ook zo plaatsvinden. We moeten wel oppassen dat we niet te zeer belerend worden. Hè? Maar dan gaan we weer zenden, hè? In de woorden van mevrouw Winnaars. Hè? Maar inderdaad, dat je dat gesprek voert, ja, is logisch. En ik snap hem. En neem ik graag mee. De piek. Ik denk dat ik daar u schriftelijk over ga informeren. Hoe we dat nu zien.
In de kern komt het er hierop neer. We snappen dat in 2018 we 11.000 extra nodig hebben. We weten niet precies hoe het zich gaat ontwikkelen, omdat de zorgverzekeringen ongelooflijk in beweging zijn. We snappen ook dat de zorgverzekeraars zelf zeg maar het komende jaar voor een belangrijke taak staan, namelijk meer aan doen aan preventie. Dat zou kunnen leiden, dat is onze hoop, hè, dat we daarin wat respijt krijgen. We zijn ook bijvoorbeeld in Vitaal Vechtdal bezig om zo erover te praten. Of dat wat wordt, dat weten we niet. Dus dat is ook de reden waarom ik zeg, goh, dat gesprek gaan we voeren en dus ga ik u informeren over. Maar ik ga nog even de precieze berekeningen en het processpoor ga ik even op schrift stellen. Kunt u daarop reageren. Dan, mevrouw Wenners had heel goed gezien dat 2 en 5 een herhaling is. Dat komt ook een beetje door de systematiek. We hadden abstracte doelstellingen. En soms is het zo dat je activiteiten, zeg maar, om een doelstelling te halen, kunnen het dezelfde activiteiten zijn. Zo moet u dat lezen. Maar het kan zijn dat het ook een beetje te gemakkelijk geschreven is. Dus heeft me wel wakker geschud hoor. Dus ik ga er nog even heel scherp naar kijken. Ja, en u had het al over de terecht dat we erg moeten oppassen voor nog steeds dat zenden, hè, die persoonlijke kant. Nou, ik dacht dat ik in het antwoord op mevrouw Makkega daar al op gewezen heb. Dan mevrouw Pol. Ja, de piek, hè, krijgt u schriftelijk hoor. Ik zal die 4 ton, ik denk dat het goed is om dat ook even op schrift te stellen. Ook naar aanleiding van wat de heer Marsman zegt. Want, kijk, meer principieel zegt u van, goh, als we geld over hebben, hè, kunnen we het dan benutten voor. Nou, we hebben afgesproken dat het armoedegeld, hè, en armoedebeleid, hè, dat mag gewoon daarvoor benut worden. Maar wat je ziet is dat er dus ook, zeg maar, een weglek is naar potten die armoede overstijgend zijn. Zoals de bijzondere bijstand. Nou, en dat zorgt even voor de verwarring. Dus ik ga zorgen dat u, zeg maar, op schrift krijgt van, goh, hoe zit het nou precies met die getallen? Dan ziet u ook een beetje van, oké, wat zit nou, zeg maar, in armoede en wat nou niet? En dan is het natuurlijk aan u om te bepalen van, goh, vinden we dat toereikend of niet? Budgetneutraal wil gewoon zeggen van, we hebben dit begroot, dat geven we dus uit. En als het dus meer dreigt te worden, dan komt het college bij u, zeg maar, vragen om meer geld. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de, zeg maar, de collectieve ziekteverzekering. Want daar zagen we op voorhand dat gaat 11.000 meer kosten. Dus dat hebben we even expliciet bij de begroting gevraagd. Zo werkt het. Uitstekende suggestie van meneer Bongers. Neem graag over om in de klankbordgroep zeg maar, te praten. Maar hangt ook een beetje van de anderen natuurlijk af of die dat ook een goed idee vinden. Maar ik vind het een hartstikke leuk idee. Want wij moeten natuurlijk zelf ook een beetje zien, ja, leren omgaan met indicaties, met indicatoren. En dat is en het zijn met name uw indicatoren. Dus u moet daar iets van vinden. Dus het lijkt me hartstikke goed om dat interactief te doen. Ik zal kijken of dat in de eerstvolgende klankbordgroep al kan. We hebben daar een behoorlijk volle agenda, maar we kijken even of we het dan al kunnen agenderen. Meneer Marsman heeft mij wel overtuigd van het feit dat we het verhaal van de mobility mentoring en zeg maar de positieve prikkels niet alleen moeten agenderen bij de andere organisaties, en dat gaan we dus ook doen, maar ook dat we ze even goed moeten monitoren van, hey, hoe gaat dat nou eigenlijk? En dit is bij uitstek één waarvan ik vermoed dat daar inderdaad wel eens meer geld bij moet. Eén ding is wel zo, niet voor niks dat wij preventief zeggen van, goh, hè, we willen daar geld winnen. Nou, als het goed is, gaat het dan, hè, nou gaan we geld winnen op de GKB, hè, op de kredietbank, als het werkt. En dat mag je veronderstellen, want ik bedoel, daar doen we het voor. Maar of dat direct werkt, weet ik niet. Maar ik zeg u graag toe om dat, zeg maar, goed te monitoren en u daarover te informeren. Het geld maken we even wat preciezer. En heel eerlijk, voedselbank weet ik niet. Daar kom ik graag schriftelijk op terug. Dank u wel voor de beantwoording van de tweede termijn. Ik zit een beetje met een moeite, want u hebt een reeks aan toezeggingen gedaan. En dan moeten we het wel over dezelfde toezeggingen eens zijn. Oké. Dus ik wilde... Ik doe die poging. En ik heb als eerste staan dat u informeert over de 11 miljoen zodra die beschikbaar komt. De 11 miljoen? Ja. Of heb ik dat verkeerd verstaan? Niet? Niet bekend? Niet bekend. Dan schrappen we deze, dat scheelt alweer. U gaat als tweede punt het gesprek met nog eens weer opnemen over een kledingbank. Ja.
Ik heb ook staan een gesprek voedselbank en geld. Ja, ik informeer even over van hoe het zit. Hè. Dat vraag ja, maar ik aan de heer Marsman. Ja, ja maar dat is een toezegging. Ja. U gaat ook naar of de beloningsmechanisme voldoende is doorgevoerd. Dus niet op één front, maar voor meer onderwerpen. Dat vind ik tamelijk abstract. Tamelijk abstract. Daar komen we dus zo dadelijk nog op terug als u het maar nakomt. Vervolgens het opzetten van een overzicht bijzondere bijstand. Ja. Vervolgens schriftelijke informatie over de piek. Ja. We naderen de kerst. U gaat ook nog de dubbeling in dit mooie papier bekijken. Of dat ja, inderdaad 2,5. Zo bedoelt. Precies. En u gaat het idee Bongers, zo noem ik dat maar kortheidshalve, doorvoeren. Om te kijken of de agenda van de klankbordgroep Sociaal Domein dat gaat toelaten. Ja, alleen die hele abstracte snap ik niet. Nee, maar daar komen we zo op terug als u het maar doet. Goed. Okay. Dan rest mij nog de vraag uiteraard. Hamer of de spreekbaar. Neem aan. Voorzitter, volgens mij is er ook nog een toezegging om veel meer dat eigenaarschap met de organisaties te bespreken. Om te kijken van welk actiepunt hoort bij welke organisatie. Ik dacht dat de wethouder dat ook aangegeven had. Ik leid die vraag door naar de wethouder. Dan maken we dat er nu van geregeld. Dank u wel voor de hulp, mevrouw Bakker. Dan hebben wij hier... Nee, ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik neem aan bespreekstuk, hè? Ja, duidelijk. Dan gaan wij door naar agenda punt 8. Ik wijs erop dat het 10:10 is en dat we nog een aantal punten af te handelen hebben. De samenwerkingsovereenkomst Village Deals. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Middelkamp. Gaat u gang. Voorzitter, allereerst dank u voor het woord. Wil ik graag voor de komende 3 agendapunten aangeven dat... Het euroteken nergens in de stukken is afgedrukt. En ook de apostrof bij het woord het meervoud van risico nergens is gebruikt. Dus dit duidt op een soort van technische storing. Maar het komt zo vaak voor dat ik het graag in één keer voor alle stukken hierna zou willen noemen. En ik vraag aandacht voor een oplossing voor dit probleempje. Dan wat de Village Deal betreft, voorzitter. Het staat of valt de deal met het ontschotten van de budgetten. En wij hebben ons afgevraagd in hoeverre een ontschot budget nou zoveel meer gemak geeft, zoveel meer efficiëntie, zoveel meer ruimte om tot een goede toegeleiding naar werken te komen voor de doelgroep die het betreft. En dat zou wat ons betreft ook een... criterium kunnen zijn om achteraf vast te stellen van en heeft dit het nou gehaald. Als het niet het gewenste effect heeft, dan zou je de ontschotting die je pleegt misschien wel weer willen terugdraaien. En ziet u daar kans toe? En hebben we het goed gesnapt, voorzitter, dat het ontschotten betreft alleen maar deze Village Deal? Dus het zal toch niet zo zijn, althans zo hebben we het gelezen, dat de budgetten van het sociaal domein na nu allemaal op één hoop geveegd worden en dat we één grote zak met geld voor het sociaal domein hebben. Dan voorzitter, over het experiment zelf. Zo'n experiment als dit, wat je in een half jaar doorlooptijd vanaf nu wilt realiseren, kun je, als je zou willen, maken of breken. De kans op succes naar toeleiding tot werk heeft heel erg veel te maken, onder andere met de cliënt of cliënten die je in dit traject begeleidt. De vraag is eigenlijk, voorzitter, of u een aselecte groep pakt en die in het experiment betrekt. En dan... Laten we het hier even bij, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Schutselaar. Dank u, voorzitter. We hebben dit stuk als toegestuurd gekregen. Het is al getekend. Dus eigenlijk, moeten we dit nog bespreken. Maar goed, volgens de regels zal dit moeten.
dat Village Deals, de Village Deal die wordt gedeeltelijk bekostigd uit het programma vernieuwingsactiviteiten WMO 2016-2018 van de VNG door middel van subsidie. Plus die 10.000 euro per deelnemende gemeente. Hoe is de controle hierop? Dus de controle op de centen en op de uiteindelijke doelstelling. En dat vroeg de heer Middelkamp ook over de ontschotting. We hebben begrepen, de ontschotting betreft dan de WMO, de jeugdzorg en de integratiebudgetten. Hoe lang blijft dit? Wordt alles, en dat is de zorg wat ik begrepen heb van de heer Middelkamp, dan nu op één hoop gegooid? Of is dit alleen gedurende dit project? Ik zou hier graag iets meer over willen weten. Dank u wel. Ik dank u. Ja, Persman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, kijkend naar het raadsvoorstel waren wij wat verward over wat er ons nu precies gevraagd wordt. De VVD begon net ook al erover. Er staat één, een besluit deel te nemen aan de Village Deals. En twee, te besluiten toestemming te geven om te mogen putten uit reguliere budgetten binnen het sociaal domein, onafhankelijk waar die bestemd voor zijn. Met antwoorden, ontschot denken, zoals dat verder in de tekst staat. Nu vroegen wij ons af van wat we nu tijdens de infoavond van 21 september... hebben wij het college toen wel of niet toestemming gegeven om die Village Deal te mogen sluiten. We hebben in ieder geval nog een raadsbrief gehad op 11 oktober waar we hebben gelezen dat we in ieder geval onze belangstelling kenbaar hebben gemaakt bij de VNG. Maar daar lezen we niets over het tekenen van een contract. En nu lezen we in het raadsvoorstel dat het contract al getekend is. Als wij die toestemming vooraf hebben gegeven, waarom wordt het besluit ons dan nu toch nog voorgelegd? En indien er een no-go van de raad was, waarom is er dan al een contract getekend? En wat betreft het tweede deel van het besluit, daar zijn wij akkoord mee. En wij denken dat in zo'n Village Deal waar we contact hebben met andere gemeenten, ik meen dat er nog een stuk of 10, 11 andere meededen, misschien dat we dan ook nog wat van elkaar kunnen leren over op het gebied van de ontschotting van budget in het sociaal domein en de voor- of de nadelen daarvan van elkaar kunnen leren. Dank u wel, de wethouder. Ja, dank. Oh. Ik zit waarschijnlijk in een dode hoek van u. U zit niet in een dode hoek. Een andere woordspeling laat ik achterwege, maar u bewoog niet. Ik stak de. U bent geen schoolmeester, dat merk ik wel. Zelfs de kleinste vinger mag een leraar niet over het hoofd zien. Gaat u gewoon door met uw werk. Nee, even alle gekken. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik ben natuurlijk germanist, dat weten jullie wel. En dan kijk ik altijd naar die stukken en mobility mentoring. En hier staat weer Village Deals. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Er ontbreekt de Nederlandse vertaling, dorpsovereenkomst of weet ik veel wat. Nou, in Duits klinkt het natuurlijk voor geen meter. Dorf, abkommen, nou, dat klinkt helemaal niet. Maar goed, al die Engelse woorden, oké. Okay. Ik moest even kwijt. Ja, u bezetten, ja. Voorzitter, ik heb... Alligheid zorgt er wel voor dat u langer gezond blijft. Ik had hetzelfde gevoel, een beetje als mevrouw Schunselaar en de heer Marsman. Ja, we hebben hier een contract, die is al getekend en daar moeten wij er nog op reageren. Maar goed, we zullen het netjes doen. Ik heb wel een aantal dingen opgeschreven waar ik even wat over wilde weten. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik heb hier dat projectinrichting heb ik voor me. En we zitten volgens mij nu in fase 2 al. Dus het gaat heel snel. En dat is namelijk ook het volgende. Het bouwen aan die Village Deals, hè, dat is natuurlijk, daar zijn we nu mee bezig. Misschien een hele concrete vraag. Hebt u al concrete deals gesloten? Eventueel zowel, welke eventueel? En de tweede vraag... heeft daar indirect ook een beetje mee te maken. Die Village Deals, gemeenten, die wisselen gedurende het project ervaringen uit, heb ik gelezen. En hoe verloopt die samenwerking eigenlijk? Daar ben ik niet achter gekomen. Er staan wel tussenrapportages en een eindrapportage. Maar hoe verloopt nou de samenwerking tussen die deelnemende gemeentes? Een derde vraag is...
Vooruitlopend op de tussenrapportage en eindrapportage in juni 2018, het is dus vrij beperkte tijd, vragen wij ons als CDA ook af hoe de resultaten van dit project nou geborgd gaan worden. Kunt u het aangeven wat nou met die resultaten gaat gebeuren? En de laatste vraag in deze, u verwacht op lange termijn, heb ik ook gelezen, per saldo, het stond er een beetje cryptisch, u verwacht op lange termijn per saldo een kostenbesparing van deze doorontwikkeling van de arbeidscapaciteit. Kunt u ook uitleggen of op grond waarvan u denkt hier bepaalde verwachtingen te hebben? Dat waren mijn vier vragen. Dank u. En ik dank u. Nee, het is laatste. De portefeuillehouder, gaat in gang. Dank u wel, voorzitter. Laat ik maar beginnen met de hamvraag van, goh, hebben we al een contract en kunnen we alleen maar ja zeggen als gemeenteraad? Nou, voor de goede orde, natuurlijk hebben wij wel een contract getekend, maar nadrukkelijk onder de voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met een en ander. Zo hebben dat en zo doen andere gemeenten dat ook. Dus we hebben in eerste instantie hebben aangegeven, goh, dit lijkt ons wel een ongelofelijke kans. Dus we staan er in beginsel positief in. We gaan gewoon eens even goed opschrijven. En de gemeenteraad moet er natuurlijk wel een klap op geven. Ook al omdat we 10.000 euro daar zelf aan besteden. Zo is die ook. Maar we zien het wel als een enorme kans. En meneer Marsman en ook de heer Leuwik geven denk ik goed aan. Van het is niet alleen dit traject, maar we gaan ook leren juist van anderen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om dicht bij het vuur te zitten. Want daar ga je veel, denken wij, van leren. Ik kan de heer Middelkamp wel geruststellen dat het alleen maar om dit deel gaat en niet het hele sociale domein. Het zou een beetje veel zijn, hè? Bijna de helft van onze 47 miljoen is sociaal domein. Nou, één potje. Ik ken een wethouder die daar helemaal gillend gek van wordt als hij dat in zijn geheel zou moeten doen. Dus nee, we houden dat netjes. Dus alleen dit deel. Maar even wel gelijk, wij stellen ons wel ten doel om uiteindelijk efficiënter te werken. En als het dus niet werkt, dan draai je het wel terug, natuurlijk. Want als je doel niet haalt, dan moet je daar gewoon tijdig op inspelen. Dus daar heeft het natuurlijk volkomen gelijk in. Wat we daarbij gaan doen is natuurlijk met name de instellingen die we hiermee willen bedienen. En dan gaat het met name om Baaldeborg en Larkom. Er zullen ook nog wel een paar andere, bijvoorbeeld zorgboerderijen, bij betrokken gaan worden. Maar die moeten dat met name natuurlijk gaan merken. Het is niet zozeer, want wij faciliteren dat. Maar goed, dat gaan we zien. Met andere woorden, het succes zal daar als het ware moeten worden geproefd en ook moeten worden aangetoond. Ik vind het idee van een aselecte groep ontzettend goed. Ik weet niet of het kan, hè, want het is natuurlijk maar een zeer beperkt verhaal. Hè. Dat is dan weer de beperking van het verhaal. Het gaat om de arbeidsmatige dagbestedingen, dus dat is natuurlijk niet een hele grote groep. Maar eens kijken, misschien dat Waaldenborg en Laarkom zijn natuurlijk grote organisaties, toch een mogelijkheden zien om het A-select te doen. Dus dat ga ik zeker even meenemen. Dan mevrouw Schunselaar. Ik heb aangegeven wat de status van een en ander is. De 10 miljoen van de gemeente, ja, dat zijn kosten die we anders ook wel zouden hebben gemaakt om mensen in de arbeidsmatige dagbesteding te doen. We gaan alleen nu extra kijken van, goh, als het nou ons god doen, komt er dan een stukje efficiëntiewinst uit. Het zijn toch altijd, je hebt altijd begeleidingskosten, ook vanuit de gemeente. Dus dat is bestaande gelden die we zo labelen. Het is niet een extra bedrag wat we van u vragen, om het zo maar eens te zeggen. Dan, meneer Marsman had ook vragen over de tekeningen. En ja, inderdaad, we hopen leren van elkaar. En ik zeg u graag toe dat we, nou, in juni wordt het net opgehaald. Hè, dan worden de effecten van alle 10e of alle 11 deals worden gepresenteerd. En ik zeg u graag toe dat we daar eens een mooie raadsbrief van maken. En dat we daar ook nog over gaan praten. Dan de heer Leuwik. Ja, als we het niet helemaal weten, dan gaan we naar het Engels, hè. Ja, Village Deal is niet een idee van een naam van uit deze gemeente. Oorspronkelijk waren er City Deals. Hè, en dat was een beetje te groot en et cetera. En het was voor kleine gemeenten was helemaal niet geschikt. Het teken Village to Raise a Child, vergeef me Duits. Maar toen kwam het idee van kleine gemeente, Village, daar moet toch ook een deal voor ze maken. Nou ja, daar gaan we op mee. Hebben we al concrete uitwerking? Nee, want ik wacht op uw toestemming. We hebben natuurlijk al wel contact in de voorbereiding. Dus je hebt al gezegd van ja, we hebben wel het nodige aan voorbereiding gedaan. Maar daar hebben we nog niet veel kosten in gemaakt. Maar de echte deals, die moeten met de Baaldeborg, de Laarkom en et cetera, natuurlijk nog wel gemaakt worden. Jazeker.
Er zijn wel goede contacten en ik kan u wel zeggen dat men wel enthousiast is over deze aanpak. Dus ze hopen er echt op dat dit kan. Nou, als gezegd, die uitwisselingen van die ervaringen, ook van de andere projecten, gaan we zeker doen. Als er eerder dan in juni iets is, dan meld ik dat natuurlijk. Maar laten we het eerst maar eens even, het is toch een korte termijn hoor. Laten we dat eerst maar eens even laten gebeuren. Resultaten borgen heb ik ook richting Middelkamp gemeld. Ja, en efficiëntie, kostenbesparing, ja, dat is zeker een doel. Dat zullen we ook moeten aantonen. En ja, werkt het niet? Ja, dat is heel simpel. We blijven proberen om het goed te doen. Ja, lukt het niet? Nou, even goede vrienden, dan draai je het gewoon terug. Ik dank u wel. Heeft de heer Leuwek nog vragen? Nee, dank u wel, voorzitter. Heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Bedankt voor de beantwoording. Uw beantwoording gaf nog een aanleiding tot een kleine vervolgvraag. En dat heeft ermee te maken dat aan het eind van de pilot, juni volgend jaar, hè, dan is het afgelopen, afgerond, dat er dan een achteraf rapportage aan de raad gaat plaatsvinden, staat in het stuk. Ook in het stuk staat dat de wijze waarop dat gaat gebeuren, hè, dus op welke kenmerken, op welke resultaatgebieden geef je een evaluatie en een terugkoppeling, dat dat nog met de raad moet worden afgestemd. Ergens in het plan staat dat. En we vroegen ons af wanneer we en op welke manier we die afstemming over wat verwachten we nou straks in de rapportage van elkaar om teleurstellingen te voorkomen. Want als het straks juni is, en dat is het al heel snel, en er komt een rapportage, maar we hadden als raad toch iets heel anders verwacht en we hebben vervolgvragen waar u niet op gelet heeft, dan kunnen we dat misschien beter voor zijn en die afstemming vooraf met elkaar hebben. Dank u. Dank u wel. De heer Marsman, niet de portefeuillehouder. Het gaat even over het idee van de heer Middelkamp. Dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie. Kijk, we zitten natuurlijk straks wel met een nieuwe raad. Hè. Ik denk dat het goed is om dan zo in april eens een keer een tussenmoment pakken. Misschien in de klankbordgroep. Dat we dan eens gaan wisselen. Hè. Dan hebben we ook nog voldoende tijd. En ja, de gevolgen van de eindrapportage juni, die moeten natuurlijk door. Kijk, als dat gevolgen heeft die de begroting raken, de systematiek, et cetera, moet je dat natuurlijk in oktober bij de begrotingsbehandeling zeg maar, voorleggen. En dat gaan we natuurlijk gewoon doen. Dus ik zie wel kans om zeg maar, in april in een klankbordgroep zo'n tussengesprek te hebben. En dan kunt u inderdaad ook aangeven van een iets andere richting of andere accenten te zetten of let nog eens op andere punten. Lijkt me een goed idee. Dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van de tweede termijn van dit onderwerp. Ik begeef mij op glad ijs, maar ik ga het toch weer proberen. Ik heb volgens mij twee toezeggingen gehoord, meneer de wethouder. De eerste om in juni te komen met een eindrapportage over de leerresultaten van de deelnemende gemeente. En in april gaat u proberen, ook weer op de agenda van de klankbordgroep, een tussenmoment te maken om met elkaar eens te kijken waar we gekomen zijn. Nou, dat ging weer goed. Dan nog de vraag uiteraard. Bespreek of een hamerstuk. Hamer. Dan is het een hamerstuk. Dat is genoteerd, dank u wel. 5:30. Volgens mij kunnen we het gaan redden. Agenda punt 9. Aanvraag vangnetregeling 2017. Is er echt iemand die daar wat over wil zeggen? Heer Middelkamp, ga je gang. Voorzitter, een kleintje. Ergens in de bijlage, bladzijde 7-8, staan getallen weergegeven die betrekking hebben op Ommen en Hardenberg bij elkaar geteld. En dit is nou juist een vangnetnotitie waarin het college de raad informeert over en voldoet aan een van de componenten om in aanmerking te komen voor de vangnetgelden. En wat u ons daarin informeert is een totaaltelling van Ommen en Hardenberg. Wij zouden graag zien, niet alleen maar voor het stuk, maar ook voor onszelf, dat eventjes uit elkaar gevlochten wordt, voorzitter. Dank u. Wie mag ik vervolgens het woord geven? De heer Bongers, gaat u gang. Ja, kleine vraag. Op een gegeven moment wordt aangegeven dat bij de koppeling van het UWV dat de gemeente Dalfsen aanzet is. Is dat, hoe moet ik dat zien? Vertegenwoordigen zij ons of is dit een vergissing en is het een notitie die misschien anders tot stand is gekomen? Pagina 5.
Dank u wel. Ik kreeg het idee dat ik mevrouw Pol aan het overslaan was. Nee hoor, ik dacht, misschien ziet u het niet, dus ik wees even naar Leo. Ik ben niet goed in het interpreteren van het gedrag van de commissieleden, dat merk ik al wel weer. Wie mag ik vervolgens nog het woord geven? De heer Marsman. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, heel kort. We snappen de intentie van het stuk. De gemeenteraad moet ook wat verklaren. Er komt vervolgens een bijlage met een hele opsomming van aandachtsvelden, analyses en maatregelen. En daar hebben we eigenlijk één hele korte vraag over. Maar dat gaat over het debiteuren en incasso op bladzijde 10. Het is altijd wel grappig dan, dat je dan dit soort overzichten ziet en dat je toch ziet dat daar in één keer spectaculaire dingen behaald worden. En is daar ook al iets te roepen over 2017? Dat was onze vraag. Dank u wel. De wethouder. Gaat u gaan. Dank u wel. De heer Middelkamp wil graag getallen alleen voor Ommen. Ik ga even na van wat daarin mogelijk is. Dan hoeft deze aanvraag niet in de weg te staan. Hè. Men wilt gewoon geïnformeerd worden over de ommerige getallen. Ik ga eens even kijken van hoe dat is. Het is overigens wel zo dat bepaalde getallen inderdaad om in Hardenberg vanuit ATC dienstenbedrijf gezamenlijk is. Hè. Dus dat dat wat lastig splitbaar is. Maar ik snap uw wens. Ik ga eens even kijken of wat daarin mogelijk is. Dan de heer Bongers. Het is eigenlijk heel simpel. Er staat samenwerking van UWV, Dalfsen en het ATC dienstenbedrijf. En het ATC dienstenbedrijf is en Ommen en Hardenberg. En dus dat is een mooie combinatie. We werken samen in een soort subregio, ook samen met UWV. En daar ben ik ook heel blij mee, want UWV hebben hier wel hard in nodig. En UWV landelijk doet wel een beetje moeilijk hoor, over dit type van samenwerking. Gelukkig in deze regio merk je dat de UWV-mensen ook bereid zijn om mee te denken. Meneer Marsman, ja, heeft goed gezien dat we in 2016 daar mooie resultaten in hebben gehad. Precieze gegevens 2017 heb ik niet. Het is misschien goed om over het geheel later volgend jaar nog eens een keer te kijken van wat de resultaten zijn. En dat moeten we toch doen. Hè? Dan, 2017 is natuurlijk nog niet klaar. De gegevens zijn, de boeken zijn nog niet gesloten. Dus ik weet ook nu niet precies hoe het zit. Maar laten we over het geheel gewoon later nog eens rapporteren. Dank u wel. Heeft iemand van de commissieleden behoefte aan het tweede termijn? Niet, denk ik. Dan ook hiervoor dank. En ik neem aan dat dit een hamerstuk is. Ja, dat is vastgesteld. Gaan wij over naar agenda punt 10, geactualiseerde financiële verordening en de geactualiseerde controleverordening, nota waarderen en afschrijven van de activa, nota reserves en voorzieningen, geactualiseerd treasury statuut. Wie wil daarover het woord? Of ben ik lang genoeg aan het woord geweest? Nee. De heer Middelkamp, gaat u gaan. Oh. Ik dacht eerlijk gezegd een vriendelijk gebaar, maar ik gaf de heer Middelkamp het woord. Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, de financiële verordening is een sturingsinstrument voor de Raad en daar leggen we spelregels over financiële aandachtsgebieden vast. En in artikel 17 van de verordening zelf, de financiële verordening, daar staat een aantal punten waarvan wij ons afvroegen of dat voldoende scherp geformuleerd is. En daarbij roepen we in de herinnering de discussie van de afgelopen begrotingsvergadering, raadsvergadering over de begrotingsbehandeling moet ik zeggen, waar duidelijk door de Raad is aangegeven dat de Raad een aantal spelregels richting onze bestuursdienst wil vastleggen en wenst vast te leggen. Als we kijken naar deze verordening, en dat zijn dus de spelregels waar we in financiële zin met elkaar acteren, dan komt dat eigenlijk niet zo uit de verf, want daar staat dat het college zorg draagt voor of iets van die orde. En wij zouden het wel fijn vinden dat dat wordt omgedefinieerd in dat de Raad daar een belangrijke sturende regierol in heeft. Want dat was ook de motie die is aangenomen en waar we met elkaar afspraken over hebben gemaakt. Dat is eigenlijk de meest belangrijke, voorzitter. En dan is er nog een in artikel 3, lid 3, volgens ons de rentelast bij de kapitaallasten weggelaten. Dat zijn we toch al heel erg gewend van elkaar te doen, dus misschien is dat maar een kleine omissie. En dan meteen maar even door naar de controleverordening. Daar staat erg
ergens in het stuk naar ons idee een nieuw overleg gedefinieerd. Samengesteld uit mijn hoofd iemand uit het college, iemand van de raadsaccountant, iemand van de raad, iemand van de rekeningcommissie, iemand van de BOH, zo'n soort samenstelling. En wij menen te weten dat in het verleden daarover is afgesproken dat dat is neergelegd bij de rekeningcommissie. En dat is dus eigenlijk de vraag van, moet dat niet de rekeningcommissie zijn? En als dat niet het geval is, dan gaan we dus een nieuw overlegorgaan in het leven roepen. En dan zijn we wel geïnteresseerd in wanneer, hoe, in welke samenstelling, et cetera. En dat was het. Dank u. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar, gaat gang. Dank u wel, voorzitter. Zul je altijd zien dat... ja, daar is die. Ja, de financiële stukken, hele technische stukken. Het is altijd wel goed om te kijken van, goh, hoe kun je dan hier vragen over stellen, terwijl technisch vragen van tevoren gesteld moeten worden. En hoe doe je dat dan in zo'n vergadering? In ieder geval mooi om te zien, vinden wij, als je kijkt naar de financiële verordening en zeg maar de kapstok, om ook duidelijk visueel in beeld te hebben van wat valt er nu onder en waarom is het nu noodzakelijk om als gemeente deze stukken te hebben. We hebben als CDA tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven, hè, kijkende naar de ontwikkeling van de nieuwe begroting en ook de digitale begroting en het model Zaanstad wat we willen volgen, dat we ook graag een assortiment van werkgroep vanuit de raad willen hebben, zodat we mee kunnen denken over de indicatoren en de nieuwe opzet van de begroting. Volgens mij hebben we dan nog een los eindje. Want u vroeg mij toen van, goh, wilt u dan ook dat het met deze raad plaatsvindt? Nou, dat was tijdens diezelfde vergadering waar de VOV ook aan refereert, de begrotingsbehandeling. En ik wil dan toch even gebruik maken om alsnog nu de antwoord te geven. Want we willen wel graag als CDA dat het met deze raad ook plaatsvindt. En dan kom ik zo ook tot een vraag, voorzitter. Maar over dit punt zou ik dan graag nog wel van de wethouder willen horen. Hoe ziet hij dat dan voor zich? He, en ik werd er even op getriggerd, omdat als je de stukken doorleest, dan zie je inderdaad van, goh, de indeling van de programmabegroting en welke vragen stellen we dan allemaal enzovoort. Nog even wat verder terug in de tijd, want we hebben op 13 juli 2017 hebben we als raad een informatieavond gehad over de nieuwe regels van de BBV. De collega's weten het misschien nog wel, toen was er ook iemand vanuit de ambtelijke organisatie die ook een heel mooi verhaal hield over de controle, extra vragen die we ook zouden kunnen stellen, die ons aanscherpen nog meer dan de eerste drie vragen van waarom doen we het enzovoort. Nou, de wethouder noemde ze er net al bij het vorige agendapunt. Nu was dat wel van, goh, hoe gaan we daar dan mee om? En is er dan ook gekeken naar die stukken van die informatieavond? Want ik weet nog scherp, want toen vroegen we, goh, gaan we hier dus nu mee werken op deze manier? En toen zei de wethouder, ja, dat gaan we doen voor het sociaal domein. Maar nog niet voor alle andere domeinen. Maar nu triggert het me wel, want als we zo gaan werken, zou dat dus ook een aanpassing betekenen van de verordening namelijk. En daarom, ik heb even aan de ambtelijke organisatie gevraagd van, help mij even met die presentatie weer, want die hebben we niet gemaild gekregen. Nou, die vraag staat nog uit, dus ik hoop dat ik volgende week die presentatie krijg. Er wordt hard naar gezocht, want ik denk, ja, we moeten maar aanpassen dan. Nou, even sorry voor de lange inleiding. Als we naar de verordening kijken, is wat ons betreft de vraag van het CDA. Past dan zeg maar deze nieuwe verordening ook bij de vernieuwingen die we allemaal willen doorvoeren? He, of moeten we, aan de hand ook van dat verhaal van 13 juli, moeten we dan alsnog weer heel snel alles gaan actualiseren? Dat zou jammer zijn, leek ons. En een tweede vraag, en dat is meer een gewetensvraag richting de wethouder. He, want wat kun je nou voor vraag stellen bij dit soort stukken? Maar dan zouden we toch willen vragen van, ja, is de wethouder nou eigenlijk tevreden, wetende hoe hoog ambitieniveau de wethouder ook heeft, he, met de voorliggende stukken? En waar liggen volgens hem dan nog de kansen voor Omme als we kijken naar deze financiële stukken? Of zijn we nou helemaal op orde? Dank u wel. Ik ben er stil van. Wie verder? Mevrouw Schunselaar, gaat gang. Ja, dank u voorzitter. We hebben dit ook gelezen, sorry, als een kapstokverordening en dan aangepast aan Omme. Ik hoor van de wethouder of dat zo goed is. Ja, hij knikt al instemmen. Maar de bedragen die genoemd zijn,
Want als je goed kijkt, dan zie je gewoon dat de bedragen apart zijn ingevuld. Het loopt namelijk niet vloeiend door. Is dat ook aangepast aan Ommen of hoe zit dat? Daar zou ik graag iets meer over willen weten. En dan pak ik bijvoorbeeld artikel 7. Daar staat dus, even kijken, het college besluit niet over de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan 1 miljoen. Dan denk ik, waar komt dat bedrag vandaan? Dank u wel. Dank u wel. Was de heer De Vries aan het typen of gaf hij aan dat hij het woord wilde? Ik wil ook wel iets zeggen over deze teksten. In die zin dat het natuurlijk inderdaad de basis is voor de afspraken die wij maken rondom hoe onze begroting eruit ziet, hoe onze cyclus eruit ziet en hoe een aantal wettelijke regelingen zoals vastgelegd in het BBV er voor Ommen uitzien. En ik borduur even door op de vraag van mevrouw Schunselaar. Niet duidelijk is eigenlijk in de voorliggende stukken of die zich houden aan de afspraken die we tot nu toe hadden over allerlei marges en normen. En afspraken over hoe we bijvoorbeeld met reserves omgaan. Want daar hebben we echt uitdrukkelijk in deze raadsperiode met elkaar heel uitvoerig over gesproken. En het is, als je de teksten leest, moeilijk uit te vinden of er sprake is van wijzigingen op dat gebied. En dan kan het zijn dat wijzigingen noodzakelijk zijn omdat de wetgeving veranderd is. Maar het kan ook zijn dat wijzigingen voorgesteld worden omdat het misschien op een praktische manier een bedrag, een handige grens is of zo. En het is mij op voorhand niet duidelijk of er ook dat soort aanpassingen in deze teksten zitten. En ik vind persoonlijk wel dat we met de nu geactualiseerde tekst van de financiële verordening wel heel duidelijk vastgelegd hebben de taken en de verantwoordelijkheden van de Raad en de mogelijkheden die wij hebben om over de stukken die wij voorgelegd krijgen uitspraken te doen over wat we wel wenselijk vinden, over wat we niet wenselijk vinden. En met name ook over de heldere verhouding van de Raad richting accountant en de taken van het college richting accountant. Dat is met dit stuk veel duidelijker geworden, laat ik dat zeggen. En dan wil ik ook wel even aangeven dat ik niet de opmerking van de heer Middelkamp deel, dat in dat artikel 17 in die zin aanpassingen gedaan moet worden, dat de raad daar genoemd moet worden. Want het college draagt gewoon zorg voor de uitvoering van de zaken die met de financiële organisatie te maken hebben. Dat doen wij als raad niet. Wij stellen wel de kaders en wij geven de opdracht tot zaken. Maar wij doen niet de organisatie zelf. Sterker nog, grotendeels hebben we dat uitbesteed aan de BOH en daar gaat zelfs het college niet over. Afgezien van dat ze als opdrachtgever eisen kan stellen. Dus in die zin moet het college zorg dragen dat de financiële organisatie op orde is, maar dat zijn vaak afspraken die je doet met de directie van de BOH. En uiteindelijk is het de raad die natuurlijk bepaalt hoe dan de verhoudingen eruit zien. Wij doen uitspraken over de kaders die we gehanteerd wensen te zien. Dus in die zin heb ik geen behoefte om deze tekst aan te passen. En is het ook uit het stuk duidelijk dat de raad de kaders stelt voor een aantal toepassingen van normen en grenzen. Als laatste wou ik nog even opmerken dat wij eigenlijk in het kader van de jaarrekening veelvuldig... Ergens staat misschien nog een microfoon aan. Ik weet even niet wat er nou misgaat. Veelvuldig de discussie hebben gehad over KPI's in het kader van de begroting. Dus welke normen hanteren, welke waarden willen we daar zien, welke meetcriteria passen we toe. Ik doe iets mis. Maar in de tekst is helder dat wij als raad daar met het college over in gesprek moeten. En het lijkt mij nu eens zaak om dat ook daadwerkelijk te gaan oppakken. Want we constateren ieder jaar weer dat we op een aantal belangrijke zaken geen norm hebben vastgelegd. Durft nog iemand van de commissie wat? De heer Bongers, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik beginnen dat ik het een helder stuk vind. Ik vind het zeker goed leesbaar. Dus ik ben ook blij met de actualisatie.
En ik heb wel een principiële, of laten we zeggen, een keuze die we ons als raad moeten stellen. En dat is, dat ligt in het verlengde wat de Fries Robles zegt en mevrouw Schunselaar ook. Kijk, de verordening is helder, vind ik. Maar er komen een aantal variabelen gegevens in voor. Nou, noem maar wat. Het college moet het raad betrekken als het gaat om een besluit van meer dan 1 miljoen. Nou, ik denk dat er nog wel meer van dat soort punten zijn waar je met elkaar heel bewust een beslissing in moet nemen. En dat kan misschien voor het ene jaar wel anders zijn dan voor het andere jaar. Dus ik zou liefst een verordening zien, maar ik weet niet of dat kan, waarbij je dus de kapstok goedkeurt, maar waarbij je de waardes, nou ja, dat misschien per jaar aangepast kan worden. In ieder geval dat je daar, hè, ook met betrekking tot de begroting, daar heel bewust mee bezig bent en daar hele bewuste keuzes mee maken. En dat we niet zeggen van ja, dat staat in de verordening die we 5 jaar geleden hebben vastgesteld. Nee, daar moeten we actief mee bezig zijn. Want een van de positieve punten vind ik ook dat er heel duidelijk wordt gesteld. We willen een continue inzicht hebben in de financiële situatie. Nou, dat vereist ook dat je actief bezig bent met de normen en de prestatieindicatoren. Dus ik zou dat liefst zo willen scheiden, maar het is een open vraag. Dat was het. En ja, ik ben het met de heer Middelkamp eens. Ik was ook even verbaasd over de nieuwe werkgroep, hoe je het ook wil noemen, samenstelling, die ik tot nu toe niet kende, behouden ze de rekeningcommissie. Is dat een samenstelling op initiatief van het college of waar komt het vandaan? Dank u wel. Nee. Dan de portefeuillehouder. Ga er zo. Ja, dank u wel. De heer Middelkamp die vroeg naar het artikel 17. En ja, ik kan de heer Fries Robles nazeggen. Kijk, wat we gedaan hebben in artikel 17 is wat in heel Nederland en ook in de BBV zelf staat. Namelijk dat het college zorg draagt. Maar natuurlijk wel binnen de kaders zoals door de raad vastgesteld. En zo hebben we dat geregeld in Nederland. Dus ik zie ook geen enkele aanleiding om dat te gaan veranderen. A, het staat in de wet. En B, het is volstrekt duidelijk dat u de kader stelt. En het college voert dat gewoon uit. Dan uw opmerking over de controleverordening. Ja, dat leek vanuit de praktijk, vanuit het ambtelijk apparaat, een goede suggestie. Maar geen misverstand over, het is uw verhaal. Als nou één ding duidelijk is, is dat de controleverordening juist de positie van de raad ten opzichte van de accountant zeg maar weergeeft. En het is voor u faciliterend. Dus als u zegt van, goh, we willen dat SEC de rekeningcommissie laten zijn en niet zeg maar mensen omheen. Het is u, het is aan u. Het is een extra faciliteit die geboden kan worden. Als u zegt van, goh, liever niet, prima, verander het. Het is uw, dit is nou bij uitstek uw ding. Dan mevrouw Bakelaar had benutten de financiële stukken om nog even de etage boven te pakken. En er zitten wel een paar interessante vraagstukken onder en achter. Allereerst het punt van de werkgroep van de Raad. Goed genoteerd. U wilt het graag nog deze periode doen. Ik hoor ook wel van de anderen of ze daar inderdaad of dat doen. Want dat betekent dat we zeg maar december, januari in ieder geval dat gesprek. Het zal allemaal januari worden. Hè, dat gesprek moet gaan voeren. Ik heb in de raad ook al gezegd bij de begrotingsbehandeling, het maakt het college niet uit, hè, het is aan u. Hè, dus als u zegt van goh, laten we in januari daar een gesprek over met een aantal financiële specialisten, dan gaan we dat gewoon regelen. Het is aan u. Ik denk dat het misschien goed is, voorzitter, dat dan via de griffier even wordt ingewacht van goh, ja, vindt dit een goed idee? En zo ja, wie gaat er aan meedoen? Nogmaals, het college is graag bereid om daar aan mee te werken. Dan gaan we het natuurlijk over de indicatoren hebben. Ik heb aangegeven, ja, je hebt een verschil tussen beleidsindicatoren en de vergelijkende indicatoren. De vergelijkende indicatoren hebben we al in de begroting staan. Hè. Die wordt wel steeds beter, maar die beleidsindicatoren, dat is nog een hele slag. Hè. En we hebben al een beetje geoefend vandaag hè, met armoede. Hè. Er zaten een paar beleidsindicatoren in. Nou, dat moet steeds meer en steeds beter worden. Laten we daar dan dat gesprek gelijk maar over voeren. Lijkt me uitstekend. Mevrouw Schunselaar. Hoe zit het nou met die bedragen? En dan kan ik eigenlijk ook op de heer De Vries Robes zeggen. Van, ja, wat is nou eigenlijk veranderd? Nou, eigenlijk is er zeer weinig veranderd. Wat we gedaan hebben is uiteraard de BBV-regels toegepast. En we hebben op grond van de opmerking van de accountant met name gekeken naar de afschrijvingstermijn
Dat was een opdracht die hij ons expliciet gaf. We hadden wel een praktijk van afschrijvingen, maar dat moet je even netjes verwoorden. En dat moet ook echt worden geraad worden vastgesteld. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste wijziging. Die bedragen, hè, die halen we dus dan wel uit de BBV, dan wel uit zeg maar VEG, de modelverordening. Want die hebben we natuurlijk ook bijgepakt. En dit zijn de bestendige bedragen. En zijn die anders dan ons beleid? Nee, hè. Bijvoorbeeld, we hebben de 10 mil hebben een paar keer genoemd. Nou, dat is al sinds jaar en dag beleid in om, hè, dat ook het bedrag is. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Ik kijk nog de heer De Vries-Robes. Ja, u wees inderdaad al op het punt van de reserves. Daar zit dus met name de vraag van, goh, klopt het nou dat dit de afspraken zijn zoals ze dat zijn? En het antwoord ja. We hebben bij de reserves, de notareserves en voorzieningen, hebben we één ding veranderd. Namelijk dat we niet elk jaar een nota maken, maar dat we minimaal eens in de 4 jaren de nota maken. Dat is de enige procedurele verandering. Ja, dan kom ik op de heer Bongers. Die had wel een heel fundamenteel punt van, ja, gewoon je moet het gesprek over de waardes wel hebben. En dat ben ik met hem eens. Hè? Maar laat hem wel goed hebben. Kijk, ik denk dat je hem moet pakken op de consequenties. Dus je moet aan de hand van een consequentieanalyse in de begroting moet je hem pakken. Kijk, we hebben sowieso onszelf verplicht om tenminste eens in de 4 jaren zowel de reserves als de voorzieningen, als de nota waarderen en afschrijven, als de treasury, hè, om dat eens per 4 jaar weer tegen het licht te houden. Dat is minimaal. En ik denk dat dan de begroting het moment is dat we met elkaar vaststellen van, hey, het loopt wat anders dan we gedacht hadden. Dat is het moment om te zeggen, jongens, dat gaan we toch even naar voren halen, hè, want het bevalt ons niet. Dat lijkt me dan de goede systematiek. Volgens mij was dat het voorzitter. Zoals gebruikelijk gaan we dat controleren. Mevrouw Buikler. Ja, ik heb toch nog even de twee vragen die ik had gesteld over, past deze nieuwe verordening nu ook bij de vernieuwingen die we gaan doorvoeren? Dus is die Zaanstad proof, om het zo maar te zeggen? Of moeten we dan vrij snel daarna weer gaan actualiseren met elkaar? Want dan is de vraag, moet je hem nu dan wel actualiseren? En een andere vraag die ik had is van, is dit nu ook het ambitieniveau van de wethouder? Hè? Waar zit er nog, of is de wethouder nu helemaal tevreden? De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u. Voorzitter, nog even over artikel 17. En ik heb van de collega's nog weinig bijval gemerkt. En de portefeuillehouder die wees de suggestie eigenlijk af. Maar ik wil alle collega's vragen even in herinnering te roepen en na te denken over de tekst zoals we die in de motie bij de begrotingsbehandeling hebben afgesproken. En als je daaraan denkt, dan wil ik graag artikel 17 lid E in het kort aan u voorlezen. De te maken afspraken met de uitvoeringsorganisatie over de te leveren prestaties. De daarvoor beschikbare middelen en de wijze van frequentie en rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van de middelen. En dit is nou precies, een service level agreement gingen we bedenken. We gingen daar inderdaad kaders voor stellen. En dit stuk behelst nou juist om de taken, de verantwoordelijkheden over en weer tussen raad en college vast te leggen. En we hebben gezegd tegen elkaar dat wij als raad hier in de lead willen zijn. We willen daar een regierol pakken. Dus wat is er nou op tegen en wat is er eigenlijk niet beter dan die regierol hier in de afspraken tussen college en tussen raad vast te leggen? En als wij de enigen zijn die hierin staan en iedereen die is wellicht vergeten hoe het in de begrotingsbehandeling eraan toe ging, of heeft er vertrouwen in dat die kaders achteraf wel gesteld kunnen worden, denk ik dat we dit dus niet gaan wijzigen. Maar ik heb het toch nog een keer willen proberen, voorzitter, bij deze. Dank u. Een vraag over stellen, voorzitter, want ik wil gewoon rechtstreeks even met de collega een vraag stellen. Ja. Want kijk, hier staat niets anders dan dat het college met de uitvoeringsorganisatie spreekt over hoe de raad wenst dat zaken uitgevoerd worden. En dat is volgens mij ook zoals de verhouding is. De raad spreekt met het college en de college als bestuurder van de uitvoeringsorganisatie bepaalt waar die uitvoeringsorganisatie aan zou moeten voldoen. In, laten we zeggen, als aanspreekpunt. Dus de raad bepaalt de kaders, de raad formuleert voor het college, zo wensen wij graag dat wij
over de BOH geïnformeerd worden. En misschien zeggen we wel tegen het college, wij wensen dat de directeur van de BOH hier 3 keer per jaar A, B en C komt vertellen. Maar het is het college die die afspraken met de daadwerkelijke organisatie maakt. En uw vraag is of de heer Middelkamp er net zo over denkt. Mevrouw Buikelaar, ben je? Ja, ik zou ook graag bij een interruptie eigenlijk via de heer Middelkamp dan weer naar misschien de wethouder wellicht de aanvullende vraag te stellen. Hè? Want ik begrijp wel waar de heer Middelkamp op doelt. En het gaat namelijk, hè, we hebben met elkaar afgesproken. Ik was ook de indiener van die motie, als ik me goed herinner. Over de te maken afspraak met de uitvoeringsorganisatie. Daar zijn we met elkaar over eens geworden van wat betekent dat dan. En volgens mij gaat het om van hey, hoe borgen we nou dat ergens in komt te staan wat dan die afspraken zijn. Dat staat los volgens mij van wat er nu weer in deze verordening staat. Want daar staat in het college voert uit. Dus de kunst is van misschien dan via de heer Middelkamp naar de wethouder. Moet dit dan in de verordening staan? He, dus moet er een nieuwe een J komen, om zo maar te zeggen? Of moet het gewoon ergens in een werkdocument staan, een SLA? Want he, ik neig er naar om te zeggen van joh, volgens mij hoeft het hier niet in. Maar ik begrijp wel wat de heer Middelkamp uit probeert te dragen vanuit de motie die we met elkaar hebben aangenomen. Voorzitter. Dank u wel. Bij interruptie of is het uw beurt? Wat u wilt. Nee, het gaat over dit onderwerp. Ja, nee, even ter verheldering, want ik denk dat wij de uitvoering ligt bij het college ten principale. En of zij dat in dit geval, waar denk ik meer de heer Middelkamp op duidt, met de BOH de afspraak over maakt of niet, of een andere partij, ja, prima. Maar zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. En ik vind niet dat je in de verordening moet gaan regelen hoe zij dat met een andere partij weer onderling gaan zorgen dat het goed komt. Dat is niet het karakter van deze verordening. Ik denk dat we dat op hoofdniveau moeten vasthouden. En de uitvoeringsorganisatie ligt puur bij het college. Dus dat is mijn visie. Dank u wel voor deze inbreng. Ja. De heer Middelkamp wil, geloof ik, nog weer reageren. Bij interruptie of? Nou, een aantal collega's heeft gereageerd op onze inbreng zojuist. En ook een soort van vragen gesteld, dacht ik, of een reactie gegeven. En daar zou ik vanuit onze kant ook wel weer op willen reageren. Als u mij dat toestaat. Maar nou, als u zegt dat doen we later, dan. Ik zit wat te twijfelen, omdat we hier natuurlijk wel in een zekere technische zin bezig zijn. En dit krijgt toch vertoont aardig kenmerken en trekken van een raadsdebat. Het onderwerp is belangrijk genoeg, laat ik daar helder over zijn. We zijn nu wel bezig met het stellen van vragen en het kort op elkaar reageren. En wellicht is het, als er tenminste verder geen vragen zijn van de andere commissieleden, wel zo verstandig om eerst de wethouder even aan het woord te laten. En u hebt natuurlijk alle mogelijkheid om te zeggen dat dit wordt een bespreekstuk in de raad, waar we wellicht dan wel op het juiste niveau de discussie kunnen houden. Juiste niveau bedoel ik, niet dat dit een laag niveau is, maar het soort discussie, laat ik het zo noemen. Ja. De portefeuillehouder, gaat u gang. Ja, dank u wel. Ja, want er waren nog een vraag. Is een en ander Zaanstraat proef? Ja. Omdat we de BBV en de modelverordening helemaal hebben gepakt en wel op dusdanige manier dat we hem zo kunnen implementeren. Is de wethouder tevreden? U vraagt eigenlijk naar de indicator, dezelfde die we vaak gebruiken. Dus het is gevaarlijk om te zeggen van de wethouder is nooit tevreden. Ik moet wel zeggen dat we mooie slagen hebben gemaakt. Laat ik één voorbeeld noemen. Ik vind het erg goed dat we bijvoorbeeld in de treasury, dat is niet echt aan de orde geweest, maar dat we wel bijvoorbeeld de garanties strenger hebben laten zijn. Dat was omgekeerde bewijslast. Als wij garantie gaven, moesten wij ongeveer wel aangeven waarom dat nou allemaal nuttig en nodig was. Ja, dat is wel de wereld op z'n kop. Dus dat hebben we even strenger gemaakt. Dus op dat soort punten zijn best wel een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het echte werk zit eronder. En dat heeft hij zelf in feite ook al geagendeerd met de indicatoren en dergelijke. Daar moeten we gewoon mee aan de slag. Dus daar hebben we nog best wel veel te doen. Maar dat raakt niet de regelingen als zodanig. Die regelingen zelf die zijn wel, denk ik, wel goed. Ja, artikel 17. Ik snap meneer Middelkamp niet. Ik snap hem echt niet.
wat we hier neerschrijven is gewoon de wet. Namelijk, zeg maar, het college draagt zorg binnen de door de raad gestelde kaders. En, dat hebben we nog steeds niet gezegd, en legt verantwoording af. En dat zijn precies ook die elementen die in de motie verwoord waren. Dus ik snap hem echt niet. Ik vind het ook echt ik vind het ook raar om dit zeg maar anders te regelen dan in geheel Nederland. In strijd met alle duale bepalingen, et cetera. Dus als u, als u vraagt, wat vind ik ervan? Ik vind niks. Laat ik het ook maar helder zeggen wat ik ervan vind. En volgens mij zijn we er daarmee. Ik verwacht dat er leden zijn die daar anders over denken. Maar we houden in ieder geval de behandeling hier voor... Ik heb nog behoefte aan mijn tweede termijn. Mijn opmerking was een interruptie richting de heer Middelkamp. Zijn er nog meer? We hebben nog 3 minuten om 3 onderwerpen te doen, geloof ik. Gaat u gang. Heel kort houden. In de controleverordening werd net gerefereerd aan artikel 4 lid 3, waarin staat: ten behoeve van een efficiënt en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant en. Daar werd gedaan alsof dat daar gaat om nieuwe inhoudelijke overleggen. Maar ik wijs er even op dat dat niet zo is. Er staat hier: de accountant heeft overleg tussen met de raad, dat heeft hij. Met de rekeningcommissie, dat heeft hij. Met de portefeuillehouder financiën vanuit zijn controle. De gemeentesecretaris, concern, dat zijn de normale overleggen die er in het kader van de accountantscontrole altijd zijn. Hier wordt dus niet over een nieuw overleg gesproken. Wel wil ik er even op wijzen dat in de laatste uitleg, dus dat is de laatste pagina, vlak voor artikel 8 intrekking staat. Tot slot in het 4e lid dat de accountant zijn verslag van bevindingen met aan de raad mondeling toelicht. Dat is dat overleg waar we het net over hadden. Maar voorgesteld wordt om deze toelichting te geven aan de auditcommissie. Wij kennen geen auditcommissie, maar we hebben een rekeningcommissie. Dus daar moet even textueel een aanpassing plaatsvinden in mijn ogen. Dank u voor uw bijdrage. Ja, voor de goede orde, we hebben het zo gedaan dat de rekeningscommissie functioneert als auditcommissie. We hebben het ook wel eens een keer gedaan dat er zelfs een speciale auditor. Dat is eigenlijk de formulering. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Even heel kort, omdat ik de heer Middelkamp wel begrijp. En ik zou dan toch ook serieus daarin wel willen aangeven, er ligt natuurlijk wel een vraag vanuit de raad, over hoe vertellen we nu goed wat we willen, hè, en hoe geven we dat vorm. Volgens mij zit hij daarin. Dus niet zozeer in het construct, want daar vind ik wel, hè, je moet uitkijken wat je wel en niet in een verordening zet. En ook, ik ben van mening dat je dus niet... dat hoeft in de verordening hoeft weer te geven. Ik zou wel de vraag dan aan de wethouder willen stellen. Is dit niet een punt wat we dan ook mee moeten nemen in de werkgroep die het gaat hebben over de begroting, indicatoren enzovoort, en welke werkafspraken gaat de raad maken? Tenminste, dat zou mijn suggestie zijn. Nee, maar uiteraard, want dat is het kader wat u stelt. Maar daar heeft goed, dan volgens mij hebben we dan toch antwoord? Tenminste, ik heb dan antwoord dat ik kan niet voor de heer Middelkamp spreken. En dat is toch ook gewoon het uitvoeren van de motie die aangenomen is? Ja, maar dan nog kan het wel gewoon een antwoord zijn waardoor het duidelijk is. Er is helemaal geen voorzitter meer nodig, begrijp ik. Ik heb het idee dat we al een voorschot hebben genomen op over 14 dagen. Want ik neem aan, gelet op de bespreking, dat dit geen hamerstuk wordt, maar een bespreekstuk. Nou, dat hangt van meneer Middelkamp af. Bespreekstuk? Niet? Hamerstuk. Gelukkig had ik het niet goed. Dan gaan wij over ten eerste tot klokslag van 11 uur. Maar ik begrijp dat u toch graag deze agenda afgewerkt wil hebben. Want wat u nog niet weet, en ik wel, is dat de volgende commissie nog drukker is dan deze, waarschijnlijk. Dus we gaan niet doorschuiven. Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Ommen. Heer Bongers blijft ook nog even. Wisseling van de wacht, zie ik. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik laat u even wennen. De heer Wind, gaat u gang. Ja, voorzitter. Het college wil hier graag met ons overleggen, dus ik kan daar eigenlijk heel kort over zijn. Dit stuk zoekt een beetje de randen van het toelaatbare op, maar wij hebben zoiets van, nou, zolang het maar op het randje is en niet over het randje, is het wat ons betreft prima. Dus dat is onze opmerking.
Dank voor uw korte bijdrage, de heer Remmers. Nou, als ik dan beloof het niet veel langer te maken, voorzitter. Het onderwerp is natuurlijk eerder ter sprake geweest, nog met de eerste verhuizing, nu een uitbreiding. Op zich, de koppeling is niet gebruikelijk, maar vindt weinig weerstand, is allemaal mogelijk. De enige vraag die we erover hebben is van hoe voorkomen we, als het al teruggevraagd zou zijn, van eventuele precedentwerking. Want als het hier op deze manier toegepast kan worden, kan het dan ook in de toekomst ook bij anderen op deze manier. Dat is het enige. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, inderdaad de vraag, de Raad van Precedentwerking, je hebt het wel over een woning met 1200 kubus. Dat is heel, heel groot, laten we duidelijk zijn. Dank u wel. De heer De Vries. Ja, voorzitter, ik moet helaas mijn collega op een andere manier het woord dienen. Want mijn vraag is eerder, waarom zouden we überhaupt woningen van 750 kuub niet gewoon toestaan? Wat is er dat een probleem maakt dat je als je boven de 750 kuub opeens toestemming moet hebben, als het gewoon gaat om bij wijze van spreken een inpasbaar plan en wat geen enkele andere norm schendt, bij wijze van spreken. Dus waar komt die arbitraire grens van die 750 kuub eigenlijk vandaan? En dan denk ik bij mezelf, er staan volgens mij in dit hele land veel meer woningen die veel groter zijn dan 750 kuub. Ik zou haast willen zeggen, we hebben hier ergens het laar staan. Nou, ik ga het niet meten, maar dat is zeker meer dan 750 kuub. Dat willen we toch allemaal dolgraag. Waar hebben we in godsnaam die norm voor? De heer De Jonge. Nou, voorzitter, als ik de voorgaande spreker hoor, dan hoeven we geen bestemmingsplannen meer vast te stellen hier. Maar dan gaan we kijken van hoe het elders gegaan is. Voorzitter, ik kijk hier toch iets anders naar dit plan. Want op zich, als je zo'n stuk als eerste keer op je tafel krijgt, dan zeg je van, nou ja, dit is nu juist wat we willen. We willen dat er gekeken wordt naar kansen in plaats van oplossingen. En dat zit hier zeker in. Maar als je, wat me heel erg verbaast is, dat er nu zo opeens, na 4 jaar, of wat is het, 3 jaar, dat er nu zo opeens de mogelijkheid wordt geschapen om die verhoging van die aantal kubieke meters toe te staan. En dat er dan zo opeens een regeling komt om een schuur elders te slopen. Als ik een stuk lees, voorzitter, dan kan het niet, kan het wel, kan het niet. Maar eigenlijk kan het niet. En ik zou graag willen weten van de wethouder waar dit nu... Ik begrijp dat er mensen het niet meer mee eens zijn, maar dat hoort dan straks wel. Maar ik wil graag horen waar dit nu vandaan komt. Waarom het nu, ik wil niet zeggen dat ik tegen ben, maar waar het nu zo opeens dit vandaan kan. En als je het hebt over de precedentwerking, want daar ben ik zeer eens met de LPO. Want ik heb ook een groot samengesteld gezin. En ik zou graag op de torenvallig zou ik daar mijn huis willen vergroten. Dus ik neem aan dat daar ook de mogelijkheden voor zijn. De heer De Veldhuis, gaat u ook. Ja, voorzitter. Volgens ligt het ontwerpbestemmingsplan Wolfersveld 1 in Stegendijk 19. Een heel dossier al met al. Als CDA vinden wij het een zeer mooi plan dat bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland. Een win-win situatie. Ten eerste geeft het een waardering aan een gedateerde bedrijfswoning die vrij dicht op een werkplaats ligt. Ten tweede, het slopen van de niet meer in gebruik zijnde leegboxenstal helpt meer de verpaupering te voorkomen in het buitengebied. Kort gezegd, een prima initiatief dat we van harte ondersteunen. Dank u wel. De portefeuillehouder, gaat u gang. Ja, voorzitter. Als ik even begin met de ChristenUnie van. Hier zijn de grenzen opgezocht. En als dit grensoverstijgend was geweest, dan was dat hier niet gebracht. Dus dit voldoet aan de grenzen. En vandaar dat hier wat mij betreft ook geen precedentwerking uit voortvloeit, want het voldoet aan de normen die we hebben. En waar komt dit vandaan, is de vraag van de VOV-fractie. Dit komt bij de aanvragen vandaan en nergens anders. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat in ieder geval de heer De Jonge nog een vraag heeft. Nou ja, weet je, een beetje humor moet ook wel kunnen. Zeker een half uur, hè? Zeker een half uur.
Maar misschien kan de wethouder, want ik begreep dat u mij nu het woord geeft, voorzitter, dat de wethouder even kan uitleggen van hoe ik de zinsreden moet lezen op bladzijde 2 van het voorgenomen besluit. En dan onder de tekst: deze regeling kan niet zonder meer worden toegepast omdat, dubbele punt. Zijn... Wat zei u van? Werd gevraagd welke bladzij. Voorzitter, als de wethouder even kan kijken op bladzijde 2 onder het citaat. Want ik heb de wethouder horen zeggen van de grenzen zijn opgezocht en het past binnen de grenzen. Een vraag aan de wethouder of hij dan even kan uitleggen wat er staat op bladzijde 2. Onder deze regeling kan niet zonder meer worden toegepast omdat. Daar wordt aangegeven van dat het in eerste instantie niet kan, maar dat er toch argumenten zijn gevonden. En een aantal van die argumenten die zijn door de heer Terveldhuis genoemd van landschappelijke inpassing en al dat soort dingen meer. Van dat het op basis van een aantal andere uitgangspunten wel kan. En we hebben de sturingsfilosofie van Gob Gof. En daar vloeit uit voort van dat we erin zitten van ja, tenzij en niet nee, tenzij. De heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Toch even terug naar de wethouder. Zijn formulering zegt het al een beetje. Er zijn argumenten gevonden. En juist daarin denk ik dat je juist te maken kan krijgen met precedentwerking. Dus op het moment, ja, dan zijn er dus argumenten te vinden. Dus ik wilde die verbouwing van meneer De Jonge graag zien. Want ik bedoel, dan zijn er argumenten te vinden blijkbaar. En ik denk juist bij een open regeling dat we heel erg uit moeten kijken dat we te maken krijgen met presidenten. Ik denk dat we daar weinig meer tegen kunnen houden. En ik ben niet tegen. Ik denk alleen van ja, we willen het wel dusdanig inkaderen dat niet alles en iedereen kan doen waar die zin in heeft. Uw vraag is duidelijk. De portefeuillehouder. Als u behoefte hebt te reageren tenminste. Ja, ik kan me er van afmaken door tegen meneer De Jonge te zeggen van ja, als hij wat wil, dan moet hij het aanvragen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Van. Ik blijf van mening van dat dit blijft binnen de grenzen. En vandaar dat er ook geen precedentwerking van uitgaat. Van, we hebben de sturingsfilosofie niet voor niks om maatwerk te leveren. En dan krijg je toch een bepaalde redeneertrand op basis van die uitgangspunten. Verder geen... Ja, voorzitter, ik moet eerlijk zeggen dat ik de beantwoording van de wethouder zeer zwak vind. Want als je onder wat ik net voorgelezen heb nog even twee alinea's naar beneden gaat, dan staat ook het een en ander over wat hier aan de hand is. Hè? En nou goed, ik deel hetgene wat de LPO-fractie zegt, want wij zijn niet zo opeens tegen. Maar de argumentatie, en ik heb nog geen antwoord gehad op de vraag van waarom het niet in 2014 aangevraagd is, of waarom het toen niet kon en waarom het nu dan zo opeens wel kan. Hè? En dan kan de wethouder zeggen van ja, maar het is door de aanvrager ingediend, maar er is wel een ambtelijk traject aan vooraf gegaan. Ik blijf herhalen, wat betreft de toets aan de sturingsfilosofie uit het gemeentelijk omgevingsplan kan in grote lijnen verwezen worden naar de toets welke is gedaan bij de beoordeling van het plan van de initiatiefnemer om zijn bedrijfsperceel te vergroten en om de woning te verplaatsen. Dat staat gewoon, de argumentatie die staat er gewoon. En dan denk ik bij mezelf van, daar gaat geen precedentwerking van uit. Want we hebben de sturingsfilosofie en daar toetsen we aan. Hiermee ook de 2,5e, geloof ik, in ieder geval bijna de derde termijn afgelopen. Kunt u adviseren aan het college om de vaststellingsprocedure van het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen? Ik zie geen negatieve reacties. Dus dat luidt het advies aan het college. Dan hebben we ook dit punt gehad. De rondvraag. De Partij van de Arbeid had een vraag. Wilt u die vraag stellen? Ja, voorzitter, dank u wel. Dat gaat hier om de verlenen kapvergunning voor de kappen van 54 bomen in het park ten westen van de Verzandstraat. We hebben bij de volgende vragen. Is de verlenen kapvergunning voor het vellen van 54 bomen in het park ten westen van de Verzandstraat in overeenstemming met het bomenbeleidsplan?
Is het college bekend met het feit dat niet alleen maar een aantal jonge bomen worden gekapt en er reeds zijn gekapt, maar ook enkele monumentale eiken en oude berken? En de volgende vraag, hoe is de reden voor de verlening van deze kapvergunning tot stand gekomen? Volgens de bekendmaking het feit dat het park als donker wordt ervaren. Dat waren de vragen, voorzitter. Antwoord op vraag 1. Het is langs de kaart gehouden die er is en er zijn geen bomen of er is geen kapvergunning verleend voor bomen die op de kaart staan. U spreekt over meerdere oude eiken. Volgens de afdeling is er sprake van één oude eik en daar was een kapvergunning voor aangevraagd. In overleg met direct betrokken bewoners heeft de gemeente het voornemen om die boom te kappen ingetrokken. En dan zijn er wel twee oudere berken, die zijn inmiddels denk ik gekapt. Maar die hebben een zogenaamd plakoksel, noemt men dat. En dat betekent dat op termijn die boom gaat scheuren en dat heeft weer veiligheidsgevolgen. En vandaar dat die preventief zijn gekapt. Nou, hoe is het verlenen van de kapvergunning tot stand gekomen? Een groep aanwonenden hebben richting de gemeente aangegeven dat ze het park als donker ervaren. En men ervaart het meer als een bos dan als een park. En dat is de aanleiding geweest om het park te schouwen. En de schouw van de gemeente onderschrijft het beeld van de bewoners. En dat heeft ook meer te maken met dat veel bomen een gesloten kroondek hebben. En dat geeft donkerte. En dat veroorzaakt dat onderin de bomen, de takken, doodgaan door gebrek aan licht. En er is bewust voor gekozen om niet één soort te kappen, maar om toch wat variatie te houden. En, zodat er een diversiteit aan boomsoorten overblijft. En hoe heeft de gemeente dit besproken met de omgeving? In januari 2017 is men met bewoners op tafel gegaan. Februari 2017 is er een concept tekening naar de bewoners gestuurd. En begin juli is er een mail teruggekomen dat de meerderheid zich erin kon vinden. Vervolgens is in de zomer 2017 de kapvergunning aangevraagd en daar zijn geen zienswijzen of bezwaren op binnengekomen. En toen er in september een stukje in het Ommernieuws was gezet met een tekening van de te velle bomen, zijn er drie reacties op geweest. En met alle drie is contact geweest en is uitgelegd waarom de kap nodig was. En er was één reactie dat het kaartje op de website van de gemeente niet klopte. Tot zover mijn beantwoording. Heeft u nog behoefte aan een reactie? Ja, ik ga een reactie opgeven. De vraag is nou dus of het overeenstemmend was met het bomenbeleidsplan. U zegt dus ook ja, dat is zo. Is het bomenbeleidsplan daarmee actueel en is het bomenbeleidsplan ook daarmee het feit dat alle monumentale bomen en in het bomenbeleidsplan vermeld staan? Is die ook bekend dat dankzij een interventie van de medewerker van Vereniging Milieu...